Zo, was dat een lekker begin of was dat een lekker begin? Maar ik heb nog meer lekkere muziekjes voor jullie hoor. Ik dacht, het past een beetje bij de game die we vanavond gaan spelen. Ik dacht, nou, dan hebben we tenminste goede muziek. Hallo allemaal! Ja, hè? Ik zag jullie ook al helemaal in de chat gaan. Ik was in de tussentijd nog op de achtergrond vet snel mijn lamp aan het aanzetten. Had ik nog niet gedaan. Dus ik dacht, zet even lekker alvast voor jullie een goed muziekje klaar. Hoorden jullie ook nog? Ik heb nu nog meer leuke liedjes. Maar ik dacht, ja, het is al een beetje laat. Dus wat zit je haar weer leuk? Nou, dankjewel Angelique. Nee, echt helemaal niet. Ik heb vandaag zelfs in een knokje. Maar echt super lief. Dankjewel. Je ziet er goed uit. Ja, yeah, dankjewel. Hoe was de vakantie? Ja, heerlijk. Licht om even, maar is niet scherp. Ben ik onscherp, jongens? Wacht. Dat ga ik proberen te fixen. Hij is een beetje korrelig, hè, vandaag. Ik ga wel even vragen, Rick, die wil er passen naar kijken. Wat een mijlpaaltje. Jee, Ilona. Leuk dat je alweer 9 maanden lid bent. Kimmy, Diré, alweer 7 maandjes lid. Lekker, gezellig. Yeah. Doe een outfit check. Nou, ik heb niks spannends aan vandaag, hoor. Dankjewel, Anne Richter. Let's go. Yeah, gezellig. Ik ga in de tijd even mijn camera aanzetten. Maar ik dacht dat ik hem al had aangezet. Maar hij is inderdaad een beetje onscherp. Jongens, moest even haasten, hoor. Kijk, we hebben een Oxel stream vandaag. Sharon, dankjewel voor je hartjes. Ilse, jee, ik heb er weer zin in vanavond. Ik ook. Welkom, Daisy. Welkom bij de Creatic Crew. Gezellig. Noompie die zegt, ik heb er onwijs veel zin in vandaag. En ik join graag. Hij komt zo meteen in beeld, want er komen heel veel berichtjes tegelijkertijd. Daisy is in ieder geval lid geworden van de Creatic Crew. Ja, wat we dus... We gaan vandaag... Jongens, welkom bij de zwarte podcast stream, jongens, het gaat weer helemaal mis. Oh nee, het wordt weer zo'n avond. Oh, wilde die daar maar niet aan? Ah, oké. Nou, Rick komt terug. Ook, nou, ik ben er in ieder geval weer. Hoi! Heb je al verder gebouwd in Minecraft? Ja, zeker, zeker. Maar de afgelopen dagen even iets minder. Ik ben heel groot stil aan het bouwen, maar ik was natuurlijk heel veel vakantie. Ik was... een weekendje naar Centerparks, daarom was ik er vorige week ook niet, want we waren heel veel uit. De vlog kan je zien op mijn andere kanaal, op het Creatic hoofdkanaal. En ja, was heel erg lekker. Maar vandaag ben ik weer. Vandaag gaan we Fall Guys spelen. Vorige week heeft Kitta dat gedaan in de stream en die vroeg vandaag of we zin hadden om mee te doen. Ik kom even hier, jongens, onder Rikse oksel. En die zei van ja, ik kom weer terug hoor, niet schrikken. Die zei, vind je het anders leuk om vandaag mee te doen? En dan gaan we lekker met alle kijkers live spelen. En dan doen wij dus dat ook mee. Moet wel zeggen, ik heb Fall Guys gespeeld toen het net uitkwam. Dat is nu inmiddels 2 jaar geleden, geloof ik. Dankjewel trouwens, Fixer. Dat is nu 2 jaar geleden. Toen heb ik 10 potjes gedaan, denk ik of zo. Niemand vond het leuk om te spelen. Iedereen werd gefrustreerd met wie ik het speelde. Niemand wilde dat meer doen. En toen heb ik eigenlijk het ook niet meer gespeeld. En toen dacht ik, nou, het is wel weer klaar. En nu in één keer begint iedereen het weer te spelen omdat het gratis is. En Kitty die zei, ja, wil je meedoen? Dus ik ga vandaag meedoen. Ik heb het dus echt vet lang niet gespeeld. Ik heb vanmiddag 1 potje gedaan om even weer een beetje te proberen of ik het kan. Maar hè? We gaan het vanavond gooien op beginnersgeluk. En jullie kunnen vanavond lekker meedoen als jullie dat leuk vinden. Nou, Noompie zegt, ik 1 potje tot nu toe. Boeien is leuk. Nou ja, dat dus. Misschien ben ik vet goed. Ik hoop op beginnersgeluk. Oké? Okay? En jullie gaan allemaal met mij mee hopen. Jullie kunnen trouwens vanavond meespelen als jullie het leuk vinden. We gaan zo meteen gewoon een lobby aanmaken. Er kunnen wel maar 60 mensen in. Dat is de max helaas bij Fall Guys. Dus er kunnen niet nog meer mensen meedoen. Maar we gaan gewoon elke keer weer een nieuwe lobby aanmaken. Dus dan kunnen jullie gewoon proberen om er weer bij te komen. Mijn game nog niet eens opgestart trouwens. Dat ga ik ook nog zo meteen even doen. Maar dan weten jullie het alvast dat jullie vanavond mee kunnen doen. Dus mocht je nog je Switch willen opstarten of Fall Guys moeten installeren of weet ik wat, doe dat dan nu alvast. Dan kan je gewoon zo meteen lekker meespelen. Fall Guys is gratis. Je kan spelen op de computer, Switch, PlayStation, Xbox. Dan krijg je straks een code en dan kan je gewoon lekker meedoen. Maar wat de cel is vol is vol. Er komen natuurlijk gewoon in één keer heel veel mensen bij, gok ik. Dus als hij vol zit, wacht je even een rondje en dan probeer je het dan nog een keer. Maar het kan dus gebeuren dat je misschien de hele avond niet meedoet. Maar wees gewoon snel. Oké? Heb ik dat vast gezegd? Simone, welkom bij de Creative Crew, gezellig. En Jennifer, leuk dat je alweer zo lang lid bent. Ik heb er heel veel zin in, ik hoop dat ik mee kan doen. Ik hoop het ook, Jennifer, dat zou heel gezellig zijn. Aaf gezegd, mijn Fall Guys werkt niet. Oh, dat zou toch wat zijn en dat hij bij ons ook niet zou doen of zo. Gaan we maar eens tijd vast op opstarten, hoor. Dat hij dan gewoon inderdaad, ja, vandaag ligt hij eruit. No!
meer dan 1000 mensen die aan het kijken zijn. Ja, yeah, gezellig. Nou, als jullie ook allemaal zo meteen proberen mee te doen, wordt het erg druk. We gaan gewoon ons best doen. Oh, zit Kitta in de chat? Hoi, Kitta. Kom hier! Ja, ja, Adinda die gaat dus in de tussentijd ook live. Je kan bij Adinda meekijken. Je kan ook hier meekijken, wat je leuk vindt. We komen zo meteen in dezelfde lobby. Dus we spelen in dezelfde game. En ik hoop dat ik het het allerlangste volhoud. Ik ga erg mijn best doen. Want ik wil winnen. Dat is mijn doel vanavond, ja? Deze noob, Valkyrie noob, die gaat winnen. Oh, en voordat we gaan beginnen. Speelt op de controller. Check mijn controller. Die is toch tof? Ik heb helemaal lichtjes helemaal gematcht bij de rest van mijn studio. Dus die ga ik vanavond gebruiken. Waar moet die code? Nou, ik ga zo meteen wel even kijken. Ik weet het ook niet zo heel goed allemaal. Dankjewel, Evelien. Dankjewel voor je superchat. Die is leuk, hè, Marielle? Ja, hè? Hey, ik heb trouwens vanavond mijn stream iets anders ingesteld. We hebben vandaag super weinig vertraging. Ik dacht dat het wel leuk als ik met jullie aan het spelen ben, dat jullie niet al aan het spelen zijn en hebben gewonnen. En dat ik 15 seconden later pas win. Want normaal hadden we altijd een vertraging van 15 seconden. We hebben vandaag echt een vertraging van, wat zal het zijn? 2 seconden? 5 seconden? Heel weinig. Dus dit is echt praktisch live. Echt nog liever dan normaal. Kan dus ook betekenen dat jouw internet het misschien af en toe ietsje zwaarder heeft dan dat het normaal gesproken is. Of dat je kwaliteit automatisch iets naar beneden gezet wordt. Niet schrikken dus. 4-5 seconden, zegt Rick. Hij heeft even zitten tellen. Jullie zijn echt super snel vandaag. Dus dat is echt, weet je, als jullie de code zien, dan hebben jullie hem ook al vrij snel. Dus als je dus wat waziger wordt, schrik niet, geen paniek. Kijk je het gewoon even iets waziger. Als je terugkijkt, kan je het sowieso scherp kijken. Oké, dat allemaal gezegd. Abonneer op dit kanaal. Kan je lekker gezellig live meekletsen vanavond in de chat. En Daisy die zegt, ik heb dit gemist en ik krijg nog een superchat van een dankjewel, lieve Daisy. Mecht dat zegt, ik ben heel benieuwd, maar ik wil alleen maar kijken. Dankjewel voor je superchat. Dankjewel Ilona voor je reminder. Ik ben echt super, super, super hyped vanavond. Dus alles is super aan me voorbij. Nina heeft nu zomervakantie. Lekker! Ik had gisteren de eindmusical. Ah, wat leuk, Eva. Ging het goed? Het is mijn verjaardag vandaag. Oh, gefeliciteerd, Red Flower. Heb je cola? Nee, dat heb ik net op. Was het te merken? Zei je nou net dat je high bent? Nee, hyped. Ik ben niet high. Dan ben ik niet zo druk. Deze gaat maandag lekker naar Barcelona. Lekker, geniet ervan. Ja, oh, het is leuk dat jullie zo live zijn. Die reacties, jongens, zijn nu echt. Ik hoef niet zo lang te wachten totdat jullie gewoon moeten lachen om iets of zo. Dat is echt heel leuk. Oké, ik ga intussen op de achtergrond heel veel Fall Guys opstarten alvast. Zodat ik er zo meteen ook, dat ik het ook kan spelen. Dat is ook wel leuk als ze Fall Guys gaan spelen natuurlijk. Hé, hey, wat is dit nou? Mijn oude muziek gaat op de achtergrond aan. Dat wil ik niet. Doe even mijn nieuwe muziekje hoor. Nee. Ik zet hem zo meteen wel eventjes aan. Jennifer heeft dinsdag de iMusical gehad, dus heeft nu vakantie. Lekker, Jennifer. Geniet van je vakantie. Melissa zit er helemaal klaar voor. Nou, gezellig. Imke zegt druk op start. Ja, ik ben hem even aan het opstarten. Sorry. Hij wil niet zo snel. Oh, guys, is niet super snel. Hij is gewoon lekker relaxed van het opstarten. En ik moet ook even wachten tot, ik weet niet hoe ver Adinda is in de tussentijd. Die muziek is wel een goede vibe. Ja, hè? Willen jullie hem eventjes goed horen? Ik vond hem ook echt heel leuk. Ik kwam hem vandaag tegen. Toen dacht ik, moet even andere muziek. Want het matcht niet wat ik normaal gesproken bij Fall Guys. Fall Guys heeft ook altijd wel lekkere muziek. Hè? Ik wil er gewoon een goede muziek bij. Dat kunnen jullie hem goed horen. Toch? Al zit ik hier nu in mijn eentje te viben. Jij zet dit er klaar voor? Oké. Ze moet alleen nog even in de Discord joinen. Dan kunnen we het er ook horen. Aafke is lekker aan het dansen. Noompje die vijf mee. Ik ga helemaal los hier. Ja, het is echt, ik vond het ook echt een heel leuk liedje. Oké, ik ga hem wel weer wat zachter zetten hoor. Ik ga jullie niet de hele avond in de muziek laten zitten. Ik heb mijn Fall Guys inmiddels opgestart. Dus ik ga jullie gewoon meenemen naar de game. En dan ga ik even kijken of ik Rick en Adinda kan joinen. En dan gaan we beginnen. En jullie zijn allemaal Team Create Chick sowieso, toch? Tenzij je misschien meedoet. Dan ben je natuurlijk voor jezelf. Want iedereen wil winnen. Maar oh, jongens, als ik vanavond echt super, super slecht ben, vergeef me, want ik ben dus de Valkyrie noob, ja?
Allemaal nog steeds aan het dansen. Oh, lekker, jullie horen hem nog steeds. Ik ben team mezelf, dus, zegt Noompje. Ja, dit snap ik, snap ik. Eerst voor mezelf, zegt Daisy. Daarna ben ik team Crea. Oké, dank je. Dat is goed. Wees eerst maar voor jezelf. Of voor je vriendin die meedoet. Of vriend. Of weet ik veel, je vader die meedoet. Of je buurman. Of wie dan ook. En daarna ben je voor mij. Oké? Okay? Ik ga jullie meenemen naar de game. Hey. Hallo, 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 hallo. Ja, ik zie mijn game. Oké, Rick zegt dat is goed. Dus heb ik een uitnodiging. Ik ben nog helemaal niet into de... Nog helemaal niet goed in de Fall Guys, hoor. Dus ik ga even kijken hoe dit opwerkt. Even kijken. Adinda heeft me uitgenodigd. Kijk. Volgens mij kan ik iedereen zien. Ja. Ja. Hebben we ook gamegeluid? Ja. Horen jullie ook het gamegeluid? Die skin, ja, wat vinden jullie van mijn skin? Ik had nog een noob skin. Dan denk je, ik ga niet spelen met zo'n roze noob skin. Dat kan toch niet? Dus ik heb even vanmiddag wel een skin gekocht. En er was niet zo heel veel in de shop. Alleen dit. Nou ja, nog een paar andere, maar die waren meteen een tientje. Dat vond ik een beetje duur. Dus ik heb dit gekocht. Maar vraag me niet wat er boven op dat hoofd zit. Dat is een vinger, denk ik. Ik weet niet wat het is. Die hotdog, ja, dat is Rick. Rick is team praatworst. En Adinda is die wolf die daar aan de linkerkant staat met dat rokje aan. Maar ja, voor de rest, ik hoor nog niemand of zo. Ja, als het goed is kunnen jullie Rick wel horen nu, denk ik. Ja. Oh, ik heb het niet meer gemute. Oh ja, jij staat bij mij ook op mute. Kunnen jullie Rick horen? Doen we even een kort testje. Oh, het is een stokje van de kers. Oké, het is het stokje van de kers. Ja, oké. Ik zeg niets. De muziek mag wel een beetje zachter. Oké, ga ik even doen. Oh, nu horen jullie me helemaal niet. Maar ik kom weer terug. Zet de muziek ietsje zachter. Is zo beter? Oh nee, jullie horen geen Rick? Oké. Dan ga ik even Rick even aankijken. Moet daar nog even bij. Nee, ze horen je niet. Ze horen je niet. Ik ga even zorgen dat Rick ook... Ik heb net nog even heel snel de Discord... Ik hoor zelf niks. Nee. Het is mijn eigen... Rick? Ik denk dat het mijn eigen Discord-instelling is, want ik hoor ook Adina niet, dus het zal wel aan mij liggen. Wil jij me daar heel veel bij helpen? Oh, het is mijn eigen schuld, jongens. Ik heb het weer niet goed ingesteld. Nog heel even langer. Ik ga even naar Adina toe, hoor. Tot zo. Jij is goed door Bente. Doe maar. En de muziek, die willen ze nog ietsje zachter, maar dat kan ik zelf wel. Nu horen jullie de muziek even helemaal niet. Nu horen jullie alleen mij. Wat zit er bovenop je hoofd? Een koptelefoon. Ja, een stokje. Ik weet het niet, jongens. Dat is het stokje van de kers, werd gezegd. Maar ik weet het niet. Ja, jullie gaan solo spelen. Nee, we gaan niet solo spelen. We gaan samen met jullie spelen. Ik hoor Rick bij Kitta. Ja, lag ook aan mijn instellingen. Ja, ik hoor ze nu ook. Ik denk dat het nu beter gaat. Wat heb ik gemist? Nou, nog niks. Nog niks. Alleen maar de intro dat we Fall Guys gaan spelen. Ik denk dat het een stokje is met gekarameliseerde appel. Nou, dat denk ik dus ook. En dat er dan van die... Het heeft ook een beetje een donut vibe. Maar volgens mij is het inderdaad zo'n appeltje iets. Het is een opgerolde koek. Oh, nee. Het ziet er echt uit een vinger. Een vinger uit de appel. Je klikte wel net een melding over voicechat weg. Ja, als je dat klopt. Want we gaan geen voicechat gebruiken. We doen het gewoon via Discord. Dankjewel Simone voor je superchat. Hey, ik heet eigenlijk Tatum, maar ik zit op het account van mijn moeder. Oh, sorry. Test. Hallo? Hoor je dat? Ik hoor Adinda, maar ze hoort mij niet. Je hebt je microfoon uit. Ik heb mijn microfoon niet uitstaan. Nou, ik zie een kruisje. Maar ik heb hem niet uitstaan. Rick, hoor je me? Rick, hoor je me? Ja, ik hoor je Adinda, ik hoor je. Ja, we horen allemaal Adinda, maar Adinda hoort mij niet. We hebben het niet getest, jongens, vanmiddag. We doen even live testen gewoon. Ik hoor niks, zit ze maar in mijn oor. Nee, ik weet het. Adinda, het spijt me dat je me niet hoort. Nou kan ik je allemaal dingen vertellen. Ah. Oh, ik wilde net allemaal over je lopen roddelen, want ik dacht, je hoort me toch niet. Oh! En toen hoorde je me natuurlijk precies op dat moment. Hallo. Oh, ik hoor je een beetje schokkerig. Oh, hoor je me schokkerig? Piep, boep, piep, pap, piep, boep, pap. En een beetje hard. Oh. Oh, sorry. Hoezo? Ik zal niet zo lopen schreeuwen. Doe Adinda zachter. Oh, Adinda staat ook wel wat hard. Doe Adinda zachter. Hoe vraag je dat?
Dit staat echt heel erg hard. Oh. Oh, je doet hij het nou eindelijk? Doet hij het? Je staat zelf blijkbaar heel hard. Oké, doen we die gewoon zachter. Kijk, zo opgelost. Hoor je mij nou, of niet? Ja, ik hoor je nu. Yay! Maar het is goed dat wij dat ook altijd gewoon live testen. En maakt ons het ook uit. Ook niet. Ja, mijn setup is natuurlijk weer opnieuw opgezet. En via Discord was het nog niet ingesteld. Dus ik eventjes goed zien te gokken. Same. Ik dacht, oh, het fixt allemaal wel weer vanzelf. Maar mijn Discord-instelling stond helemaal niet goed. Dus jullie hoorden niemand. Maar goed, ze kunnen nu in ieder geval alles horen. Als het goed is, heb ik nu ook weer game audio. Dus volgens mij werkt nu alles. Zo. Ik denk dat het werkt. Ik denk ook. Hoi. Jawel. Hallo. Zo. Hè. We zijn er. Kitta, denk goed. Ik. Kitta. Hallo. Zo gezellig. We gaan het doen, hè? Hallo. We gaan het doen. Oké. Nou, ik zal je wel vertellen. Ik heb heel lang geen Fall Guys gespeeld. Dus ik heb een kans. Ja. Oh, waar ga ik helemaal heen? Ja, je hebt zeker een kans. Wacht even hoor, ik doe nog even mijn audio ietsje zachter. Want hij gaat dan ook altijd meteen helemaal uit het spel. Is dat bij jullie ook? Oh, wat doe ik? Wacht. Ja, oké. Okay. Ik ben er nu helemaal klaar voor. Simone, dankjewel voor je superchat. Oké, jij moet me even helpen, Adinda. Want we gaan vanavond spelen met kijkers. Ja, Adinda moet het allemaal instellen. Oh ja, Adinda, zij jij is bent inmiddels de pro. Leader. Jij bent de leader van vanavond. Ik ben de host. Ja, wat we dus zo meteen gaan doen is... Adinda die gaat een room aanmaken. Daarin staat een code. Maar kan jij uitleggen hoe ze die kunnen invullen? Oh, mijn chat zegt dat ik zacht sta. Wacht even. Moment. Oké, die code kun je dus invullen als je gaat naar... Custom show, is het toch? Show selector en dan ga je naar custom shows en dan join. En dan krijg je dus die code. Ja, hebben jullie dat meegekregen? Want ik heb niet geluisterd. Hebben jullie het gehoord? Lekker hoor. Gaat helemaal goed. Ja, in de chat zei het komt helemaal goed. Het komt nog steeds heel erg hard. Dus ik heb hem iets zachter gezet. Even live test, jongens. Live testen. Ik heb jou gewoon even wat zachter gezet hoor. Volgens mij vinden ze het nu beter. Ik zit jou ook wat zachter te zetten hier. Oh, we zijn allebei team schreeuw. Hoe klinkt dit, jongens? Ik ben heel zacht. Ik? Ja. Heel. Huh? Nee, ja, beter, zegt ze nu binnen bij de chat. Oké, ik ga mijn eigen microfoon wat harder zetten nog. Zo. Oh nee. Hoe is dit? Dan moet ik Adinda nog zachter zetten. Oké, wacht. Oh. Zet jou nog zachter. Oké, zeg eens wat. Ik zeg iets. Hallo, ik zeg iets. Ik zeg dingen. Ik ben nog steeds... Hoe ben ik nog steeds zacht? Je bent bij mij heel hard. Ja, wij hebben het gewoon knijterhard ingesteld. Perfect. Ja, ik denk het wel. Oké, ik laat het hierop. Oké, wacht. Ik laat mijn chat ook nog even op. Wat vinden we nu van het geluid? Nu goed? Nu goed? Ik ga alvast een show hosten. Nog steeds. Kijk eens. We gaan hosten. Oh. All right. En dan worden we er gewoon uitgeknikkerd. Toch wel? Ja, nee! Oké, dan moet je wel ons eerst even de code sturen. Want ik ga jullie eerst de code sturen. Ja, doe dat maar. Oké, maar dan moet ik even weten hoe ik er wel bij kom. Want dan ben ik nu weer vergeten. Nou, dat kun je het meteen laten zien. Alweer! Oké, ik ga even een foto van maken. Ja, jullie weten dit nog niet. Hoe ga ik eruit? Jullie weten dit nog niet. Hoe ga ik eruit? Waar zie ik Leave Party? Oh jongens, ik ben echt zo noob. Ik heb het echt nog nooit gespeeld. Hoe ga ik überhaupt uit mijn party? Dat was ik vorige week. Toen hoe werkt dit? Moet ik gewoon op show drukken? Hoe kan ik mensen uitnodigen? Bleek het ook dat je maar 3 mensen kan uitnodigen? In een party. Klopt. Maar blijkbaar kan dit ook. En dan kan je gewoon met 60 mensen tegelijkertijd spelen. Dat is wel heel leuk. Ja, dat is echt superleuk. Maar dan moet ik wel weten hoe het werkt. We komen er zo meteen achter hoe dit werkt. Het komt goed. Het moet goed komen. Maar hoe? Ja, ze moet ons even de code geven, maar volgens mij duurt het nog even voordat ze die heeft. Wat? Nee, ik heb hem al. Ik heb hem gestuurd via Telegram. Oh, wacht. Je staat in een groep. Dat heb ik niet openstaan. Jeetje. Oh, ja. Oké, dat heb ik nu wel openstaan. Maar nou moet ik even kijken hoe ik dat moet doen. Want ik kom niet eens uit deze part. Ik snap er helemaal niks van. Ja, nu komt meer eruit. Oh, ja. En dan? X. En dan ga je naar R. Ja, kust. En dan join. Oh jongens, kijk, kunnen jullie nu meteen zien hoe jullie zo meteen erbij kunnen komen, ja? Nee. Oh, niet zo.
Zo. Ja, en dan moet je de code En dan doen we hier de code in. Fall Guys kan alleen... Nee, Fall Guys kan ook op de Switch en op de... Maar als je hem nu invult, Xbox. Dan ziet iedereen hem. Ja, volgens mij kan het op van alles, Fall Guys. Hey, ja. Ik zit op de computer. Ja, maar ik kan dus ook op de Switch. Kunnen er toch ook bij? En andere consoles. En weet nu zeggen jullie de code. Als je die code invult, dan kan je er dus ook bij. Moeten we dus nu maar even de code delen dan? Ja, de code is 46045N. Snel! Okay, snel! Voor mijn jongens, senior. Snel, ja, snel, als je snel, snel! Oké, okay, sorry dat het even zo rommelig is, want het is allemaal helemaal professional hierin. Kijk, er zit al bijna vol. 46045N. Dit is even een proefpotje, goed? Even een proefpotje. Spelers. Hier is de lijst. Cindy hallo, die welkom, zegt, welkom. Oh my god, ik zit erin. Welkom. Nou, welkom hallo, iedereen. Hallo. Hij is al gevuld, hè, met 60. Hij is echt al... Hij ging super snel. Maar al wat heb ik op mijn hoofd, jongens? Nee, wat is dit nou? Dit is toch geen stokje? Wat is dit? Nou ja, ik zou zeggen, laten we maar beginnen, want meer kunnen er niet bij. Nee, start er maar. Dit wordt even het proefpotje. Even inkomen proefpotje. En kijken hoe dit überhaupt allemaal werkt. Ja? Laat deze oude kreetje even kijken hoe het allemaal gaat. We gaan gewoon lekker beginnen. Als je er nu nog niet in zit, krijg je later weer een kans. Ja hoor, we gaan sowieso gewoon elke keer even een nieuwe maken. Zodat we gewoon elke nieuwe keer weer codes, nieuwe code. Nieuwe kansen. Nieuwe codes, nieuwe kansen, ja. Inderdaad. Slim, doen we. Ja, dat denk ik wel. Oh, we hebben 59, er kan er nog eentje bij. 4605N. Dan kan je er nog snel bij, nog 46 seconden. Je hebt nog 44 seconden. Ik zie bij mij in de chat team braadworst. Nee. We zijn vandaag team... Hoe heet mijn karakter? Appel? Team Appel? Team Sexy Freya. Appel. Ik ben een furry. Team Furry, Team Freya en Team Braadworst hebben we vandaag. Oh nee! Oh, Team Kers. Ik heb deze nog nooit gespeeld. Wat moeten we hier doen? Op van die draaiende dingen komen. Springen. Nou, voor de mensen die het spel niet kennen, het is parkour game. Parkour! Team Crea! Oké, nou. Kijk of ik het nog kan. Heel veel succes iedereen die meedoet. Oh, ik sta lekker jullie hebben allemaal zulke leuke skins! Ja! Yeah. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Oei! Ik zit hier ergens hier achter. Ah! Oh! Ik wil echt kijk winnen. Kijk naar de niet vallen! Ik wil zo graag winnen. Waar ben jij, Adinda? Auw, wie ben jij? Ik ben aan de linkerkant. Maar waar is die appel? Ik kom die appel halen. Nee, de appel die is gewoon lekker ik bezig. Ik word geduwd. De appel, maar laten we allemaal met rust. Ik ga er vanuit dat het nu weer open. Oh, snel, snel, snel. Yes, 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 yes. Oh, dat is echt lekker. Heb je het al gehaald? Nee, ik ben gewoon heel dichtbij. Oh, ik wou niet zeggen, ben ik nou zo langzaam? Oh, dan moet je doorheen springen, oh my god. Oh, dat kan ik. Oh, dat is cool. Oh, rennen. Dat kan ik niet. Rennen. Kan oh, ik. Volgens mij ga ik echt supergoed. En ga ik echt supergoed. Kijk, mij ik wil het niet horen. Hey, ik wil het niet horen. Team Kerstje. Yeah, team. Hey, jullie gaan allemaal zo lekker. Dan was er afgerond. Mijn poppetje loopt zo langzaam. Oh, nee, nee. Okay, okay. Oh, nee. Oh, wat doe ik? Ik moet die kant niet. Oké, wacht. Ik kan dit. Concentratie. Maar is... Nee. We gaan er omheen. Waarom laat je mij de hele tijd de andere kant op starten? Je hebt het gehaald? Ik heb het gehaald. Oké, ik kan dit. Ah! Nee! Waarom begin ik de hele tijd de andere kant op? Oeh, waarom ben ik nou ineens zo slecht? Ik moet dit halen. Oké, opperste concentratie. Dit kan echt niet. Wat is dit? Ik sta onder druk, jongens. Kan toch niet. Doen jullie het allemaal alsjeblieft heel slecht, want anders dan ben ik nu al af. Dat vind ik echt sad voor mezelf. Spring. Oh. Oh, wat doe ik? Hey, dit gaan, is rest goed. Rest aan, rest aan. Dit is goed. Nee, ik ga het niet halen, jongens. Ik ga het niet halen. Beuk mij, de andere kant op. Doe het. Yeah, nee. Nee, dat meen je niet. Ik heb het gewoon niet gehaald. Ik ook niet. Wat triest. Nee. Ik was echt 3 keer zo dichtbij. Oh, wat en elke slecht, keer. Jongens. Ik kon het. Het kan toch niet. Ik stop ermee. Hé, hey, jongens, dit was het einde van de stream. Ratspel. Ik doe dit nooit. Ik wou van jullie winnen, maar dit was wel iets te makkelijk. Nou, hey, ik heb het echt vet lang niet gespeeld, hè. Dat is niet eerlijk. Dat is de
twee jaar geleden of zo. Wanneer kwam het spel uit? Volgens mij 2 jaar terug of zo. Zoiets. Een beetje rond de Among Us tijd. Leuk spel, man. Leuk. Leuk dit. Heel leuk. Echt superleuk leuk. Spel. Ik heb nu al een schorkje van dit spel. Wat daar aan wordt. Schorkje. Ik ben nu al boos. Bij mij in de chat. Zo close. Echt triest. Echt. Nou, dank je. Dank. Ik kom net binnen. Rotspel, doe dit nooit meer. Oh ja, deze is leuk. Nee, maar wacht maar. Ik word zo deze wil ik ook laten spelen. Even inkomen. Oké, ik doe gewoon... Kan je ook een switch van spelen waar je naar kijkt? Oh ja, oh, we gaan naar Adinda zoeken. Adinda, waar ben je? Ja, jij moet het nu voor ons doen hoor, Adinda. Ja, Adinda. En alle andere spelers die wel goed zijn, doe het. Oh, ik zie Adinda daar rennen, alsof het niks is. Kijk nou. This game is easy. Ik ben de eerste. Daar moest ik overheen springen. Whoopsies. Ja, dit is Adinda toch? Ik kijk nu met de goeie mee, hè? Die daar zo aan het rennen is. Hij loopt over mij heen. Ja. Yeah. Ik zie wel en de naam. Je kijkt met de fouten mee. Ja, dat denk ik ook. Er zijn ook zoveel van jullie, maar er staan geen namen bij. Jawel. You are watching Gosse. Oh, er staat gewoon namen. Rick, ik kijk met Kitta mee. Sarah Lover. Silke. Snel. Sasha. Bellen. Wat een mazzel. Nee. Eens even kijken. We gaan even. Jullie zijn allemaal zo goed bezig. Klinder. Nienzo. Oh, got him. Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Ik sowieso niet, in ieder geval. Laat me er doorheen. Tessie, Jojo, Killer Kitta. Ja, ik heb je gevonden hoor. Ik kijk nu met jou mee. Oh, je gaat lekker. Oh. Je gaat lekker. Bam. Klap. Oh, netjes. Oef. Dan beukt iedereen aan de kant. I did it. Heb je het gehaald? Ik ben bezig hoor. Je hebt het gewoon gehaald. Vierde. Ben ik nou vierde? Adinda, jij zei dat je noob was. Wat is dit? Vorige week was ik noob. Nu ben ik een pro. Oh, gaat het zo snel. Oké, dan is er ook hoop voor mij. Dat is hoop. Ik zit nu mee te kijken met Jorg Schot. Kom op, Jorg Schot. Doe het. En die zit ik ook te kijken. Die zit vast. Jorg Schot, you can do it. Je gaat hem niet halen. Let's go. Nee, Jorg Schot. Sad. Wie is die koala? De duif. Hoe heet dit spel? Dit spel heet Fall Guys. Staat in de titel. Staat in de titel. Titel. Staat Adinda nou nog steeds te hard? Moet ze nog steeds... Adinda schreeuwt zo, jongens. Ja, het is gewoon iets in het spel dat echt dat me heel luid maakt. Volgens mij was ik ook net behoorlijk boos en hard aan het schreeuwen, dus niet alleen jij, hoor. Volgens mij heb ik hem zeg maar zo ingesteld dat hoe zachter je hem zet, hoe harder die hem gaat zetten, dus. Oh, echt? Huh? De Discord. Oh, dat het gewoon niet uitmaakt. Nee, het is goed zo, zegt Dieke. Dankjewel, Dieke. Nou. Avoid falling off the hoverboard and reach the finish. Dit spel lijkt op Stumble Guys. Ja, dat ze, deze heb ik nog nooit gespeeld. Dit ziet er leuk uit met al deze neon. Ik wil deze ook spelen. Ik wil deze ook doen, jongens. Ik zit hier alleen met de spectator. Zielig. Sad me. Ik weet niet hoe jullie wel je voelen. Gespeeld. Je hebt heel hard tegen gefaald de vorige keer. Of niet? Go, hè? Go, go. Hoeveel zijn er nu nog in? Kunnen we dat ook ergens zien staan? Nee, hè? Niet hier, hè? Wat? Wat is dit? Oh. Adinda is alweer dood. What? Oh, maar kom je niet meer terug? Oh, het hele ding beweegt. Ik dacht dat je moest springen. Oh, nee. Je dacht dat je in het water moest springen. Oké. Niet het water in dus. Dan ben je gewoon, ben je dan meteen geëlimineerd. Dat moest je. Ja. Met dat helaas. Strikje zo cute. Helaas. Zo beter dan mijn vreemde kers. Ninze, wat een outfit. Wie is die rode panda? Ik moet naar de rode panda. Die is echt heel schattig. Rode panda. Nee. Ik zie wel een kerstman. Nee. Ik vind dat poesje echt dit is heel ook cute. Heel mooi. Moldy Guppy. Nee. Oh, daar ging ze. Dat ging ook niet iets goed. In de kerstuitfit. Ik zie er nu de slijm in vallen. Dit is ook mooi. Kate. Nice. Er stond toch ook blijf op je hoverboard. Waarom springen jullie eraf? Ja, inderdaad. Jullie dachten waarschijnlijk allemaal een hoverboard te krijgen op het moment dat je in het water springt. Ariana. Oh, en ze is dood. Helaas. Ariana is dood. Oeh, deze wordt leuk. Dit is waar is de rode panda? Ja. De rode panda is weg. Er zijn er echt nog maar 5 over.
Als je op R2 klikt, zie je alle namen. Kom, hou je vast aan de ding. Laat je slingeren. Redden! Hey, Scott, dank je wel voor de euro. Woehoe. Let's go, let's go. Kom op, Tessie. Oh, nee, yo-yo killer. Yo-yo killer, jij moet het doen. Yo-yo killer. Waar is het? Oh, gaat de verkeerde kant euro. Op. Ik keek de verkeerde kant op. Yo-yo killer, nee, yo-yo killer. Nee, dan zal het einde erin vallen. Oh, je valt iedereen af. Allemaal. Er zijn er maar 3 over. Eliminated. Maris, doe je nog mee? Of zat ik al niet goed op te letten? Nee hoor, Maris is alweer hartstikke dood. Ronde 1 al. Ja, maar het komt goed, jongens. Dit was even de warming-up. Rip. Ja, precies. Dit is het testrondje. Ik ga me elke keer zeggen. Oh ja, nee, ik ben dood, maar dit is een testrondje. Net zolang totdat we in de finale staan. Ja, inderdaad. Elke keer als het fout gaat, was het weer een probeerronde, jongens. Komt er zo weer een nieuwe code? Ja, zeker. We gaan zo meteen gewoon weer een nieuwe aanmaken. Ja. Dit is niet eens de finish. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze het alle 3 halen. Nou. Niet eens de finish. Misschien zijn ze wel echt super, super pro's. Dit is een tussenronde, zegt Mika ook. Mika? Ja, Misha. Precies. Maris, je moet wel een keertje winnen. Ik ga mijn best doen, Brit. Ik ga mijn best doen. Ik ga kijken bij Tessie. Okay. Tessie de alien. Rosalie. Pak ze, Tessie. Ja, ik ben ook. Voor wie zijn jullie? Wie denken jullie dat gaat winnen? Goed Tessie. Isa of Rosalie? Ik denk Isa. Isa loopt erop. Je kunt de Tessie. Ja. Yeah. Maar sowieso te horen is Kitta echt super erg voor Tessie. Dus dan ben ik voor Isa. Kom op, Isa. Ja, dan Rick is voor Rosalie. Rick is voor Rosalie. En Rosalie. Oké. Kom. Go, Tessie. You can do it. Oh, we maken het chat zelf ook voor. Het gaat om overleven. Team Rosalie. Ik ga met Isa meekijken. Kom op, Isa. Doe het voor mij. Nee, Isa. Wat doe je nu? Nee. Oh, Isa. Ja. Oh, nee. Dat gaat niet goed, hoor. Oh, slim. We zijn goed. Je wordt onder druk gezet. Ja. Oh, Isa. Kom nou. Isa, je doet dit voor mij. Oh, ja. Je moet winnen voor mij. Ja, netjes. Nee, ja hoor, team Rosalie. Ja, oh, Rosalie, we hebben gewonnen. Lekker, Rosalie. Springen! En daarna Isa, yeah! Je bent er! Ze hebben het alle 3 gehaald. Okay, ja, ik kan ook niet verliezen hier. Maar ze kunnen ook gewoon allemaal kwalificeren, staat er ook hier in de chat. Sst, je moet het wel een beetje spannend houden, hè. Joehoe! Oké, laatste. Hoezee. Er komt nu de finale ronde, of niet? Misschien niet zelfs. Nee, dat kan toch niet? Nou, kom op, ze zijn met z'n drietjes. Ik ben weer voor Isa. Ja, finale. Finale. Ze moeten... Wat moeten ze nou? Oh, ze moeten voor die ballen op elkaar gooien Daan om te winnen. Vocht, dankjewel voor de euro! Monies! We hebben weer een euro! Monies! Je had net Let's ook go. Een super sticker volgens mij. Ja. Ik word gewoon rijk. Ik kan mijn huur betalen. Wow. Yeah, lekker bezig. Met 2 euro's. 2 euro naar de huur. En Dinda, jij gaat weer Tessie volgen. Ik ga weer Isa volgen. Ja. Tessie die En Rick is weer mij. Voor Rosalie. Oh, kom op, Isa. Doe het. Go, Isa. Pak die bal. Gooi de bal. Tessie, gooi de bal. Pak de bal. Pak de bal. Nee, Tessie! Ja, jammer joh. Bye, Tessie. Oh, sad. Oké, go Isa. Doe dit voor mij. Rosalie. Doe dit voor mij. Get him! Doe dit voor mij. Doe dit. You got this. Isa gaat goed hoor. You got this. Isa gaat winnen. Mooie warm. Oké, niet zo'n mooie warm. Isa, kom op. Isa, pas op. Je staat nog. Gaat net ja, goed. Ja, gooi die bal. Oeh. Ah, spring! Ja, mooie. Boef. Hup Rosalie, zeggen ze bij mij in de chat. Ah, we zijn voor iedereen. Dat is ook wel grappig, dit horen ze dus. Maar ze horen dit dus met een delay. Ja. Echt 30 seconden nadat ze iets doen. Nee, springen. Ik heb hem op ultra low staan vandaag. Dus het zit maar een paar seconden tussen. Oh ja. Express. Ik heb hem op low staan. Ja, voor de kwaliteit. Dan valt het ook niet voor de kwaliteit. Oeh, maar dan heb je dus wel die delay. Ja. Oké, kom op. Come on. You can do it. Oh, nee.
Wat gebeurde er nu? Oh. Isa heeft gewonnen! Isa heeft gewonnen! Applaus voor Isa! Lekker bezig! Respect! Ja, ja, en bij mij ook in de chat. Go Isa! Go Isa! Go Isa! Go Isa! Ja, ze viel eraf. Ja, ik denk ook dat dat inderdaad was wat gebeurde. Kan gebeuren. Okay. Ik heb in ieder geval Leave Lobby gedaan. Yes, same. Ik ga uit de lobby. Gaan we even een nieuwe lobby aanmaken. Dank jullie wel allemaal voor het meedoen. We gaan nu een nieuwe starten. Dan gaan wij er eerst even bij. Adinda die opent hem. Lukt dat? Ja, ik ga terug naar mijn... Ja, ik ga hem niet uitlekken. Je bent zo professionele streamer geworden, Adinda. Oh, ik ben zo trots op jou. Ja, ik neem alles terug wat ik heb gezegd. Professionele sound effects, alles. Oké, bij mij in de chat zitten ze er klaar voor. Hopelijk nu wel. Let zo meteen op wat wij doen. Ik ga zo meteen voordoen hoe je dus Adinda de code kan joinen. Dan typ ik als de code in. Kijk dan direct even mee, dan weet je wat de code is. Word ik net super hard gefluit dat ik het zo goed doe, maak ik net deze foto. Ik maak een foto van de gecensoreerde code. Oh, nice. Hij is bijna heel professioneel. Oh, we komen steeds dichterbij. Nou, hier is de nieuwe code. Okay, nou, ik ga hem weer Kom joinen. Kom er lekker bij. Rick die gaat wel wat sneller. Ja, ik ben er. Je drukt dus op X. Je gaat naar Custom Shows. Dan doe je join hier zo. En dan kan je hier dus de code invullen. En de code is... voor jouw chat ook meteen. 0. Deze. R-I-Z-L. 0-R-I-Z-L. Als je die invult, er kunnen 60 mensen bij. Kom lekker joinen. En dan gaan we met z'n allen spelen. Bam, 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 bam. 40, 46, 50, 60. Dat gaat snel, jongens. Wie zit erbij? Ja, hoor. Wie is het gelukt? We gaan even naar de playlist kijken. Oh, California. Ik zit erbij, zegt Rick dan. En Kate zit erbij. Je zei Ella zegt, ik ben erbij. Molly is hier weer. Jongens. Waar kan je die hele lijst zien? Met de linker button. Volgens mij hebben we wel. Dit zijn alle mensen die meedoen. Henk Lientje. Tess. Hallo, ik zie wel heel veel nieuwe Ringteen. Namen weer voorbij komen. We hebben ook Ringteen. Ik ben sowieso voor Ringteen als ik doodga. Ringteen. Oh, we hebben ook die vette aap. Die vette aap? Hey, Jennifer zit er ook bij. Leuk, Jennifer. Het is er gelukt. Aardbei. En mijn hoofd zit nog voor Henzi, Rosalie. Ja, die twee. Ja, Rosalie zit er volgens mij ook weer in. Let's go. Jullie zijn zo snel. Start. Oké, ik start. Ik start hem. Ik zit er weer niet meer. Volgende Dankjewel, keer Dankjewel, Farah, voor je super sticker. Dankjewel. Kijk, we doen... Hoe lang doen we over een potje? Een paar minuten. 20 minuten? Zo max, denk ik. Kwartiertje? Ja, als wij er snel uit liggen en de pro's blijven over, dan gaat het vrij snel. Ilona zegt ook, te veel mensen dit, ik ga huilen in een hoekje. Nou Ilona, het wordt vast zometeen weer rustiger als het wat verder op de avond is. Dus we gaan net zo lang door, tot iedereen moe is en afgetakeld en naar bed is gegaan. En dan gaan wij nog een laatste potje doen. En anders doen we zometeen wel een rondje moderators. Dan posten we wel eerst in de Discord. Ja. Tenzij ik geragequit ben. Dan neem ik het wel over. Ja, precies. Meertje zegt dat de credits niet doen. Wat? Meertje zegt dat de credits doen met niet. Komt ze nu mee? Ik weet het niet. Oh wat is nee! Dit? Wat is dit? Oh, nee, jongens, dit ziet er echt... Wat is dit? Wat moet deze ik daar... Deze is moeilijk. Oh ja, dank je. Leuk. We moeten hier gewoon heel goed opletten. Dat kan ik nu niet fixen, die credits. Ik ga dat zo kijken. Oké. Deze is moeilijk. Nou, oké, wens me succes voor iedereen die niet meedoet en voor iedereen die wel meedoet. Jullie ook succes. Oh, ik heb nu allemaal namen erboven. Wat leuk. Let's go. Wat is dit? Kan er gewoon... Springen! What's happening? Jongens, ik heb dit nog nooit gedaan. Er zijn zoveel nieuwe maps bijgekomen. Ja, ik ben zo weer. Ja, ik weet niet, het voelt alsof ik in de blubber spring. Nee, sinaasappel! Ik ben er doorheen, Let's go, look at ik me. Ik weet het niet. Wacht even jongens, doe ik heel geconcentreerd. Ik kan dit. Rot sinaasappel. Oh, zo weg met die sinaasappel. Auw, weg met die... Nee! Gewoon, nee! Ik ben gesprongen.
Oh, mijn geluid viel uit ervan. Ging dat bij jullie ook? Ik ben gewend. Mijn hele geluid is weg. Dat zal wel alleen bij mij zijn. Ik hoor jullie nu niet meer. Mijn hele computer crashte van die bal. Oh ja. Yeah. Oeps. Oké, het werkt weer. Bij jullie ook? Ging die bij jullie goed? Oh, dit is echt heel moeilijk. Okay, hier, en dan ga je hierin. Hij ging zo snel. Ja. Dit spel. Waarom ben ik dit spel gaan spelen? Ha? Ja. Oké, dit ging goed. Jullie kregen ook een error. Ja, ging bij mij ook niet helemaal goed. Aan mijn hoofd. Oké, ik kan dit. Ik kan dit, jongens. Ik kan dit. Ik kan dit. Oké, dan gaan we. Ik kan dit. Het gaat goed. Doe het open. Ik ben achtste! Nee. Oh, die knop doet hem open. Nee, die knop doet hem dicht. Doe hem open. Maak hem open. Waar moeten we heen? Ik weet het niet, ik ben verdwaald. Waar moet ik heen? Oh, je bent bij mij. Hé, hey, dat is Rick. Ja, maar we weten niet waar we heen moeten. We moeten hier naar beneden. Ergens. Naar beneden? Oh, hier. Ja, ik ben hier er. Zo. Hier. Ja. Naar beneden. Ik moet er gewoon hierheen. Nee, ik ben hier bij het begin. Nee, ik ben weer helemaal terug bij het begin. Oh, wat een ellende dit. Waarom val ik zo vaak? Oh nee, laat me niet vallen. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Help. Oké. Ja, nee. Ga op de knop. Ga terug. Ga op de knop. Ja, daar. Oh, huh? Oké, dat middelste ding, hè? Dat middelste ding. Ik heb het gehaald. Daar moet je in. Oh jongens, ik heb het gehaald. Maar ik de opening staat drol hiervan. Aan die andere kant. Oh. Ik kan wel huilen. Er zit een klein beetje op het spel. Nee! Ik haat dit spel. Nee, maar 42 kunnen door, hè? 42. Ja. Oh, ik moet nog verder. Naar beneden. Ja, je moet nog verder. Oh, help. En je moet hier. Ik spring er zo slecht in. Je moet hier naar boven. Help. Redden. Rustig. Ik sprong hier erop en toen werd ik in één keer naar boven gevallen. Ja, precies. Ja. You got it. Go. You did it! Het is een geluk hoor! Ja. Negeer je ons dan? Wat? Hoor je ons nog? Jawel, ik ben geconcentreerd! Ze negeert ons gewoon. Oh my god, de helft is er gewoon uit. Zo, deze was wel. Deze was pittig. Die was heftig. I did it! Team Braadworst! Team Krega! Ik haat dit spel! Zo slecht! Oh, Mathis. Ja, same. Eerlijk. Dit is ook waarom ik ben gestopt met dit spel te spelen. Twee jaar geleden. Wat heet van dit spel, joh? Wat een stom spel eigenlijk. Oh. Dat was wel de reden waarom ik het nooit meer speelde. Ik werd er altijd zo kwaad van. Oké, nu ben ik chill. Echt hoor. Nu ben ik chill. Ik kan dit. Let's go. Als iemand aan me gaat hangen hoor. Oh, weet je als iemand mij eraf beukt? Ik word vet woest. Oké. Kan je dat? Eraf beuken. Oh, ik kan mensen gewoon vastpakken. Ja, serieus. Ja. Eerlijk. Je kan ze er gewoon afbeuken. Dat is echt... Er komt chocolade rond. Nee. Dit gaat goed, jongens. Dit gaat goed. Ik ben dood. Nee. Ben je dood? Ja. Echt dood? Gewoon geëlimineerd. Ja, volledig. Je moet er echt niet afvallen. Je moet echt gewoon niet van afvallen. Boom. Je moet er echt niet afvallen. Oké. Ja, zeg het nog één keer. Dan schijt ik in mijn broek. Maar. Oeh. Ah, man. Joppa. Oké. Dit is stom. Ik ben dood. Ik lig er gewoon volledig uit. Ik lig er ook uit. Volledig. Ik ook. Hoezo mag jij nog meedoen? Ik mag niet eens meer meedoen. Nou, we zijn allemaal team braadworst, jongens. Want dit... Kom op, Rick. Doe het voor ons. Want ik ben echt te slecht. Je bent wel verder dan de vorige keer. Kijk, dat is positief. Dankjewel, Elin. Oei, nee, niet me eraf duwen. Oh, ik ben ook dood, zegt Imke. Nou, ik ook. Adinda is er ook uit, hè? Slijm. Weg kom met op, de slijm. Rick. Oh, nee, niet vallen. You can do it. Kom op, je bent er bijna. Oh, ja. Je bent er bijna. Nee. Vallen naar zin. Nee. Je was echt zo dichtbij. Ik stond op het randje gewoon. Nee. Rick was zo close. Yes, Rick.
Oké, okay, jongens. Jongens, daar gaan we weer. Team Bratwurst. Let's go. Ik kijk mee met Naom Num. Oh. Kom op, Naom Num. Oh, nee. Nee. Wel gezellig dat we zoveel kijkers hebben. Ik hoop zo meteen dat ik het ook iets beter doe. De volgende keer dat we een code doen, ga ik hem als eerste zeggen. Want die van mijn stream loopt verder achter. Ja, oh, wat een goeie. Doe maar. Ja. Want jullie hebben een voorsprong. Ja, inderdaad. Wij hebben ultra low connectie. Dus dat is inderdaad. En ik heb hem op low staan. Ja, doe maar. Geef dus jij volgende je maar. Keer geef dan, ik mijn... Ja. Is goed. Ga ik het lekker uitlekken via mijn... Doe maar. En dan komen wij erbij en dan hebben we ze hem tegelijkertijd. Ja. Marissa, ik ben nog steeds trots op je. Dankjewel, Eline. Jou vind ik aardig. Ik was zo ver. Ik baalde ja, nog steeds van. Ja, jij stond echt pal voor het randje. Ja, joh. Ja, echt hoor. Echt, dat was cool. Echt... Oké, ik ben van Anne-Marije. Hey, die heeft een Sonic outfit. Kom op, echt Anne-Marije, vet. Met je Sonic outfit. Ik Let's ben do voor... it. Hoe, wat? Jij bent voor die eend. Idrorg. Kom op, Anne-Marije, doe het voor mij. Ja, zij is echt Team vet Panda. Hond. Ik ga ervan uit dat het een meisje is. Maar, of vanwege de Anna. Maar ik hoop zo dat ik mee kan doen. Ja, dat hoop ik ook. Kost het spel geld? Nee, het spel is gratis. Sonic is echt mega snel. Sonic is echt pro. Dit is echt gewoon professioneel werk waar jullie naar zitten. Dit ben ik. Ik ben nu heel erg aan het spelen. Wow, joh, Anne-Marije, lekker. Yo. Die was echt super professioneel. Oh, daar was de finish al. Oh my god. Dit gaat echt goed. Kom op, Rocket Boy. Maar één iemand valt af. Oh. Lekker. Nee. Oh nee, de eend. Oh shit. Bye bye eend. Ik wil die ene skin ook. Ik dacht dat het een gans was. Ik wil die ganse skin. Gans. Die is echt heel leuk. Honk honk. Ik was even niet aan het opletten. Ik dacht dat je mijn naam zei. Zei het ook Marije. Ik riep jullie allemaal. Iedereen van Marije. Kan je dit spel op de PC doen? Ja, zeker. Via Epic Games kan je het spelen. En het is gratis. Het is gratis. Check mijn omschrijving via Epic Games van deze en via video. Steam. Ik had hem eerst via Steam. Nee, ik ja, heb maar hem dat niet was op vroeger. Steam. Want je kan hem niet meer vinden via Steam. Nee, hij is niet meer op Steam. Wat? Ja, als je hem vroeger had gekocht. Oh, via ik heb Steam hem gekocht via Steam. Ja, vroeger. Ik ook. Ja. Dan heb je hem nog. Ja. Oké, dan moet je via Epic Games. Is deze spel duur? Nou, ten eerste, het is dit spel. En hij is inderdaad... ga jij zo doen? Serieus, ga jij dat nou zitten zeggen? Ik kan die twee niet eens uit elkaar halen. Maar dan wist ik hem. Nee, het spel is gratis. Het is heel duur. Melissa heeft hem op de Switch. Okay, ja, dat kan door. Ook. Oké, okay, Anne-Marije. Yeah, go let's panda. Do it. Wij zijn allemaal voor professionele Anne-Marije. Nou, ik ben voor de panda, ik ga even heel goed opletten. Oh, die panda is oh, je moet die dingen bewegen, joh. Oh. Kom op, Anne-Marije. Laat zien hoe oh, dit spel gespeeld is moet worden. Dit is professional. Kijk dan. Laat zien wat ik niet kan. Oh, je moet zelf opduwen. Helaas. Kijk, ja, maar kijk, degene die als eerste dat ding duwt, die helpt de andere, hè? Dus dat is dan wel ja, weer... Ja. De Squid Game duwen? All over ja, again. Ja. Niemand wil meer duwen, want iedereen denkt, ja dat. Ze duwen nu elkaar. Oh, bijna panda. Oké, het is niet te halen. Oh, Anne-Marije, je was Helaas. Er wel. Pak gewoon een andere, Schuif een andere aan de kant. Als jullie nou gewoon samenwerken, dan winnen jullie met z'n allen de kroon. Of werkt nee, het niet want zo? Er valt er eentje af deze ronde. Ah ja. Oh, Anne-Marije, sneaky sneakert. Oh, nee, panda. Yeah. That's the professional way to play. Oké. Ja, smart. Oh, nee! Weet oh. jij dit, Adinda? Iemand vraagt, kan je het ook op je tablet of gsm spelen? Weet jij dat? Volgens mij niet. Nee, volgens mij ook alleen maar Switch, PlayStation, nee. Xbox en computer, hè? Al die consoles en dingen, maar niet mobiel. Dat dacht ik ook. Kom op, Quinten. Oh, er staat er gewoon een freaking... Kom op, panda. Quinten geeft het op. Hi. Quinten die wil gewoon even zwaaien. Ah, dat is wel voor hem. Dat is wel heel lief. Hallo. Zo close. Oh, daar gaat het. Nou, het is tussen Anne-Marije en de wasbeer.
Let's go, Annemarije. Het is een panda. Het is een rode panda. Het is geen wasbeer. Oh, let's go, Oedertje. Rode wasbeer. Ik zal een wasbeer. Nee! De hele tijd al rode panda. Wasbeer, nee! Ik ben voor de capybara. Ik ben voor die poes. Ik ben voor die poes, jongens. Dat vosje. Ik ben voor het vosje. Ik ben voor de koala. Oh, oh, oh. Ik ben team rode wasbeer. Oké, ik ben ook team rode wasbeer. Nee. Ik dacht dat... Vosje. Maar gaat er hier nu iemand afvallen? Nee, toch? Dit is gewoon voor spek en bonen, denk ik. Is de wereldtussenronde? Ja, dat mogen ze van mij wel iets beter doen. Als er nog maar 3 over zijn, doe maar gewoon de finale. Jeez. Ja, maar dus, ik zag in mijn chat net dat er altijd 5 rondes zijn. Dus maakt niet uit hoeveel er... Maar dat is toch... dat hoeft niet. Ja, dat hoeft voor mij ook niet. Maar dat maakt niet uit. Want Annemarije doet het beter dan ik. Kom op, Sonic. Kom op, Annemarije. Ik ga dit allemaal accepteren. Nee, ik ben voor jullie allebei Annemarije en Idroig. Rode wasbeer. Let's do it. Kijk, dit gaat lekker. Kijk, straks alleen maar meer vriendverzoeken. Dit gaat lekker. Ja, jij gaat er spijt van krijgen, hoor. Ja, je gaat spijt van krijgen. Ja, elke keer als je dan een game start, dan komt er, komen er 100 mensen in je party. Join! Ja. Let's go, Annemarije, go! Oh my god, Sonic! Kan je hier afvallen? Nee, ze kunnen allebei, moeten ze gewoon het einde halen, hè? Wat een inhoud. Oh, dit is ook zo spacey. Oh. Zo'n blubber vibe. Ik ben voor degene die wint. Oh, die andere gaat naar beneden. Ja. Goeie. Slim. Here we go. Annemarije, go. Oh. Annemarije gaat winnen. Annemarije, you can do it. Wow. Ja, ligt rode panda voor. Dit zijn echt professionals. Ja, die zit wel vast nu. Die mogen zo meteen niet meer meedoen, want daar kan ik niet van winnen. Die blokkeren we. Wat is... Nee. Oh, hier kan je in springen. Hier kan je hoog in springen. Oh. Oh nee, toch niet. Laat maar. Niet naar mijn livestream, ik ben een noob. Nee, ik ben ook een noob. Vlieg! Yeah! Whee! Dit wordt gewoon een kijkstream, denk ik. Ja. Ik was die Annemarije, dat ben ik. Dat is mijn karakter. Ik kijk hoe goed ik ben. Wat gebeurde er? Oh! Ja, lekker. Oh! Lekker. Oh. Kom, panda. Je bent er bijna. Oh, lekker. Ja, kom op, Annemarije. Je bent er ook bijna. You can do it. Oh, Idroi heeft hem gehaald. Of niet? Ja. Alleen Annemarije nog niet. Oh, Annemarije, nice. Kom op. Oh. You can do it. Een kijkstream inderdaad, zegt Jasmine. Meert is in de tussentijd spel aan het downloaden. Hey, het leuk. Wordt gewoon reageren op kijkers die spelen. Ja. Oh, Annemarije. Yeah, yeah, lekker. Idroig. Was dat? Rode panda. Oh, wat een verrassing. Ze rode was weer lekker. Go Sonic. Go Vosje. Go Vosje. Ik wil ook dat Vosje. Vosje. Die hond die doet het ook wel lekker. Je hond. IJssoep. Voor de mensen die nu niet mee hebben gedaan, we gaan elke ronde hebben we weer een nieuwe code. Dus dan kan je zo meteen weer dit proberen mee te doen. Dit is nog steeds niet de finale. Huh? Lagen we er zo snel uit dan? Hè? Ik was toch bij ronde 3? Nou, blijkbaar ronde 2. Nee, kom op, dit kan jawel, toch niet? Jawel, ronde 2 lag als je, er al als uit. Één iemand hier valt, dan is het toch gewoon voorbij? Dan is het voorbij, toch? Of ga je dan in je eentje de finale doen? Dat is ook zielig. Oh, ronde 2 lag ik oh, uit. Oh, je moet hier gewoon geëlimineerd worden. Ah, oké, go Annemarije. Dus je moet gewoon go yes. Rode panda! Oh. You can do it! Degene die overleeft, die heeft gewonnen. Ze gaan allebei de andere kant op. Ja. Duw elkaar eraf! Duw elkaar, trek het eraf! Oh. Ja, kijk, rode panda die komt aan hoor. Ja, beuk hem erin, Annemarije! You can do it! Beuk hem erin! Oh, bam! Nee, Annemarije! Oh nee! Laat zien hoe een professional dit speelt. Beuk Idroig erin. Pak ze! Rode pandas zijn bedreigd, toch? Mag ja, dat is waar. Beuken. Rode panda, beuk Annemarije eraf. Ah, oh, zielig. Bedreigd beuken, voor beuken. The air ride.
Tijd om uit te sterven. Zo. Arme rode pannen. Dit wordt een clipje hoor. Ja, beuk hem erin. En oei, dan, oh, oei. Gewoon, ja, ja, wordt ja. Nu, oh nee. Een TikTokje. Ik ga allemaal bedreigde diersoorten opzoeken. Maar, en dan die, maar zegt Mr. M, de blauwe egel is ook bedreigd. Tijd om uit te sterven. Ah, de ronde is voorbij. Oh. Netjes hoor. Nou, dan komt nu nog die dood. Alweer niet. Lekker. Was wel saai sterf, deze ronde. Iemand. Sterven. Heb je nu een vlinder aan je koptelefoon? Jazeker. Ja. Ik had eerst vlindertjes verspreid over mijn hele kamer en nu heb ik ze verspreid over mijn hele appartement. Maar ja, deze hou ik nog steeds aan mijn microfoonhouder. Is Rick ook live? Nee. Het is wel goed dat wij het hele verhaal over de vlindertjes ook meeluisteren. Het leven, weet je. Of je nog leeft? Ja, volgens mij wel. Louis. Je suis Louis. Is het nog steeds niet de finale? Nee. Nou, ik stop ermee hoor. Nee, maar hoe kan dit we nog steeds niet de finale zijn? Okay. Hoeveel rondes zijn er? Dit moet toch wel de finale zijn dan? Dit ziet er wel leuk uit. Je punten halen. Ja, maar kijk, dan kunnen we weer twee kwalificeren. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Is dat een pinguïn? Heb je de extra dat is toch geen pinguïn? Heb je de oneindige potjes aantal aangezet? Zoveel kan ik niet instellen volgens mij. Dat zijn er toch altijd maar 5, of niet? Ik ga in de tussentijd koek eten, jongens. Volgens mij kunnen jullie hem gewoon allebei... Oh, je moet hem gewoon 25 keer vasthouden. Kijk wat ik heb. Dus je moet gewoon... Gewoon een beetje overgooien, ofzo. Wij gaan in de tussentijd gewoon even lekker een koek eten, hoor, hier. Pak de pinguïn. Is Fall Guys gratis op de Switch? Fall Guys is overal gratis. Volgens mij kunnen jullie gewoon op elkaar wachten. Laat hem los! Wij gaan intussen lekker dit eten. Oh, ik kan ook gewoon vasthouden. Hebben jullie ook wat lekker? Ja, dan loop je een beetje mee rond. Volgens mij zit er een bug in de game. Ja, dat denk ik ook. Nee! Dat kan toch niet? Het zijn maar we hebben hem losgelaten! Maar zo laat ze gewoon lekker. We gaan gewoon lekker wat eten. Pak hem. Oh nee, maar dus wat doe je nou? Nu wil ik ook koek. Sorry, Marielle. Nu krijg ik honger. Oh. Dit is ook echt zo'n lekkere chocolate chip cookie. Oh, er zit ook marshmallow in. Heel even. Kijk. Ja, maak ik jullie al jaloers? Hij is echt wel lekker. Dit is ook gewoon, dit is niet meer spannend. Nee, het is nu gewoon een kwestie van... Blijf vasthouden. Nou, blijf maar lekker staan, panda. Doe zwaai maar naar de camera. Onsje. Ja, ik ben net van koek gaan eten. Tam 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 tam. Weet je wat we anders ook kunnen doen? Weet je wat we anders ook kunnen doen? Dan stoppen we hem nu. En dan hebben ze allebei gewonnen. Ja, dat niet eerlijk, want dan zitten andere mensen zo lang te wachten. Tenzij hij nu met de finale komt. We kunnen gewoon exit. Oh, ik heb al exit gedaan. Ja, we doen gewoon exit. Oh. Sonic en Rode Panda, jullie hebben het vet goed gedaan. Jullie hebben allebei gewonnen. Precies. Hij blijft zo lang doorgaan. Applaus. Ja, jullie hebben het allebei vet goed gedaan. We gaan een nieuwe lobby maken. Ik ga weer een nieuwe lobby maken. Ah, jij een nieuwe lobby. Ik ga er naartoe. En ik ga hem gewoon meteen laten zien aan mijn chat. Doe dat. En dan laat ik hem ook zien. Aan jullie sturen. Ja, is goed. En dan typ ik hem in en dan weet mijn chat hem ook. En dan gaan we beginnen. Chat, daar is hij. Daar is de code. Pak de code snel, dat is jullie kans. Snel, pak hem. Oké, komt u bij ons ook? 0, ja, daar komen ze. RK en X. 0, RK en X. Yeah, de kitta squad. Lekker bezig, Adinda. Hey, let's go, yes. Oh, hij zit vol. Jeetje, dat ging snel. Wie zit erin? Copy-paste. Wie is het gelukt? Yes, ik zit eindelijk in. Yeah, go Joey. Let's go. Zo. Ja, ik zit erin, zegt Susanna. Yeah, ik zit erin. Goed lekker. Gedaan, Lizzie. En Hasse. Let's Kijk. Go. Jentje Viool. Weer niet, nee. Hey, Cupsoep. Wat leuk. Zit erin. Ja, Cupsoep zit erin. Ja, zit erin. En die Crea Chick, die zit er ook in. Ariana Grande deed het ook mee. Oh, leuk. Oh, leuk. Ja, ja ik had er even geappt. Ze kwam ook. Oh, leuk, ja. Cool. Ik zit er weer niet in. Ah, Seth. Hopelijk de volgende ronde. Het gaat zo snel vol, hè? Stef zit er ook in.
naar Mr. Derpsheep. Ella en Danique en de rest. Leuk. Ja, als je je naam hebt gezien, dan zit je erin. Als je je naam niet hebt gezien, dan zit je er niet in. Ik denk dat druk op start. Die weten het hoor. Ja, ik druk op start. Voor iedereen die weer meedoet, succes. En voor iedereen die niet meedoet, wens mij succes. Ik heb nodig. Succes aan Dina. Eerste keer, ik ga vast meteen dood, zegt Joep. Ik ook, waarschijnlijk. Ik waarschijnlijk ook. Ik word een kijkstream. We vallen eraf en dan komen we niet meer terug. En dan is het zo van, wat? Wat? Nee! Oké. Nee! Ik ben er helemaal klaar voor. Niks gaat mij tegenhouden. We hebben één plekje vrij nog. Oh nee, nee. Nope. Niet. Oh, nee. Maar. Ik heb niks gezegd. Nee! Niet deze! Oké, wat moet je hier? Springen die over die lelietjes. Zo poing, poing, poing. Oh okay. Nee! Bounce on the drums to make your way to the finish line. Oké. Okay. Oh no. Oh no, no, no. Oké, okay, ik ben me mentaal aan het voorbereiden hiervoor. Tim precies. Mentaal voorbereiding. Ja? Oké. Okay. Oh nee. Succes iedereen. Dit zijn er heel veel. Overal die opzij. Oh nee. Oké, ik kan dit. Ik kan dit. Ik ga dit goed doen. Ik ga hem nu winnen, oké? Okay? Red me. Zeg het Red me. Ik ga hem nu winnen. Dit is... Hey, cupsoep. Zo stom. Me. Let's go. Of 8 mag daar, ja. Oké. Ik kan dit. Oh. Ik kan dit. Ik kan dit. Ik kan dit. Ik kan dit. Niet. Okay. Ik kan dit niet. Hoe kom ik op? Oh, dat is gewoon water. Oké. Okay. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit gaat goed. Oh, de concentratie. Oh ja. Stukjes weg. Boing. Oh, jongens, ja. Laat me alsjeblieft doorgaan. Ik wil zo graag winnen. Ik wil dit zo graag winnen. Kom op. Dit gaat lekker. Ik gewoon... Dit gaat goed. Ik wil gewoon... Nee. Hè? Ik zag iemand op TikTok. Ik ben getagd in een TikTok van iemand die hiervoor het record had gehaald. Waarom kom ik er niet op? Stom ding. Gaat zo goed. Gaat zo goed. Gaat wel goed. Ik snap nog steeds niet hoe mensen dit doen. Oh! Let's go. Oké, hier liep ik vast. Crap. Hier liep ik zo vast. Ik ben gewoon heel geconcentreerd hoor. Ik weet niet hoe jij in de zicht kletst. Ik zeg alleen maar, ik wil winnen. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga slecht. Ik ga niet goed. Nee, laat me erop. Wat voor een dikkie. Laat me erop. Boink. Laat me erop. Boink. Boink. Ik heb het gehaald. Oh, yes. Nee, yes. Waarom haal ik het niet? Oh, zit erop. Oh nee, hier liep ik vast. Nee. Waar ben je? Oh, ik kijk nu met jou mee. Ik kom er niet op. Kom op. Je kunt het. Ik kom er niet op. Neem even de tijd. Neem even de tijd. Nee. Je springt het eronder. Ik zie ook geen reet. Nee, precies. Ik vind dit niet leuk. Zo. Nee. Ik vind dit niet leuk. Oh, iemand heeft dezelfde skin als ik. Maar als ik er niet onder spring, kan ik er ook niet op. Spring. Laat je vallen. Met X. Ja, duiken. Oh my god. Je kan beter via de zijkant hier hoor. Au, mijn hoofd. Je moet duiken, ja dat lukt bij mij niet. Dat zei ik de hele tijd, je moet duiken. Ja, kijk, en dan gewoon duiken. Als je in de lucht bent kun je altijd duiken. Oh, dat wil en hier meteen naar rechts. Ja. Nee! Ik snap er niks van! Waarom maakt hij dan niet vast? Oh my god! Oké, I can do this. I can do this. I got this. Let me win. Let me win. Let me do this. Nee! Hoezo? Ik ga hier in het midden. Daarmee. Die is moeilijk? Oei. Oh, waarom is dit zo moeilijk? Okay. Je hebt nog even de tijd. Maar het ziet er zo makkelijk uit volgens mij. Gomer is, je kan dit. Ja, ik kan dit. Het was ook makkelijk, zeg. Het was ook duiken, makkelijk. Duiken, nee, nee, oh, duiken! Ah! Ik ga via deze kant. Misschien gaat deze kant beter. Kom op, jongens! Doe het! Oh! Ja. Duik. Ja, goed. En niet springen. Nee. Die springen, zei ik nog. Sorry. Nee, dan ben ik weer hier. Ja, ik zei het nog. Oh, oké. Nog. Kan dit, de concentratie. Ja, dit is echt een leuk spel, jongens. Dit moet je echt spelen. Nee! Hier moet je niet duiken. Nee, hier moet je niet duiken. Oh, goed gedaan. Bam! Lekker! Hoezo zit je erin? Nee! Nu gaan we Adinda helpen. Waar is ze? Oké, Adinda. Adinda, waar ben je? Ja?
Jullie hebben er ook moeite mee. Ik ben zo blij dat ik niet de enige was die er moeite mee had. Ja, Tess, Jent, Viool. Niet springen, niet springen hier. Laat het vallen gewoon. Ja, laat het vallen. Ik zit er. Ik heb het enige gezien. Lekker. Yes, ik kan het ook echt niet aan. Dankjewel, Markje. Stom level. Stom level. Ja, ergens vind ik hem wel leuk. Ik vond hem echt leuk, hoor. Hij was ergens wel leuk. Alleen dat ene stuk waar je... Dat ene stuk waar je de hele tijd de onderbeukt vind ik irritant. Maar de rest was wel oké. Yeah, it's me, Lisa. Kom op. You can do it. Daar niet springen. Laat je gewoon naar beneden glijden en boem. Ja, lekker. Oh. Sylvana valt hier net naar beneden. Oh nee, kom op Sylvana. You got this. Hey, ik zit ook te kijken naar Sylvana. Ik vind dit level makkelijker om te switchen op de computer. Duiken. Maar wat is het verschil dan? Zit er verschil in de levels? Nee, toch? Misschien dat je dan op de Switch een controller hebt en op de computer niet. Ik heb op de computer ook een controller aangesloten. Ik heet Lovely, kom op. Ik had ook moeite hier in dit stukje. Je kan ik heb je niet vertellen. Jij was het! Je kan het. Ik snap nog steeds niet hoe ze dat hebben gedaan. Zo, jongens. Volgens dit mij was echt... Mm-hmm. Ik snap het. Veel mensen vinden deze heel moeilijk. Ja, ik ben heel blij dat ik ook niet één ben. Hebben we nog 14 seconden? 13, 12, 11, 10, we zijn 10, er nu al 9, sowieso 10 minder 8. Gekwalificeerd dan de kunnen. Mm-hmm. Kom op, jongens. 4, 3... 2, 1. Tijd om. Helaas. Good game. Good Helaas. Game. Deze is echt heel moeilijk. Deze is zo moeilijk. Niemand. Mijn pop. Hij was echt inderdaad heel lastig. Soep heeft gehaald. Yes. Kijk nou. Hoeveel er Kijk afgevallen zijn. Dit was de eerste ronde, heel hè? Sad. Dit is zo sad. Dat was de eerste ronde, ja. Oké. Okay. Ik ga nu echt... concentreren van ronde nummer 2. Wat krijgen we? Wat iets krijgen leuks. We? Alsjeblieft iets leuks. Geef me iets leuks. Mila? Het is wel lang over, zeg. Ik heb ook nog die chocolate chip cookie. Hij is erg lekker. Waarom doet hij zo lang Wat over? Wil je liever? Popcorn of koekje? Hallo! Nee, niet creepy Skyfall. Filmpjes kijken. Wat? Creepy filmpjes. Ja, maar wil je nou koek of popcorn? Ik ga nu beginnen, dus... Doe maar popcorn. Ja. Ik eet alle koek wel op. Doei! No! Veel plezier! Oh. Hallo Mila, zegt iedereen nog. Heeft er gedisconnect. Oh, wat? Wie? Jouw wifi? Nee, die van Cupsoep. Ze is gedisconnect. Oh nee, soep. Oh. Oké. Okay. Maar je hebt tenminste die hele moeilijke level ik ga nu net gehaald. Beginnen. Ik word helemaal woest van dit spel. Mama. Maak je eigen popcorn. Regel, red jezelf. Nee. Even Mila, nu niet. Kom op. Wat gebeurt hier? Ik okay. moet... ja, Mila, moet het nu. Ga nu weg. Nee, ik was even afgeleid. Dit doen. Ik ben heel geconcentreerd. Oké. Spring! Ik moet... Oh, nee. Wat is dit, ijs? Oh, ja. Lekker. Oh, gelukkig, ik ben niet Let's dood. Go. Oh, je mag gewoon... Oh, nee! Daar moest ik niet in? Oh, gelukkig. Ben je niet meteen geëlimineerd. Moest ik daar niet in dat gat? Je moet de hele tijd in een gat en in één keer moet je niet in het gat. Oh nee! Ik werd even geconcentreerd hier. Maar de verkeerde kant op, nee, niet weer! Let's go. Okay. Wat zit jij te boeien? Nee. Qualified! Oké, ik heb geen idee wat ik zat te doen. Oh, je moest punten halen door die gaten te gaan. Oh! Oh, je moet punten halen. Oh nee, ik had het blijven. Je moet 15 punten! Oké, qualified. Yeah, lekker. Gelukkig. Oh, dit gaat niet goed. Lekker gaat niet bezig. Goed. Ja, dankjewel. Ik ben Oh nee, ik zit wel op 6 punten. Ik had net dat heel Lila die even nodig vond op me. Oh goed my god. Dit is zo slecht. Oh, kom op jongens. Dit kom is op. Echt zo. Ja. Ik heb die kleine gehad. Ik ga even kijken. Ja, waarom duurt hij me nou af? Ik ga even kijken. Waar? Nee, dat lukt viel niet. Jij naar beneden? Oh, ik heb je gevonden. Kom op Adinda. Soms worden ze goud, dan krijg je dan meer punten. Ja, volgens mij wel. Je moet er nog 5 namelijk, want ik had het ineens gehaald, maar ik wist eerst wat de bedoeling was. Heb jij hem al gehaald, Rick? Jazeker. Ah, nee. Rick de pro. Are you kidding me? Adinda, kom op. Are you kidding me? You can do this. Oh. Nog 3 punten. Nee! Oh. Sad. Nou. Nee, die gouden waren 5 punten. Oh, ik had al die gouden. Hoe kom je door die gouden? Dat zit in het midden.
Ja, maar aan het einde zat er ook eentje. Ik heb geen idee, maar wat ze te doen? Ik heb echt niet opgelet. Oh, dat eind gaat dus meer punten waard. Dus je deed supergoed. Ik had echt Je moet gewoon verder komen. Maar blijkbaar, ik had geen idee. Seth, Adinda. Nou. Oké. Okay. Oh, hier mogen we weer niet in het slijm vallen. Niet in het slijm. Oh nee, die deze. Oké, dus mensen gaan hier vallen. Deze hadden we vroeger ook, want deze heb ik vroeger wel eens gespeeld. Helemaal in het begin. Yeah. En toen heb ik hem ook nog nooit de bovenkant gehaald. Want ik kom niet voorbij die twee beukblokken. Ik weet niet hoe ik daar voorbij kom. Maar nou, ik ga naar je kijken. Ja, help me. Ik ga het weer proberen. Let's go! Ja, daar ben je. Succes weer iedereen. Daar gaan we. Kijk, dit gaat allemaal goed. Weet je, dit is allemaal de issue. Je bent ook extra groot, dus je zit mensen ook extra in de weg. Met mijn grote appelhoofd. Ja. Kijk, dit gaat allemaal nog wel goed. Dit is allemaal de issue niet zo. Die ballen kan ik wel ontwijken. Die boomstammen, alles gaat goed. Dit is iets anders. Ja. Dit gaat allemaal prima. Even wachten. Gewoon geduld, is een schone zaak. Spring. Nou, dit gaat hartstikke goed. Dit gaat super. Dit is echt concentratie op en top. Nee, ik word helemaal gemorseld. Nee, je leeft nog. Wacht, dit was even. Ik liet even zien hoe je het weer niet moet doen. Zo moet je dit doen. Hopsie. Hoppie de poppie. Yeah. Nee. Ben je geëlimineerd? Nee, heus niet. Ik ben ging vet. Ik zit nu te kijken naar Big Boy Ossie. Ik kijk met Rick mee. Ja, een Big Boy Ossie. Oh nee, jongens. Nee, het is weer niet gelukt. Het is weer niet gelukt. Kom op, Rick, lekker. Oh ja. Lekker. Mooi, en deze skin vind ik zo leuk van Moldy Guppy. Dat pushen met die strik is echt wel schattig. En die is heel cute. Die is echt heel cute, die wil ik ook. In een onderbroek. Ja, in een onderbroek wel. Yeah. Geen haast, Big Boy Ossie. Geen haast. You can do it. Ja, Mariska had zo'n goede hoop. Ja, het ging even heel goed. Ja! Oei. Lekker, Big Boy Ossie. Lekker! Met wie keek jij mee? Oké, dit even ontwijken. Geen idee Big Boy Ossie. Nee, die komt alleen op die knop drukt. Staan. Ja. Oh, hij is binnen. Wat is binnen als je op die knop staat? Dan komt er een hele grote kanon. Gaat kanon af. Oh, dit level, ik vind dit niet leuk. Oh, Rick staat toch? Ik ben het niet eens met dit level. Mensen in de chat zeggen, dit moet je echt vaker doen. Vinden jullie het leuk, de Fall Guys stream? Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het ook leuk. Alleen is jammer dat ik nog steeds zo noob ben. Ja, maar echt, ik vind het zo moeilijk, joh. Het is zo moeilijk. Ik wil hier goed in zijn, maar dat ben ik gewoon niet. Ja, heel leuk, zegt iedereen in de chat. Doe meer. Nou, dat was leuk om te horen. Hey, deze hebben we net ook gezien. QWERTY Queer zegt, hi, ik ben het terug van Eet. Komt er nog een ronde? Jazeker, komt er nog een ronde. Hey, als we ik ben nog week niet klaar met jullie. Adinda, ik ben als nog we niet klaar. Volgende week weer gaan spelen, dan gaan we Dionne en zo ook allemaal strikken om mee te doen. Dan moet iedereen meedoen. Rob? Ja. Die wil ik ook wel zien borstelen in deze game. Iedereen boos. Kijk, bij Among Us komt het uiteindelijk op neer dat niemand elkaar meer vertrouwt. Nee, hier is alleen maar iedereen boos. Iedereen gewoon boos. Iedereen rage quit. Nee, ja. Ik heb er nu al zin in. Ik ga alvast even mijn knop met de piep klaarzetten. Ja, het hele Among Us clubje dat er al bij speelt. Ja, leuk. Dit piep, oh nee, snel, oh piep. Nee. En Rick, wat doe je? Nee! Oh nee! Oh Rick, arme Rick. Arme Rick. Look at your girls, dankjewel voor de 2 euro. Let's go. Monies. Ik heb gewoon 2 euro erbij. Monies. Weer een maandhuur. Nog meer maandhuur. Hey, dat pushje gaat lekker. Ik denk dat ik zo even onze nieuwe alerts ga testen. Leuk. Oh jee. Ja, dat is wel even een oh jeetje. Nee, Rick. Zeg eens ook bij mij in de chat. Dat spijt me. Nee, hey, gaat dan niet zo best, hè? Oh, deze is leuk. Deze vind ik leuk. Alert, zegt Tessel. Ja, weet je nog dat Rick vorige keer allemaal memberships aan het weggeven was? Daar heeft hij iets voor gemaakt. Je kan namelijk tegenwoordig memberships cadeau doen, hè?
De Gacha Girls, dankjewel voor je superchat. Hey, mensen in de chat, lief zijn. Lief zijn voor elkaar. Zou ik zo heel veel muten, dan val ik niet aan Dinda de stream lastig. Ik geef jullie een... Rick zegt, hebben jullie zin in een giveaway? Ik heb me heel veel gemute hoor, dus jullie horen Adina heel even niet. Als Adina wat zegt, wat ik hoor, dan roep je maar. Rick heeft hem heel veel gemute. Rick heeft namelijk vorige week iets zitten maken, want we hadden namelijk iets nieuws op YouTube toegevoegd. Dat is namelijk dat je kan lid worden, sowieso. Je kan natuurlijk zelf member worden, maar je kan tegenwoordig ook members cadeau doen. En dat is dan gewoon random en dan geef je 5 memberships cadeau. Sowieso steun je natuurlijk daarmee het Playchick kanaal. En Rick heeft dat vorige keer heel vaak te testen. Ging niet goed. Hij heeft er nu iets voor gemaakt. Hij gaat hem nu testen om te kijken of het werkt. Dus je maakt nu kans op een gratis membership van een maand. En die is dus na die maand ook gewoon weer opgezegd. Automatisch is hij dan niet meer verlengd, zeg maar. Dus je krijgt gewoon een maandje cadeau. Ben je klaar voor? Rick is bezig. Dus misschien maak jij dus nu wel kans op gratis membership. En misschien doet hij het niet. En dan moet Rick het aan het einde vanavond nog een keer testen. Zeker waar. Wat gaaf zeg, zegt Noompie. Ja, leuk is dat, hè? Dat kunnen jullie dus ook doen als je dit wil, hoor. Je hoeft natuurlijk niks, maar dan moet het wel verwerken. Dus we gaan het eerst even testen. Rick die geeft nu 5 memberships cadeau. Als het goed is, komt het nu zo meteen in beeld. Hopelijk. Niet weggaan, want dan heb je hem helaas niet. Ik heb zoveel getest vandaag en dan zal je zien dat het nu niet werkt. Ik zie nog niks. Ik zie niks. Heeft hij ze al weggegeven? We zijn al voorbij gekomen. Niet in beeld. Maar niet in beeld. Nee, werkt het nog niet. Oh, sad. Wie heeft ze nou gekregen? Hebben jullie het gezien? Nou, in ieder geval gefeliciteerd alle 5 mensen die hem hebben gewonnen. Ja, ik zie het al wel in de chat. Nou, in ieder geval jullie alle 5 hebben jullie een maand lang gratis membership gekregen op dit kanaal. Je hebt ook geen slow chat meer. Kan je dus gewoon in 1 stuk lekker doorkletsen. Maar, ja, hij komt niet in beeld, Rick. Het spijt me. Oh, Rick, die kan hem misschien nog een keer forceren. Gaat het nog een keertje proberen. Oh. Margie, gefeliciteerd aan de winnaars. Welkom bij de crew. Dat is lief van je. Ja, er zijn dus nu 5 nieuwe mensen bij. Ik heb even alleen niet gezien wie dat waren. Sorry, ik was heel erg aan het letten op of Rick's ding werkte. Maar helaas dus blijkbaar niet. Hoe kan je lid worden? Nou, sowieso naast het abonneren knop zit een knopje. En dat het knopje heet lid worden. En als je die niet ziet staan, dan heb je waarschijnlijk een kinderaccount. Moet je even toestemming vragen aan je ouders. Sowieso natuurlijk als je onder de 18 bent. Kost €2,99 per maand. En het is per maand opzegbaar. Zit verder nergens aan vast. Maar dan krijg je dus... je steunt hiermee dus het Creatie Games kanaal. Je krijgt een groene naam. Je krijgt meer emoticons om te gebruiken. Je hebt geen slow chat meer. Dus je kan lekker snel kletsen. En daarnaast hebben we ook af en toe berichten die we alleen plaatsen voor de members. Dus die kunnen de gewone mensen niet zien. Dus dat is waarvoor je lid kunt worden. Het hoeft niet. Mag alleen als je het leuk vindt. Maar je kan ze dus ook cadeau doen. Dat is wat Rick dus nu aan het testen was. Maar dat werkte helaas. Er is weer geen finale. Nee, in de tussentijd zijn ze lekker bezig. Ik ga even terug naar de game ook. Ik zet Adinda ook weer even gezellig aan. De Gacha Girls, dankjewel nog voor je super sticker. Oké, nou hoor ik jou ook weer en hoor je mij ook weer. Hoi. Hi. Rick was heel veel wat aan het testen, dus dacht ik val jouw stream er niet mee lastig. Maar helaas werkt nog niet. Maar ik ga het nog een keer proberen hoor, die geeft niet op. Ik kijk mee met Moldy Guppy. Hey, ik ook. Kom op Moldy Guppy. Ja, Moldy Guppy. You got this. Ik ben zo trots op jullie dat jullie zo ver komen. Lekker. Jullie zijn hier echt goed in. Ja, maar echt. Ik wil ook goed hierin zijn. Ik wil hier ook goed in zijn. Oh, het is een jongetje. Gefeliciteerd. Met je baby jongensteen. Jazeker. Dankjewel, Crea Rosie, voor je superchat. Wat een gezellig stream. Al seizoen 2 of Stranger Things 4 volume 2 gekeken. Jazeker, ik heb mooi hem uitgekeken. Dus we moeten nu weer wachten tot 2024. Maar ik ga geen spoilers geven voor de mensen die nog niet hebben gekeken. Kim van de ploeg, woep woep. Hallo. Nou, is dit de finale? Is het de finale? Is dit de finale? Ik weet het niet. Ja, volgens mij wel. Oh ja, dan moet je kijken hoe het werkt. Dan moet je fruit tellen. Dus dan heb je... Ik zie toch gewoon... Oh ja. Twee rode. Want ik heb geleerd van vorige keer. Wat niet naar mij luisteren.
Ja, je moet dus het fruit tellen. Dus je hebt 2 van die rode en 1 van die groene. En dan dus moet je op de schermen kijken. En dan die kies je dus en dan moet je dus de meeste groene pakken. Oh, niet de meeste. De minste. Oh my god, Navy! Dat was echt een... Dat was een super gamer move. Ja, echt. Wow. Gewoon eerst even gaan staan op die ander en dan snel die andere kiezen. Dat was heel nice. Maar hij is nu eens eentje over, of niet? Twins Navy, wat was dat? Dat was echt heel nice. Dat die doet vast aan voetbal. Oh, weet je, dat is zo sneaky. Heel sneaky. Heel sneaky. Maar dus als ik het goed begrijp, moet je dus staan op degene die het minst is? Nee, nee, je moet op de schermen kijken. Dus je moet nu staan op degene waar wat 1 was. En dat was dus... Ja, dus op de schermen stond net 1. Dus van tevoren heb je dus het fruit dat je moet tellen. En dan heb je dus 1 van... Ja, dat weet ik niet meer. Ik weet niet en dan... Banaan of zo. Wat een moeilijke. En je dus op banaan... Ja, ik snapte hem ook niet op het begin. 0 gekwalificeerd. Wow. Wat is dit nu? Hebben we geen winnaar? The Gacha Girls! 10 euro! Let's go! Yeah! En lekker bezig, die Gacha Girls. Oké, wij gaan weer een nieuwe. Hoeveel geld kunnen jullie nog missen? Ja, zit je nou je huur bij elkaar te bedelen? Gaan weer een nieuwe lobby maken. Ja, ja, ja. Zal ik nu een... Iedereen, als je mee wilt doen, ga naar custom shows en dan naar join. Zeggen, ze zeggen bij mij in de chat, kan jij nu een code aanmaken Maris? Maar dan kan Adinda de stream niet meedoen, want die zit net even iets achteraan. Nee, mijn stream loopt net iets achter, dus je moet bij mij zijn voor de code. En ja, of bij mij, het is precies tegelijkertijd nu. Nu gaat het precies goed. Oh, serieus? Oh, ja, zeker. Oh, nee, niet solo game op kart van. Oké, jongens. Komt hier heel even. Klaar voor staan, zorg dat je er klaar voor staat. Oh. Als Adinda mij doorstuurt, dan typ ik hem heeft 1 en onthouden? Niemand waarschijnlijk. Kunnen jullie... Oh shit, ik kan het net niet zien. Pak hem! Ik kan het niet Pak zien. Hem! Oh, wacht. Join. Maar zo kan je het niet zien. VCM... Ja, hij scrolde niet naar beneden. Mijn VCMZ4. VCMZ4. Hij scrolde niet naar beneden met Telegram. Dus hij stond nog op die oude code. Waarom weet niemand. VCM... Hij is al vol. Oh. Dat ging snel! Jongens, dat gaat zo snel! My God. Jullie zijn echt nog bijna sneller dan dat ik het kan intypen gewoon. Sharon is echt ook zo snel vol. Ongelooflijk. Ja, bizar. Maar je moet je voorstellen. En weer Rosalie, hè? Rosalie zit er weer in. Zit hij er weer in? Lexi Boy heb ik volgens mij ook eerder gezien. En ja, ringteen, Jentenviool weer. Nou, alle mensen die net mee hebben gedaan. Misschien kunnen jullie nu even plek maken voor mensen die nog niet mee hebben gedaan. Dus als je zelf net al een potje hebt meegedaan, dat je er nu even uitgaat. Dat er andere mensen nu bij kunnen. Dat zou heel erg netjes zijn. Dat zou heel erg gewaardeerd zijn. Ja, dat zou. Want er zijn een heleboel mensen die graag willen meedoen. Dus als je net als Jentenviool, je hebt net al een potje meegedaan. Moldy Guppy, dat jullie er nu even uitgaan. Maak even plek voor iemand anders die ook graag mee wil. Dat zou heel erg leuk zijn. Anders dan doen we hem even opnieuw. Dat we dan even ook andere mensen kunnen laten spelen. Want iedereen wil graag ook meedoen. Dus ik zie nu veel van dezelfde mensen. Please. Doen ze niet, hè? Dat zijn jouw kijkers. Ik zal er wel weer op hopen. Hasse. Held. Iedereen, wees zoals Hasse. Ja. Hasse, applaus voor Hasse. Als je al een spelletje hebt gedaan, ga er dan nu uit. Hasse, wat was de dan code ook weer? De code is VCMZ4. 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 Kun jij ze nu niet gewoon uittrappen, Adinda? Jij bent toch de baas? Oh ja. Kent dat we dan even nu voor anderen erin doen. Dus niet lullig bedoeld, maar andere mensen willen ook meedoen. No hij staat nog steeds op 60-60. Niet die Foeras NL? Die nee, ook oh, niet die Creatie eruit trappen. Die heeft ook al een paar keer meegedaan. Dat is ook heel sad. Is maar no hard feelings. VCM Z4. Welke heb ik nog meer? VCM Z4. Oh, wat. Ik vertrouw me gewoon niet. Welkom bij de Creatie Crew. Gezellig. Wie heeft er nog meer? Eleni. Heeft Eleni... Eleni heeft ook... Toch? Of ben ik gek? Ik weet het echt niet meer. Nee, weet ik het ook niet meer. Ik zag ook Jentenviool er ook uitgegaan. Super lief. Ringteen is er ook uitgegaan. Dat was echt heel lief. Dank jullie wel.
Echt super, super sportief. Thanks. Dankjewel, oh. Maxime de Roy, voor je superchat. Kleine support voor de nieuwe ronde. Ah, dankjewel. Ik ga echt mijn best doen. Hoop dat ik win. Oh my god. Oké, druk op start. Ja, is het een beetje goed zo? Ja joh, super goed zo. Dankjewel. Dank jullie wel voor jullie support. Kim zegt ook lieve mensen allemaal. Ja, echt hè. Jullie zijn top. In de tussentijd weer huilen in een hoekje. Nee, ze gaat even een oefenronde doen. Oké, nou, laten we weer iedereen die weer meedoet, succes. Hey, Jennifer! Dankjewel voor de 2 euro! Yeah. Weer een maand huur! Meer voor mijn huur! Let's go! Nee, we flippen! Team rare vinger. Ja, ik weet ook niet wat er bovenop mijn kerst geprakt zit. Ik vind het ook vreemd. Track attack. Oh, deze is leuk. Is deze leuk? Nou, ik vind dat dus voor het hele spel nog niet zo heel leuk. Ah. Yes, ik kap ermee weer. Ik kap ermee. Gooi bijna mijn hele controle door de kamer heen. Kijk je Stranger Things? Ja, ik kijk Stranger Things. Jullie ook toch? Heb je hem nou al afgekeken de laatste aflevering? Ja, ik heb hem eindelijk afgekeken. Ja, ik ook. Ik ga geen spoilers geven voor de mensen die nog moeten kijken. Maar was mijn enige spoiler is... Ja, heftig! Ja. Ja. Oké, we gaan beginnen. Succes! Ik ga me er weer doorheen worstelen. Ik heb deze nog nooit gedaan. Succes! Hé, ik zie nog een braadworst. Oh! Iemand komt daar voor gaan we weer. Wee. Doink. Oh, dit is leuk. Dat is vers leuk. Ik heb plezier, soort van. Oh, het gaat lekker. Oh, bobana. Oh, dan kan ik. Oké, mijn omschrijving van deze hele stream. Wow, gaat het spel. Yeah. ik ga een soort van oké. Okay. Oh. Ik zit nog niet slecht. Au! Ik kan dit. Au. Hoe tof zou het zijn als ik dit vanavond zou winnen? Ik zou zo trots op mezelf. Echt hoor. Oh, eerst finish. Let's go! Lekker! Ja hoor. Ik ben binnen. Ik ben ook binnen. Goed zo. Ja, geen spoilers in mijn chat. Dit was echt heel geen lekker. Spoilers in kom mijn op, chat. Lexi boy. Hey Adina, jij kijkt toch ook Umbrella Academy? Jazeker. Hoe ver ben je? Is dat leuk? Ja, heb ik ook al uit. Oh, ja, die is echt leuk. Okay. Umbrella Academy is een beetje weird, maar dat maakt hem ook leuk. Okay, ik probeer het elke keer uit te leggen aan Maris. Dat zeggen ze ook altijd ook. Maar het is niet te doen. Dat zeggen ze ook altijd over mij. Een beetje weird, maar wel leuk. Dat begin heb ik wel gehoord, maar... Oké, in Umbrella Academy gaat eigenlijk om een soort van superheldengroep, maar dan... Is het een familie en het is een beetje een slecht functionerende familie. Is dat die serie met die aap? Ja. Ja, oké. Dat heb ik meegekregen, nou, dat vertelde ik. Oké. Ik ben benieuwd. Het klonk heel vaag toen ik het uitlegde. De Kasia Girls, dankjewel voor je supersticker. Monies, wou Adina zeggen. Yay. Dankjewel. Kijk, nu weet ik hoe deze moet, dus nu ga ik... De hele alerts doen het nu niet meer. Ja, precies. Oh, doen ze het gewoon helemaal niet meer? Wij doen helemaal niet meer, dat komt ook niet meer binnen. Ik wacht tot ik... Oké, dit was net niet. Was ik hier best oké in. Dus kijk of het me nog een keertje lukt. Totaal niet. Dit was echt super ik heb die, slecht. Ik heb die laatste gepakt. Lekker hoor. Nou hoor, ik net ging zo goed. Net was ik hier echt goed in. Wat stom. Nee. Lekker. Hoi, yes. Net ging zo goed hierin. Nee. Ik heb hem gehaald als eerste. Iedereen loopt voor me. Nee, ik heb pas 2 punten. Nee, ik ging het toch. Kijk, nu weet ik wat ik moet doen. Dan ga ik ondertussen even die alerts maken. Kijk, en nu raak ik gewoon gefrustreerd, hè. Nu vind ik het niet meer leuk. Nu. Oké. Net zat ik helemaal niet op te letten. Toen ging het supergoed. Oké, dit ging zwart. Oké, ik moet nog 3 punten. Ik moet nog 3 punten. 3 punten? Ik heb pas 3 punten. Oh. Ik ging net zo goed hierin. En nu is het echt... Ik denk... Oké, wacht. Kom maar eens. Nee. Nee! Ik ga dit niet winnen. Dit gaat helemaal verkeerd. Oh man! Een paar puntjes. Oh, dankjewel de Kasia Girls! Hij kwam nu door. Oh, nog 1 punt! Come on! Nee!
Nee, het gaat niet goed. Oh, het gaat niet goed. Dankjewel, Maxime. Nee, het gaat zo slecht. Ik ga dit... Nee. Ik zit erin. Ik zit erin. Ik was echt de laatste. De allerlaatste. Netjes hoor. Goed gedaan. Ik was de eerste die het had gehaald. Ik haat dit spel. Eerste, laatste, perfect. Waarom zijn we dit spel gaan spelen? Ik zit er niet in. Ik ben niet door. En ik ging net vet goed en ik was nu vet slecht. En ik snap er helemaal niks van. Ik ga vannacht niet meer slapen hoor. Ik lig echt vet boos in mijn bed te liggen straks. Dit is niet goed voor mijn stresslevels. Nee, maar echt niet. Oh, dit is grappig. Zo erg. Dit hebben we nog nooit gespeeld. Dit hebben we nog nooit gespeeld, maar het lijkt me grappig. Nou, ik mag kijken. Okay. Heel leuk. Ik mag kijken. Is dat een Among Us karakter? Ja, hè? Die heb ik net al ergens voorbij zien komen, inderdaad. Oké, Rick, ik kijk met jou mee. Oh, don't touch me. Je mag er niet afvallen, dat is het idee. Je moet er gewoon opblijven. Ja, dat is het idee. Dat is wel te doen. Dat kan ik dan weer wel. Waarom krijg ik deze ronde dan niet? Deze ja, maar als is wel je leuk, afvalt, zeg maar, dan ben je ook echt done. Oh ja, oké. Okay. Nee, dat is ook niet leuk. Is er al iemand afgevallen tot dusver? Nee, gaan nog goed. Gaan nog goed. Jullie zijn lekker bezig. Dit jullie gaat lopen goed. Allemaal in de weg. Dit ik vind gaat het niet goed. Leuk. Uit mijn gezichtsveld, mensen. Uit mijn gezichtsveld. Oh my god. Ja. Kleine oh, opening. Frozen. Nee, waarom heb je me vast? Dat gaat ook van 0 naar 100 bij jou, hè? Lekker ja, bezig. Lekker bezig. Rick, je gaat lekker, Team Braadworst. Ik kan niet bij iedereen uit de buurt blijven. We gaan wel even dansen blijven, om je boosheid te verminderen. Dankjewel, Sharon. Even dansen om de boosheid te verminderen. Ah, oh, dat is super lief. Dankjewel. Nou, ik ben niet boos, hoor. Ik ben wel een beetje gefrustreerd. Klein beetje wel. Het is een beetje een paar muziekjes door elkaar heen vandaag, maar maakt niet uit. Toch een gezellig dansmuziekje. Dankjewel, lief van je. Hoi! Oh, nee. Oh. Gaat hij nog goed? Gaat hij nog goed bij jullie? Nee! Ben je gevallen? Oh. Ik ben eraf gesprongen! Oh, kijk hoe veel het er nu zijn. Dit is echt bizar. Dit is net Beat Saber. Dit is inderdaad net Beat Saber, maar dan op hard pro level. Ja. Komt een blok. Dush. Oh, als je dit in VR zou spelen, zou je echt gewoon helemaal misselijk worden. Oeh. Zo, ik heb het gehaald, jongens. Zo. Hey, lekker. Ah, er is alleen Adinda is afgevallen. Alleen Adinda. Nee, serieus? Ja. Meen je dit? Ja. Ja, maar echt? Nee. Netjes hoor, knap. Oh, je bent als enige afgevallen. Oh. Rick doet het echt goed, zegt Sharon. Ja, Rick is lekker bezig. We zijn Team Braadworst vandaag. Alleen dat hij dat eruit. Ja, je was echt de enige. Echt Adinda. Even kijken, wat moeten we doen? Adinda is in het echt ook al meteen dood. Score points, we moeten weer punten scoren. Oh. Dat is wel echt ik geef de schuld aan degene die me zat te pesten. Wie is het? Oh, ik ga je vinden. Geef mij maar de schuld, ik was het. Nee, oh! Levi! Okay, nou, ik kijk nee, naar jou mee, Rick. Of was het een andere? Alle andere succes weer. En Rick natuurlijk. Is het maar één, rood-zwarte. Let's go. Wat is dit? Nee, wat het is Levi. Levi! Dit is jouw schuld, Levi. Oh, Levi. Ja. Rick, Levi. Doe Levi eraf. Ja, ik ga mijn best doen. Je moet dus nu allemaal bubbels verzamelen. Dat is ja, het idee. Goed. Meer Karma komt je halen, Levi. Ik ga iedereen op je afsturen. Daisy je die zegt... Pak Levi. Daisy, dankjewel voor je supertip. Ze zegt, was. Ik ben die Among Us. Ah, leuk. Die skin is echt leuk. Hé, hey, waar zijn al mijn spullen? Oh, daar. Hé, hey, hoe kan het dat oh, je Levi... nog zeg maar 15 bubbels hebt? Levi is door. Oh, 16 heb je nu. Meen je dit? Heeft hij al 15 bubbels? Blijkbaar. Hoe zo snel? Oh! Hier zou ik ook weer zo slecht in zijn. Het vind ik niet leuk. Ik moet het echt gaan oefenen, jongens, van de week. Oh, dit is niet Rick. Ik dacht dat ik Rick had. Er is iemand sushi. Nice. Ja, die kan je nu kopen in de store. Kom op, jongens. Waar zijn de volgende? Maar hoe kun je je bubbels weer afnemen? Wat bedoel je? Je moet gewoon
genoeg pakken. Ja, ze lopen niet terug. Ik had het idee dat Rick er meer had en dat ze minder worden. Maar hij is gewoon slecht. Niet, hè? Hij was gewoon niet zo goed. Wat? Hij is niet goed. Oh, ga je helemaal lekker. Ja, maar je hebt nog maar, er kunnen nog maar 2 mensen door. Dus nog maar 1, lief. Je moet echt snel zijn. Nee! Ik moest er nog 1. Ja, je moest er nog maar 1. Arme Rick. Rick is er ook uit. Sad. Dit is jammer. Het is echt lastig. Jullie zijn allemaal goed. Is de Umbrella Academy leuk? Umbrella Academy is super leuk. Ik vind het Umbrella Academy heel leuk. Je moet sowieso verder kijken. Maar Rick, dat was echt heel close. Ja, ik zag het, ja. 1 ballonnetje moest er nog. 1. Helaas. Mm-hmm. Super sad. Wat moet je hier doen? Is dit die we net hebben gedaan? Run and balance across rows to reach the finish line. Oké. Okay. Rock Ben. Leuk, man. Geen zorgen. Leuk. Wij zijn allemaal raar hier. Er is niks mis met raar zijn. Als je raar bent, ben je juist leuk. Als je niet raar bent, dan ben je gewoon saai. Ja, toch? Ja. Maar je hebt hem nu 5 keer Laura de Zwarte gegeven. Hij deed het nu. Dit was de test, maar hij deed liever het raar dan saai, precies. Nou, Laura de Zwarte. Dit was de test. Laura de Zwarte heeft nu 5 keer membership gekregen, maar dat was dus nog maar een test. En inderdaad, goed gezegd, hè, Kitten. Ja, Kitten heeft gelijk, absoluut waar. Maar Rick, hij doet het. Niet als jij het doet, maar wel met de test. Wat gebeurde er? Ja, Rick is in de tussentijd ook gewoon van alles aan het testen. Als hij eruit ligt, gaat hij gewoon weer even lekker de alerts testen. Want het werkt wel als hij het test, maar het werkt niet als hij het doet. Snap je hem nog? Oh no. Ik kijk mee met Sylvan. Sylvan? Weet je, zolang je niemand anders in de weg zit, dan mag je zo raar of saai zijn als je wil. Daar heb je het nog steeds over. Sowieso. Ja, ik heb het er dus niet over. Ja, nee, ja, in mijn chat zegt ze ook goed gezegd, ja. Linda. Ja. Dank je. Ik kijk met Sylvan mee. Natuurlijk kijk jij mee. Adina, negeer mij. Wat, sorry, nee, ik zit te lezen. Nee, negeer me. ik kijk met Sylvan mee. Met wie kijk jij mee? Oh, ik kijk met Toyne Akkermans mee. Oh, ze lopen echt pas achter elkaar. Toyne is er nu. Oh, Toyne heeft gehaald. Oh, Sylvan is zo'n type die voor de finishlijn nog even blijft staan. Maar hij heeft hem ook gehaald nu. Oké, kom op, super links. De volgende ronde moet jij gaan winnen, Marissa. Ja, ik hoop het echt. Ik heb het zo warm. Oh, ik hoop überhaupt dat ik verder kom dan ronde 1. Hashtag team raar. Yeah, hashtag team raar. Wie vind je beter, Klaus of 5? Super links. Ze zijn allebei heel bijzonder. Zo close. Oh, ik vind het zo maar erg. Maar ik hou van Klaus. Ik hou van Klaus. Oh, zo close. Hashtag team raar. Hey, staat er in mijn chat. Levi is dood. Ja. Oh, arme Levi. No. Next. Oké, dit is nog niet de finale, hè? Nee dit is een tussenronde. Wat is dit? Survival. Avoid getting knocked into the slime and watch out for the cannons. Oké, dus absoluut niet in het water vallen. Dit is zo'n spel. Oh, maar deze zodra je valt, dan lig je eruit. Deze had ik vanmiddag. Die heb ik toen heel veel getest. Hier ben ik gewoon stil blijven staan op 1 plekje. Toen heb ik me gehaald. Ja, zeg. Ja, ik stond toen gewoon heel stil. Ik ga met de sushi meekijken. Ik kijk mee met... Ja, jongens! Gooi Levi eraf! Nee, Levi zit er nog steeds in. Ah, arme Levi. Hij zit er nog steeds in. Ik hoop raak! Levi! Nou, en dan wint je Levi zo meteen, hè? Ja, wow, joh, wat voor level is dit? Ja, deze vond ik niet zo moeilijk. Die heb ik vanmiddag even gedaan. Toen ging het wel. Maar die krijg ik nu niet. Kan iedereen op dit platform eventjes Levi bij de lurven pakken? Ja, en in Levi de weg zitten. Dit is mijn wraak. Dit is mijn wraakactie. Maar wij ook in de chat. Ja, pak Levi. Pak Levi. Arme Levi. Maar Job Bob is gewoon hard aan het overleven, vooral. Levi overleeft het sowieso wel, want Levi is een pro.
En gniepige, ja, Sushi, ja, pak hem! Gniepige pro. Yo, Bob die rent gewoon van links naar rechts, van hop naar her. Nou, ah, dit gaat... Oh nee, Jo, oh, balloon! Blijf leven! Blijf leven, arme Levi. Pak Levi! Arme Levi. Dat is ongeveer mijn chat. Oh, Levi. Pak Levi. Serieus, oh, mijn kat heet Levi. Arme Levi. Arme Levi. Sterf. Ja, Levi, sterf. You must die. Ja. Volgens mij zit die Levi bij mij in de groep. Oh, echt waar? Rip Levi. Is Levi er nog? Ja, tuurlijk. Ja. Levi is vet. Ik ga met Levi meekijken. Waar is Levi? Oh. Natuurlijk leeft Levi nog. Levi's pro. Levi leeft. Arme Levi. Oh, nee. Hashtag arme Levi. Oh, de bloemetjes. Die is eruit. Ook echt als eentje. Oh, sad. Mijn wraak doet echt niks. Is diegene die er nu uit is ook door Levi? Weet niet, het zou best kunnen. Levi. Levi. Levi krijgt alles. Vorige keer trouwens, toen we die martelkamer gingen bouwen, hè? Toen heeft de Zoe even later nog de stream teruggekeken. Toen zat ze nog in de comments. Ik ben helemaal beroemd! De Zoe van de martelkamer. Hé, hey, even oproep. Is Zoe van de martelkamer er vandaag ook? Even kijken met chat dan. Zoe van de martelkamer. Ik roep op, Zoe van de martelkamer. Kan je eventjes naar de mentor komen, RB? Ja, Zoe van de martelkamer wil graag opgehaald worden uit Smalland. Hij staat opnieuw trouwens. Oké, okay, go Levi. Ik bedoel, Levi sterf. Nee, niet go Levi. Levi sterf. Ah, oh, Levi. Oh, kom op, Levi. Levi. Kijk, Adde Art die is gewoon wel voor Levi. Ik vind het zielig. Kom op, Levi. Levi doet het vet goed hoor. Oh. Luister maar niet naar Adinda. It's ik ben ook. Oh nee, goed. Levi. Levi arme doet Levi. Het goed. Kom op, Levi. You can do it. Nee, Levi wordt echt gebeukt, jongen, voor het leven. Voor het Levi. Nee, we moeten Levi juist onder druk zetten. Ja, Levi, go! Als je niet wint, dan ben ik teleurgesteld in je. Ah, hij blijft niet in Levi. Ik heb zo'n belofte gedaan. Go, Levi! You can do it! De arme Levi. Levi. Oh, nee, oh, Levi! Zoe is oh, er, nee, hoor! Oh! Ja, is Zoe er? Ja, Zoe is er. Hoi, Zoe. Levi is eruit! Oh nee, Levi. Arme Levi. Arme Levi. Oh. Arme Levi. Goed gedaan hoor, Levi. Applaus voor Levi. Lekker. Applaus voor Levi. Goed no gedaan, Levi. Levi. Iedereen was team Levi ineens. Ja, het is goed. Oké, okay, ze moeten nu voor die vak... Oh, dit is zo'n Squid Game-achtige game. En dan moeten ze over van die vlakjes naar de overkant. Maar dan moet iemand testen en die valt naar beneden. En de rest weten, oh, dat was niet het goede vlakje. Dus dat is echt zo'n Squid Game spel, dit. Oh my god. Ja. Oh, en dan moet je naar de overkant zitten komen. Sommigen donderen naar beneden en sommigen blijven staan. Levi bleef toch niet Levi. Nee, Levi ging hartstikke dood. Karma voor Levi. Hij bleef niet meer in Levi. Let's go, ik leef nog. Hey, lekker Bas Bas. Lekker Isa. Is ook Bas Bas in de game. Hier bij Isa. Ja, Bas Bas! Go Bas Bas! Oh, dat zag ik! Dat zag ik! Lala, die duwde Job ja, die Lala, die duwde Job Bob zo de afgrond in op die tegel. Oh, sneaky! Oh, revenge. Lala werd er zelf nu ook in geduwd. Oh, lekker Bas Bas. Take one for the team. Bas Bas, ik ga meekijken met Bas Bas. Ik zit achter Sweaty Bas Bas. Ik ben ook Sweaty Bas Bas. Ik ben ook Sweaty Bas Bas. Sweaty Bas Bas, go go! We zijn allemaal Sweaty Bas Bas. Oh, Sweaty Bas duwen Bas elkaar gewoon. Ja, ze duwen elkaar gewoon de afgrond in. Jullie zijn echt hard. Gruwelspel hier. Kom op, duw die sushi erin. Oh nee, oh, die sushi! Oh, de sushi! Die sushi gaat erin. Go, Sweaty Bas Bas! Iemand, pak gewoon nou, een. Iemand, doe het gewoon. Pak gewoon. Ja, 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 heel lekker. Heel goed. En... Ze hebben tactieken, zie je dat? Als ze schudden, dan... Ze gaan zo heel... Oh! Ja! Oh, oh nee! Oh, dan hang je daar net voor die finish. Dat is ook wel zielig. Bye bye. Ah, oh, sad. Bas Bas leeft nog! Oh, dat is sad. Go Bas Bas! Hé, hey, een tipje van Antonio. Die zegt, de laatste twee zijn altijd gewoon rechtdoor. Dat is top. Dat is goed om te weten. Dat onthoud ik. Oh, cool. Nee, ik ook niet. Ik denk dat ik überhaupt nooit zo ver ga komen dat ik bij dat spel aankom. Nee.
Oh, ik denk dat ik zo meteen gewoon solo games zonder kijkers ga doen. Die kijkers zijn veel te goed. Het is toch Adinda, of schrijf je het zo? Adide. Ja, Adide. Adide! Sowieso Adide. Adide. Oké. Okay. Ja, die kan weer op de lijst. Dit wordt weer zo'n wipe-out. Oh ja, ja, ja. Er zijn er nog 5. Oké, okay, ik ben voor Job Bob, of voor Sylvain, of voor Sweaty Bas Bas, of voor Big Boy Ossie, of voor Focus Maze. Oftewel, ik heb geen keus. Ik ben voor iedereen. Bas Bas! Oh, bij mij vinden ze dat Bas Bas moet winnen. Bas Bas! Oké, okay, dan ga ik naar Bas Bas. In. Go Sweaty Bas Bas. Go get him! Let's go Bas Bas! Dit gaan ze echt sowieso overleven allemaal. Nee, er gaat er eentje uit sowieso. Nee, nee, er moeten er 4 uit. Oh, nee. Uiteindelijk pas wanneer er 4 dood zijn. Oh, en er vallen ook blokken weg, zie je dat? Oh. Dankjewel Isa voor je superchat. Je hebt zulke leuke kinderen, jij ook. Ah, oh, dankjewel, is lief. Mijn broer gaat zo meteen ook proberen mee te doen. Oh, leuk, Laura. Ah, nice. Ik ga even chocola pakken. Nice, moet ook gebeuren. Ik heb het was toch agenda? Ja, het is agenda. Ik weet agenda. Agenda. Adinda is niet mijn echte naam. Het is eigenlijk agenda. Ja, maar agenda is ook veel mooier. Wie heet nou Adinda? Als je ook agenda kan heten. Oké, okay, hoe gaan ze dit overleven? Kan je ook hangen aan die... Oh, daar gaat sushi. Sushi dice. Dit was vroeger de finale. Oh. En nu is het gewoon één van de finales. Of is het niet eens de finale? Nee, dit is nog niet de finale, geloof ik. Jawel, nee. Het is wel de finale. Oh, Sweaty Bas Bas! Lekker Bas Bas! Sweaty Bas Bas! Ik ben vet sneaky! Sweaty Bas Bas is de winnaar, lekker! Goed gedaan, Bas Bas! Lekker! Wow. Kijk ook wat de overwinningsmuziek. Lekker! En dankjewel de Kasia Girls voor jullie superchat. Echt heel erg lief, dankjewel. Wat een einde. Echt, wat een einde. Even muziekjes tijd hoor. Dan gaan we zo meteen weer een nieuwe starten. Super lief. Ik kreeg een hele gulle donatie van de Gasha Girls. Echt super lief. Dus ik heb heel lekker muziek Gasha aanstaan girls. Hier nu. Ja, echt. Wat zit die betalen mijn spijten. Hypotheek deze maand ook hoor. Dat is echt heel lief. Oké, okay, we gaan weer een nieuwe ronde. Dus voor alle mensen die we graag weer willen meedoen. Voor de mensen die net al hebben meegespeeld. Even een potje overslaan, zodat er even mensen kunnen meedoen die nog niet hebben meegedaan. Ja, als je al gespeeld hebt, alsjeblieft niet weer meespelen. Niet laat weer iedereen joinen. Een potje doen. Laat andere mensen nu ook even spelen. Dus Sweaty Bas Bas, gefeliciteerd. Niet nog een keer joinen. En leef je ook niet. Hé, we gaan een nieuwe code Good aanmaken. Game. Adinda die maakt de code weer aan. Good Zorg game. Dat je er vast klaar gaat aan. Ik ga laten zien hoe je het sta gaat jij doen. Klaar? Ik sta klaar? Bijna. Klein momentje. Wacht, ik doe het wel even op mijn telefoon openen. Dan weet ik zeker dat ik de code ook snel kan lezen. Ja, als je de code stuurt, dan sta ik er klaar voor. De code is HP... HP4I1. I1. HP4I1. HP4I1. Ik ben niet gereed. Kom op, Rick. Go ik snel, ben niet go. Wat doe je hier dan nog? Ga snel erin dan. Rick is erbij. HP4I1 is de code. Dus, hij zit alweer vol. Sweaty Bas Bas, jij hebt net al meegedaan. Dus als jij even wil lieven, alsjeblieft, dan kan er iemand anders mee. Je hebt zelfs net gewonnen. Dus dan mag er iemand anders meespelen. Anders dan gooit Adinda je daaruit. Dus eerst dan nog zo meteen een plekje vol, vrij. Ja, gaat snel, hè. Het is echt zo snel vol. Even kijken of ik... Ja, Sweaty Bas Bas. Bas, Bas. Ja, die heeft zelfs... En Big Bas, Boy Ossie heeft net ook doen, al meegedaan. Big Boy Ossie helaas, heeft net ook al meegedaan. Dus helaas, die mag er ook Bas, uit. Bas. Wie nog meer? Big Boy Ossie, die heeft net ook al meegedaan. Big Boy dus die... Ossie, helaas. Helaas. Dus als je nog mee wilt doen, er is weer een plekje... Oh, hij is alweer gevuld. Het gaat zo snel. Echt bizar. Wie van jullie zit erbij? Marielle zegt ook, hij is zo snel vol. Het lukt gewoon. Ja, jou heb ik ook eerder gezien. Ik ga ronde 1 er sowieso uit. Zit je erin, Sharon? Wat gezellig. Ik ga kijken of ik er kan vinden. Racing Drag, Dutchy Girl, yeah, it's me, Ilse. Hey, Shoko, 13. Hallo, welkom. Irisje, Thomas. Injured Frog, oh. Die vette aap heeft net ook meegedaan, die vette aap. Volgens Jennifer de ghost heeft toch ook al meegedaan. Volgens mij wel. Sharon zit er inderdaad in al, gezellig. Leuk. Hey. Jij bent dan wel de boosdoener van deze avond. Jij moet de hele tijd iedereen kick aan Dinda, dat is zielig. Ja, echt superleuk dat jullie er allemaal weer bij zijn. Oeps. Hoezo ben ik gekikt? Ben ik gekikt? Ben jij gekikt? Ik ben gekikt! Heb je jezelf gekikt? Dat is knap. Hoe kan je nou jezelf kicken?
Kan iedereen elkaar kicken dan? Nee. Nee, alleen jij kan je kicken. Hey, wij kunnen het ook niet. Dus alleen jij kan kicken. Je hebt jezelf gekickt, of niet? Nee, dat kan toch niet? Ik snap het niet. Oh nee. Bij ons ben je nog steeds de host. Ja, bij ons ben je nog steeds de host. Kan je er niet... Oh, de lobby is zo closed. Oh nee. Sharon, het was je eindelijk gelukt. Oké, Sharon. Sharon. Ja, ze was zo blij dat ze erin zat. Oké, Sharon, ga klaarstaan. Ja, dat het je lukt. Nou, ze is zo disconnected. Nee. Oh, dat is echt heel sneu. Oké, we gaan het nog een keer proberen, ja? Ga klaarstaan. Zorg dat je hier klaarstaat bij de joins, zodat je meteen kan invullen. Ik wacht totdat het in de mijne code stuurt. Waarom laat hij de code niet zien? Ik wacht totdat het in de mijne code laat zien. Ja, oh, succes jongen. Succes om erin te komen. Met chat ook. Oh, vast. Rip, Sharon. Nee, mijn spel loopt vast. Wat is dit? Is je hele spel vastgelopen? Ik ga even opnieuw opstarten. Ja, even opnieuw opstarten. Moment. En wij heel even breinpauze. Dat is ook niet heel erg. Kunnen jullie vast klaar gaan staan om zo meteen de code in te vullen? Ik ga ook na dit potje sowieso even wat te drinken pakken. Zal ik het anders nu even doen? Even heel veel korte break, want je moet hem toch opnieuw opstarten. Telefoon zeggen tot ik naar het bed gaan. 1 seconde, mensen. Ik ben zo weer terug. Ben je Indo? Ik ben een kwart Indonesisch. Ik ben half Chinees-Indonesisch. Ik dans echt terwijl er geen muziek is. Alright, ik zit Fall Guys opnieuw op te starten. Wie ship je het meest in Miraculous? Doe je ook in de Love Square, want ik ben echt een grote Lady Noir fan. Nee, niet Lady Noir. Mary Chat. Ik ben een Mary Chat fan. Ik ben ook kwart Indo. Hey, high five. Dat was een high five. Ik ben Cat Noir. Gaan we even nieuw potje starten. Melissa, je hoort je identiteit wel geheim te houden, hè? Hallo, daar ben ik weer. Ik zal tegen niemand vertellen. Hallo, daar ben ik weer. Ja, hallo. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb even snel wat water gehaald, want ik krijg dorst van al het geschreeuw. Mary Chat, beste ship, echt wel. Inderdaad. Oké, ik had in de tussentijd gewoon lekker alles aan laten staan, hoor. Dus ze hebben op mijn stream deelt het jou ook gewoon lekker gehoord. Terwijl ik even een drink aan het halen was. Ik weet niet wat je hebt zitten vertellen. Dat ze kwart Indonesisch is. Oh, nou ja, dat is altijd fijn om te weten, toch? Ik heb intussen even een ASMR waterflesje, hoor maar. Oh. Ik hoor hem niet. Helaas. Zo ASMR is het. Dat is toevallig. Ik ben ook Indo. Mijn nichtje heet ook Adinda. Cool! Hey, kijk, doe maar Agenda aan is ook een hele goede naam voor... Nou, nee, wacht. Heb jij, half Indonesisch, half Belgisch. Oeh. Heb jij hem opnieuw opgestart inmiddels? Ja. Ik ben mega Mindy. Mega. Ik ging het uiteindelijk. Ik ga toch zingen. Oké. Even kijken of de code het doet. Ja, de code doet het. Oké. En ja, ik heb de eerste 2 afleveringen gezien. Stuur mij die code, Adinda. Hou me tot geklets. Stuur me die code. Jongens. Ja, oké, ga klaarstaan. Ga klaarstaan. Ja, om de code in te kunnen vullen. Het lukt met zo nog. Oh, snel! Oké, de code is GWF. GWF O5. O5? GWF O5. GWF O5. Oké, snel. En vol. Half Thai, half Belgisch. En vol. Nou, dat hashtag is toch niet te doen. Even serieus, Rick hij is al vol. Rick zit er niet in. Rick zit er niet in. Oh, nee. Oh, Rick. Oh. Je krijgt toch wel als eerste de code. Yes. Oh, nee. Ja, om eerlijk te zijn heb ik ook... Ringteen zit er weer in. Als... Jou heb ik echt al zo vaak gezien. Sky the Tinker. Ja, en Ringteen. Als Ringteen eruit gaat, dan kan Rick meedoen. Waar is Ringteen? Maar dan moet je er wel klaar voor zijn. Zijn je er klaar voor? Boris heb ik ook gezien. Ja. Ringteen, die heeft ook al meegedaan. Hij laat me niet kicken. Ik zit erin, eindelijk, zegt Lieve. Ik mag niet. Waarom? Hoezo doet hij het niet?
Nou, ik sla wel een rondje over. En Sweaty Bas Bas. En nee, die gaat nee, ook weer die in. Die heeft al gewonnen. Je Rick, je probeer mee te doen. Sweaty Bas Bas. Bas Bas. Bas Bas. Nee, ik kom er niet in. Nee, dan neem het heel verwachten. Sweaty Bas Bas. Het duurt even. Ik heb hem gekikt, maar hij is er nog niet uit. Ik kan het niet. Ik kan alleen maar kijken naar wat jij aan het doen bent. Ik kan nu niks in de tussentijd doen. Nope. Ik zet mensen te kicken, maar ze gaan er niet uit. Ah, oh, nou, dan doe je de volgende ronde mee, oké? Ja hoor, is goed. Rick vindt het niet erg. Dan kan je misschien ook meteen even helpen boven. Bij de kindjes. Oké, gaan we hem starten. Oh, nu wel. Gaan we hem starten. Ik heb een brownie met fruit en thee. Lekker, Isabella. Oké, we gaan beginnen. Yummy. Jongens, iedereen weer die meedoet. Succes. Ik ook succes. Dunda, succes. Succes, iedereen. Ik ga me weer mentaal voorbereiden. Druk op start. Nee, ik zit er weer niet in. Oh. Emmy zit er wel net eindelijk in. Lekker. Nou, iedereen die nu meedoet, succes. Sorry dat hij de vorige keer was gecrashed. We hebben één plekje vrij. We hebben laat één plekje Melissa vrij. En Lara erin. Je kan erbij. Ik heb hier geen controle over. GWF 05, hè? Of 05. GWF 05. Maar ik weet niet of je er nu nog in kan, want zij zit nu te laden. Zeg maar. Ja, dan zie je één plekje vrij. Oh nee, hij begint al. Oké, ik denk niet dat het nog kan. Oké, volgende ronde. We hebben hierna weer een nieuwe ronde. En dan gaan we het nog een keer proberen. Aline zegt, ik denk dat ik deze stream niet meer mega kunnen doen. Nee, maar hoe kunnen sommige mensen er zo snel in zitten dan? Ik denk dat sommigen gewoon copy-paste kunnen doen omdat ze op de computer zitten. En anderen zitten dan weer op een andere console. Ja. En die moeten het dan in gaan vullen. En die zijn dan langzamer inderdaad. Dat denk ik ook. En dat ligt ook aan je wifi. Ik zou niet weten hoe we het anders zouden kunnen doen. Ja, dat is ook echt niet op te lossen. We doen echt ons best om zoveel mogelijk mensen te laten spelen. We gaan het gewoon het enige wat we kunnen doen is zeggen dat iedereen gewoon voor zichzelf één potje moet spelen. En voor de rest gewoon niet meer moet spelen. Ja, meer kunnen we niet doen. Oké, we gaan weer bouncy bouncy. Nee! Let's go bouncy bouncy, kom er niet op. Laat me winnen. Ik wil gewoon eventjes... Oh! Oké, jammer. Dit gaat verrassend oké. Nee, dit gaat helemaal niet oké. Wat is dit, jongens? Oh my freaking, wat de oké, het viel best mee. Oeh, reuze! Wee! Dit gaat goed. Gaat goed. Niks aan de hand. Alles gaat goed. Dit is helemaal... Auw! Springen! Ga eroverheen. Go, ik kan het niet zien. Ga eroverheen. Laat maar, ik ga ja hoor, gedaan. Ja. Oh, dankjewel Melissa. Je kan het. Nee. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga mijn best doen. Ik wil dit ook gewoon kunnen. Hallo, ik heb nu geen tijd om doei te zeggen. Ik ben heel geconcentreerd. Dit spel is zo moeilijk. Hier is deze regenboog. Oh. Muffinvee. En ik heb echt geen... Wacht. Ik kom zo. Ja. Ben je klaar? Ga je slapen? Ja. Welterusten, lieverd. Welterusten, schatje. Zeg maar hier. Doei! Slaap lekker! Emily en Mila die gaan in de tussentijd lekker naar bed. Welterusten! Doei! Yay, ik heb het gehaald! Ik mag één ding zeggen. Ja, dan gaan we één ding zeggen. Nou, Mila. Nou, Mila heeft een hele gekke melige buik. Doei! Jongens, we zijn naar bed. Ik zit erin. Heb je het gehaald? Ik heb het gehaald. Lekker bezig. Nice. Oh, die muffinvee heeft het niet gehaald. Waar is de muffinvee? Oh, sad. Man. En nu moet je meteen weer door, hè? Daar gaat dat mis. Mijn concentratie, jongens. Oké. Volgende ronde. Tot dusver ben ik door, dus ik ben al heel blij. Het is al wat meer dan alleen maar kijken nu. Oké, wat moeten we hier doen? Oh my god! Run across the rotating rings to reach the finish line. Oké, dat kan ik. Dit gaat gewoon goed. Ik ga gewoon winnen. Het moet gewoon lukken, dit. Ik wil dit winnen. Oké. Here we go. Hey, we staan naast elkaar! Ja! Yeah.
Als je me eraf beukt, oh, ik kom je halen daar in je nieuwe huis. Ja, kom dan. Hé, kom dan. Nee. Wat? Oeh, dit gaat wel oké. Dit gaat soort van oké. Dit gaat nog soort van oké. Alleen die, ik vind die niet leuk. Dit is zo. Ik vind die hamer. Oeh, bij mij crasht alles weer. Sorry jongens, sorry op de stream. Oh. Ik had weer even een major crash. En waarom weet ik niet. Deze game is even iets te heftig voor mijn computer. Dus bij jullie valt waarschijnlijk ook weer even de muziek weg. En Adinda. En als het goed is, ik hoop dat het zo terugkomt. Ja, kom weer terug. Deze hamers zijn echt niet leuk. Die hamers zijn echt niet leuk. Ik vind het niet leuk. Nee. Hoe kunnen sommige nou al gequalified zijn? Hoe dan? Oh. Nee! Oh, ik zweer. Echt, ik zweer. Oh, ik kan wel bijna huilen. Waarom? Ik ben hier ook helemaal zielzaams alleen, hè? Iedereen is al lang... Oh, dan heb ik weer deze vervelende... Ik moet gewoon ademen. Ademen. Dat helpt niet. Helpt niet. Oh, doe het Maris, doe het. Kom op. Ik zie niks! Oh, nee, dit is zo moeilijk. Oh, moeilijk. Ik kan dit. Dit gaat goed. Dit gaat beter. Nee, dit gaat goed. Dit gaat beter. Ja, dat zeg ik ook de hele tijd. Oh, ik ben zo dichtbij. Ja. Nee, laatste team. Nee, haal het, please. Laatste team. Oh my god. Nee. Haal het. Nee, de laatste paar. Oh, ik ga nu ook nog de verkeerde kant op ook. Nee, ik ga dit niet halen. Nee, hoezo komt die beest? Lukt toch niet van een computer? Nee. Oh, ik ben niet door. Oh, dan moet ik weer 60 jaar kijken. Hè. Ik vind het niet leuk. Copy-paste kan natuurlijk niet vanuit... Well damn. Dat is waar. Tenzij hij het uit mijn chat haalt. Ja, ik ben door. Ik niet. Oh. I hate this game. No! Ik haal het gewoon niet. Ja, ik moet even Rick's microfoon mute. Kom in. Oh, deze! Als je valt, dan ben je eruit. Dat ga ik echt niet... Zo, nu horen jullie mij niet meer dubbel. Jullie hoorden mij via de microfoon van Rick. Oh, dit spel, jongen. Dit spel haalt echt het meest erge in je naar boven gewoon. Dat is echt hoor. Zo slecht. Dit is zo slecht eigenlijk. Oké, ik ga jou opzoeken, Adinda. Nee. Waar ben je? Ik loop. Je soep zit er nog in. Hé! Hey! Lekker. Janana. Jullie zitten er dus Focus Maze. Kitta, ik heb jou gevonden. Oh, ik had hoop. Ja, Sean, ik had ook hoop. Ja, het ging op een soort van oké. Oh nee! En dan ben je nu meteen geëlimineerd. Nee! Nou! Oh, je hebt er wel iets langer in gezeten dan ik. Ja. Ooit gaat het lukken, ik geloof erin, zegt Aline. Nou, ik hoop het ook. Oh, dit ging snel. Dit ging heel snel voorbij. Dit was echt... Oh, dit spel, jongen. Blijf sterk, Maris. I can do this. Maar echt... Jammer, Maris, maar het ging eerst wel goed. Ja, dat vond ik ook. Maar ik kwam daar gewoon bij dat middelste gedeelte. Toen was ik daar ook nog in mijn eentje over. Toen dacht ik al, die gaat niet goed. Toen zat ik al gewoon helemaal klem. Ik hoop ook dat ik het haal. Heb je al een keer gewonnen? Nee. Ja, een ronde. Maar niet een heel spel, helaas. Ik had verwacht... Ik denk, oh joh, ik heb wel wat beginnersgeluk, weet je, dat komt wel goed. Maar misschien had ik toch even wat meer moeten oefenen. Misschien was het dan iets beter geweest. En als ik het eenmaal aan het spelen ben, ben ik zo geconcentreerd. Nou, jullie hebben het inmiddels al door. Volgens mij word ik echt zo agressief ervan. Maar het is niet erg. Een kalmerend glaasje water gepakt. Oh, wat goed van je. Dat heb ik net ook even gedaan. Dat is echt nodig, want ik ben ook helemaal schor van al het geschreeuw. Een rage quit gehad. Zo. Dankjewel aan Stomme Sweeper. Ja, maar echt, hè. Dankjewel voor je superchat. Oh, oké. Kom op. Hey. Ik kijk met Nienke mee. Nienke, you can do it. Iemand zegt in mijn chat, hey, is je moeder nog single? Nou, waarom vraag je het er niet? Je kan het er direct vragen in de chat of ze single is of niet. Nou, willen we allemaal weten of de moeder van Kitten nog single is. Laat maar even weten.
Hey, agenda. Heb je ook nog toevallig een zus? Een, die nog single is? En een broer? Nee, maar niet vandaag in de chat. Rick die komt nu net binnenlopen. Ik dacht, wat is nog dit nou niet, weer voor een gesprek? Nog niet. En is ze single? Volgens mij is ze de chat uitgegaan. Je moet het denken. Moeder van Kitta left de chat. Jongens, kom ik vaderloos over? Twins Levi. Gaat op zich wel oké. Okay. Ik kijk mee met Twins Levi inmiddels. Vaderloos behavior. Naar wie, de chat. Met wie kijk jij mee? Oh, ik kijk naar Levi! Ja, ik ook. Nee, Twins ik Levi. Ik wil niet Levi. Nee. Oh, dit is een andere Levi. Dit is een andere Levi. Dit is een andere Levi. Dit, als ik hoop voor Levi dat het een andere Levi is. Wat vind je van de nieuwe Shadow Moth uit seizoen 5 van Miraculous? Hij is echt een beetje dom, eerlijk gezegd. Dat hij zoveel verschillende tegelijkertijd doet. Word je echt alleen maar zwak van. Twee? Oh my god, wat is gebeurd? Twee? Je zat alleen met de klit. Jongens, wat heb is dit? Heb je cola gedronken? Nou, laatste twee. Is het dan nu de finale ronde ook? Nee, ja, dit is nog niet de finale ronde. Nee. Is dit gewoon... Ja, het wordt een spek en bonen rondje weer. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Hoeveel abonnees nog tot de 13.000? Ik zal even kijken. Big Brain werkt niet. Nee, echt niet. Ik heb mijn Big Brain werkt vandaag echt niet. Maar ik denk dat het niks te maken heeft met mijn Big Brain vandaag. Het is gewoon... Parcours is gewoon moeilijk. Is gewoon moeilijk. Hoe vind jij het gaan tot dusver, Rick? Ben je potjes? Mooi, hè? Oh, gaat wel oké, zegt hij. Ik had trouwens even je microfoon gekuild. Want ik hoorde dat het een echo, maar zo meteen kan die wel weer aan. Als we weer gaan een potje gaan doen. Ik moet gaan douchen, maar dit is leuker. Ah, oh, Nookie. Probeer cola. Nee, 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 want dan slaap ik vannacht niet meer, joh. Ik vind deze hele spanning en sensatie al heftig. Hé, hey, maar is dat vind je van Stranger Things? Ja, heel erg leuk. Ik vind dat sowieso wel een tof serie. Ik vind het goed in elkaar zitten. Maar ik ga geen spoilers geven voor de mensen die het niet hebben gekeken. Hé, hey, ik ben jarig. Ik heb een rolschaatsen gekregen. Lekker, Jelle. Gefeliciteerd. Love you. Ik kijk al je video's en I love it. Oh, dankjewel, Lauren. Dat is lief. Ik wil jou een keertje ontmoeten. Nou, dat kan. We hebben af en toe een keer meeting, please. Moet je maar goed alle kanalen in de gaten houden. Waarom streamt Kitta? Ook gewoon op YouTube. Ik zat er net eindelijk in. Gaat het dinder eruit? Oh, nou, we willen er niet uit, hoor. We zijn gewoon slecht. Kom op, Levi. Hup, ga er overheen. Kom op. Ja hoor, lekker. Oh jawel, oké, daar is ze weer. Ja, oh sorry, ik had heel opgemute. Ik kreeg allemaal vragen. Ik denk, oh, dan val ik jouw chat niet lastig. Dus ik ga eerst eventjes mijn vragen beantwoorden. Maar nog ja, steeds de tussenronde voorbij. Ja, meer dan 300 likes. Let's go. Hebben we nu dan de finale? Misschien wel. Ik hoop het. Luca en Marinette of Adrian en Marinette? Ja, eerlijk... Finale. Ik vond Luca en Marinette wel heel erg leuk. Maar eerlijk, ik wil gewoon... Ik... Finale. Marinette verdient Luca niet. Ik ga eerlijk zeggen. Ik heb geen idee waar je gesprek over gaat. Ik heb het over Miraculous. Oh, dat kijk ik niet. Luca verdient Marinette niet. Daar blijf ik bij. Het was een leuk koppeltje, maar ik wil gewoon het beste voor mijn boy Luca. Adinda, okay. Voor wie ben jij? Voor IJzige Vriend of voor Levi? Nou, ik denk niet dat ik het hoef te vragen. Oh, IJzige Vriend. IJzige vriend waarschijnlijk. Gewoon alleen maar door de naam. Sorry, Levi. Je vorige Levi-naamgenoot heeft niet Levi veel goeds gedaan bij haar. De hele naam is cursed. Ja, ik denk het ook. Oké, nou, dan ben ik wel voor Levi, goed? Dan ben jij voor IJzige Vriend. Ja, oké, dan. Kom op, dan Levi. Kom op, Levi. You can do it. You can do it. Beuk hem eraf. Beuk IJzige Vriend de afgrond in. Beuk hem. Beuk hem. Pak hem. Ja, ja. Levi, pak hem. En Levi houdt hem van... Nee, Levi laat toch los. Hij heeft een ander plan bedacht. Hij beukt hem hier. In het oranje. Beuk, beuk, beuk. Ja, lekker, lekker. Kom op, Eerst Levi. Eerst vraag je of mijn moeder single is. En nu zeg je... Mijn hond
heeft mijn tandenborstel gelikt. Kan ik hem nog gebruiken? Wat heb jij voor poppers? Slaap lekker, Margie. Leuk dat je er was vanavond. Dankjewel voor je hulp. Dit moet je niet zonder beeld kijken. Nee, inderdaad, Sina. Oh, dit wordt nog spannend. Het duurt nog lang, jongen, dit. Wie gaat er nou winnen? Het duurt echt heel lang. Kom op, Levi. Beuk hem in de afgrond. Oh, nee, Levi, nee! IJzige vriend heeft gewonnen. IJzige vriend heeft gewonnen. Ja! Nah, lekker, IJzige netjes. IJzige vriend, let's go! Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, IJzige vriend. Oh, lekker. Hij wel een tof skin. Hele tof skin. Oké, dan gaan we hier weer uit. Gaan we weer een nieuwe lobby beginnen. Liefje, wil je weer meedoen? Oh. Mijn moeder appt me. Ze zit dus op single. Speaker te kijken. En ze zegt dat Toetje me kan horen. Zo zielig, ze hoort me, maar ik ben er niet. Oh, Toetje. Oh. Toet. Oké, Adinda. Ja? Ik sta er klaar voor. Oh, ik niet. Moment. Ik zal weer even vertellen. Jongens, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Mensen die net hebben meegespeeld. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Doe nu eventjes niet mee. Ik ga zo meteen hier de code invoeren. Dat is voor en jullie ik geef ook de mijn code. Chat stiekem voorrang. Ja, maar in totaliteit geeft ze precies tegelijkertijd met die van mij. Dus we gaan zo even joinen. Ik heb totaal Maris al de kussencode gestuurd hoor. Oh, heb je er mij gestuurd? Nee, ik heb helemaal niks. Geef me de code. Oké, liefje, zet de 14. Nee. Heb je hem klaar? PV. Oh, nee. Zet 14 PV. Oh joh, 60. Adinda, je moet hem echt niet zo lang open laten staan, want nu kunnen de kijkers bij mij er helemaal niet bij. Hij zat al op 57 toen ik erbij kwam. Zit jij erbij, Rick? Jazeker. Oh, het is Rick wel gelukt. Ja, ik heb Adinda streamer aanstaan, die is sneller dan steeds dat ik hem... Nee, ze laat hem nu heel lang wachten voordat ze hem nu stuurt. En dus hebben nu echt maar 3 kijkers of zo die erbij konden, want toen was hij al vol. Hufter. En dan start ik hem zo meteen hoor. En dan kunnen jouw kijkers helemaal niks. Nee. Is echt niet te redden, jullie. Hé, hey, maar Sharon zit erin, hoor ik net. Dat klopt. Sharon, ik ga je opzoeken. Gedaan, Sharon. Het is je gelukt. Ik zie Toffee Guusje. Dr. Dref. Jennifer zit er weer in, Jennifer. Soek zit er ook weer in. Oh, hoe komen Sharon? Hoe komen jullie zo snel erin? Maak af en toe ook even plek voor iemand anders. Oké, gaan we dan beginnen? Playlist, dit is echt om te huilen. Ja joh, het gaat zo snel. Het is niet anders. Hij is weer gecrashed. Het is... Ja, wat is dit? Het is Sharon. Niet. Het ligt aan Sharon. No! Sharon. Het ligt aan Sharon. Elke keer Sharon erbij komt, dan crasht hij. Hoe dan? Nee, maar echt, want ik zit nog steeds in de lobby. Ja, maar Adinda niet. Ja, ik weet niet. Ik wou iemand eruit kicken en toen werd ik er zelf uitgekikt. Misschien is dat gewoon een glitch of zo. Ja, oh, dat zou kunnen. Ah, oh, sad. Of jullie zijn hackers! Ja, of je had dus niet gewoon zo lang moeten wachten met die code. Nou, hup, schiet op nu. Okay, dat is gewoon eerlijk. Goed dan. Oké, nog een keer jongens. Nieuwe code, nieuwe kansen. Nieuwe code. Nieuwe kansen. En de code is... Ah, ik doe dat niet! Oh, nee! Stom. Ding, oké. Heb je hem? Kitta, deze keer wel eerlijk, zegt Sarah. Ja, is goed. Ja, gaan we doen. Maar okay. Ik moet hem eerst weer volledig nieuw opstarten. Want dat doet het weer niet. Oh, wat vervelend, hè? Moet ik er anders eentje aanmaken? Want die kan niemand... Oh, dat is misschien wel een goed idee. Dat is iets eerlijker misschien. Ja, doe dat. We worden slimmer met een minuut. Rick vooral. Oké, Rick die gaat er eentje aanmaken. Sharon die zegt, ik doe niet meer mee. Nee, wel, Sharon mag wel hoor. Dat was een grap. Doe maar lekker mee. Ik doe niet meer mee. Oh, Sharon. Samen tegen. Oh, Rick heeft guys. Een code aangemaakt. Ik ga hem nu delen. Heb jij hem ook al, Adinda? Oh ja, maar ik moet Fall Guys nog opstarten. Oh. Oké, nee, dan wacht ik nog. Ik had hem bijna helemaal getypt. Dan wacht ik nog heel even. Maar net niet helemaal, dus we hebben hem net nog niet helemaal gezien.
Okay. Ik doe niet meer mee, zegt Melissa ook. Heel hoe start ik een gesprek met mijn crush? Hij is online. Oké, okay, je zegt gewoon hey met drie i's. Want dan laat je zien dat je hem leuk vindt. Maar dan doe je het niet met overbodig. Drie i's? Right? Oh, ja, hey. Je zegt gewoon hey, wat doe je? Wat ben je aan het doen? Hey, wat leuk dat je me wat stuurt. Hey, hoe was hoe is school vandaag? Stom, hè? Krijgen we nu dating tips van Adina? Terwijl ik echt maar twee Adina mensen ooit heb gedate. Gaat hem nu typen. Nee, dat is niet waar. Adina, ga je hem nu typen? Ze gaat nu klikken naar join. 3, 2, 1. Echt stom. De code is 0 okay. I F W G. Ja, wacht. Ja, ik heb hem al getypt, dus ik moet er wel in. 0 I F. Ik deed verkeerd! W G. 0 I F W G. Snel, Adina. Nog maar 6 plekjes. Vol! Wat een dodo. Was er nog niet zo ver? Waar zeg je het nou? Ik zeg, ze gaat hem nu intypen. Als je dan gewoon even had gewacht. Had ik gezegd, dat kan je. Ja, dat is nog niet goed, dus we moeten opnieuw. Slecht. Zit je erin, Adinda, of niet? Nee. Zoals ik vol. Oké, nou. Ja, gewoon sorry, oké. Okay, nou, ik heb hem alweer geliefd. Sorry. Echt, wat een dodo. Ik dacht dat ik het moest. Nee, ik zei het toch nog niet? Oké, sorry. Oh jongens, en mijn broer zat er net in! Ik raak hier ook helemaal gestrest van, ik ben helemaal erg. Het gaat zo snel vol, jullie zijn zo snel, zo moeilijk dit. Oké, nu gaat het goed. Ik ga niet meer verprutsen. Zit je er klaar voor, Adinda? Ja, ik zit er nu klaar voor. Ik heb je vingers opgewarmd om zo snel mogelijk die code te typen. Was je niet snel met iedereen voor? En anders bij mij wel. Ik raak er van mijn vingers. Oké. Okay. Ja? Klaar voor? Ja, jij moet even wachten. Met. 0 R. Wacht nou even. Nee, Adinda, jij moet gaan. Maris, jij moet even wachten. Ik heb het ook al getypt nu. Oké, okay. Nu kan het. Jongens, dit is de code! Yeah. Oké, okay, 0 R J J P. 0 R J J P. En hij is vol. Oh my god, het gaat zo snel. Oh, jullie zijn Ilona doet maar wat, you did it! Ilona! Sharon, you did it! En mijn moderatortjes zitten erin. En Ilona die heeft zo lang in een hoekje zitten huilen en ze is er nu bij. Applaus voor Ilona! Eindelijk. Het is gelukt hoor. Het is gelukt hoor. Nou, niemand kikken. Druk op start. Let's go! We gaan druk beginnen. Op start. Druk 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 dan op start. Druk op start. Druk op start. Oh, leuk jongens, ik heb er zin in. Ik vind het zo'n leuk spel. Night Fever. How to play. Navigate the medieval obstacles and race to the finish line. Oké, dat kunnen we. Hopelijk win je Maris. Ja, ik ga mijn best doen. Voor iedereen die meedoet, heel veel succes. Jullie kunnen het. Jullie kunnen het vast beter dan ik. Niet deze. Nee. Is deze niet leuk? Ik snap niet dit hoe je voorbij die rollers komt. En die pukkels moet je zo langs. En dan daar zo er tussendoor. Boink. En dan, oké, got this. Dit kan ik. Maris, kom op, ik geloof in je. Oké, dank jullie wel. Ik ga mijn best doen. Succes, Adinda. Succes, Rick. Dank u. Succes Ilona, succes Sharon, succes alle succes, anderen, iedereen succes, let's go. En succes mezelf. Nee, je was dupe in een gat. Hoe durf je? Hoe durf je? Okay. Ja, dat is de key. Concentreert. Nee, dat is niet de key. Gewoon dingen niet raken, dat is de key. Ah. Yep, dat is hoe je het moet doen. Niks raken. Niet raken. Okay. Nee! Oh, ik haat deze dingen. Ja. Oh, nee. Oké, dat ging niet goed. Nog een keer. Echt, jongen. Ik lijk wel een oermens. Oh. Mis met mij. Ja! Yes! Oké, gelukt. Yes! Ik ben eentje. Nee. Oké. Nee. Dit is een rosse toekissing. Nou, ik ga het wel halen. Hé, maar
Oh, easy game, easy life. Ja, jij bent goed in de roze toefjes. Ik heb het gehaald hoor. Ik ben bij de roze squad. Die zijn allemaal roze poppetjes. Oh ja, oh, ik heb de roze toefjes gehaald. Wat ben je daar pas? Hou op. Oh, je moet opschieten hoor. Hou op, ik vind het spel echt... Al voor de helft ik word bijna. Hier ook helemaal gebeukt als een gek. Echt jongen, dit is echt verschrikkelijk dit spel. Dit is echt the worst of the worst. Dit is echt vreselijk. Ik zit in. Ik zit gewoon in. Geef me een beuk. Beuk nee, me. Nee, niet die beuk. Oh, die beuk is echt verschrikkelijk. Oké, ik dacht ik neem een ja, beuk. Ja, nee, niet middelste. Nee, niet middelste. Nee. Ja, nu ben je te laat alweer. Go. Spring, snel, vlieg. Nee, ik haal het niet. Oh, ik word helemaal gefrustreerd van okay, dit spel. Oké, neem die de hoogste. Nee. Ja. Go. Je kan het nog halen. Ga weg, samurai. Goed zo. Yes. Heb je het al gehaald, Maris? Heb je het al gehaald? Ik heb het gehaald. Maar daar is ook wel alles mee gezegd. Er is nog één plekje. Kom op, Tess. You can do it. Je lekker. Oh man. Oh, wat erg. Dit is wel ik heb het ook echt warm. Het is zo warm. Zenuwslopend dit. Oké. Door naar ronde 2. Wat een leuk spel, jongens. Ik word ook boos op dit spel. Maar toch speel ik het. Ja, dat ja. Nou ja, precies. Dat heb ik precies hetzelfde. Oké, next up is... Speed Chickpea. Oh, die vind jij leuk. Oké, dat is ook weer dat schattige pushen. Ja. Ik wil dat pushen. Yeah. Die is echt leuk. Oké, dit ging volgens mij vorige keer wel goed, hè? Bij ons. Toch? Ik vind deze wel leuk, ja. Is iedereen nog levend? Ja, zeker. We zijn er alle drie nog in, hè? Nee, ja. Ik weet niet of Ilona en Sharon er ook nog in zitten. Volgens mij wel. Ik zag ze niet... Wij zijn zo goed bezig. Of ze zijn niet geconnect. Of dit gaat hem worden, hoor. Ik voel het. Ik zie wel drie braadworsten. Of twee braadworsten. Ja, ik ben de rechter braadworst. Ik zie het. Ja, met kijk, ga nu door dat ding. Here we go. Auw! Oh, dat gaat niet helemaal goed. Maar dat maakt niet uit. Dat gaat prima. Goed genoeg, soort van. Let's go. I'll be fine. We rennen door. Waarom zing ik dit niet? Nee, niet vallen. Ai. Oh, niet springen. Oh nee, oh jongens, auw. Je ligt ook zo lang, hè? Hoezo moet je toch ook zo drastisch vallen? Zo zielig. Lijkt me een voetballer. Ja. En dan ook zo lang blijven liggen. Oh, zoveel pijn, weet je wel? Zoveel pijn! Gewoon, Oh, dat gaat niet goed. Zo hard was het nou ook weer niet, die beuk. Waarom beuk ik ook? Het lijkt echt te leven wel. Beuk ook overal tegenaan. Kom op, doe dat nou hier niet. Let's go! Lekker. Waarom loopt iedereen over mij heen? Vind ik niet chill. Ja, ik ben professional streamer. Ik ben zo goed in gamen. Dit kan ik, zei ik nog vanmiddag. Nee, ik loop hier zo in die boog aan. Oh my god, Maris, kom op. You got this, yeah. Hallo, hoi, daar ben ik. Hallo. Got this. Haal in de ouw. Au. Wow, hoppa! Hey, let's go! Ik zit erin! Ja, dit gaat lekker! Ilona doet maar wat, heeft het gehaald hoor! Ilona doet maar wat! Die doet dus net blijkbaar, voor mij binnen. Die weet wat ze doet hoor! Maar de creatie is er nog niet, of wel? Ja, creatie heeft het net op het laatste moment gehaald! Oh, daar heeft Sharon het waarschijnlijk net niet gehaald! Nee, ik heb het gehaald! Kijk maar, ik zit er nog in! Ja, jij wel. Hey. Sharon heeft niet gehaald. Net niet, volgens mij. Oh, shit. Nee, ze ligt eruit inderdaad. Oh, Sharon. Net door jou, zeg maar. Jij pakt in het laatste plekje. Oh, sorry, Sharon. Ilona die zegt ook, Ilona, doe maar wat, maar wel met veel stress. Ja, same. Vinden jullie het nog leuk om te kijken? Mijn anxiety. Oh, deze! Jeetje, is deze leuk? Dat je hier Adinda de hele tijd moet vasthouden. Nee, je moet Adinda vasthouden. Nee. Oké. Is dit weer dat wat jullie net speelden? Met die blokken? Ja. Oh ja, het hele party. Oké. Ik ga mijn best doen. Wensen we weer succes. Don't touch me. Dankjewel, Laura, alvast.
Oké. Groetjes aan iedereen van Laura, tijd. Jongens. Groetjes terug. Het is tijd om mezelf te bewijzen. Oké. Ik kan dit wel. Go. Waar vandaan komen de blokken? Links of rechts? Rechts. Niemand rookpeuken. Nee! Degene die met rookpeuken wordt gekikt van het kanaal. Nee. laat me leven. Ik wil dit zo graag winnen, jongens. Ik wil dit zo graag winnen. Wie viel eraf? Stop. Wie viel daar? Stop! Ja, zo, die Levi komt je terugpakken. Die komt je nu massaal eraf beuken. Levi! Het Levi's schuld. Nee! Nee, niet die kant. Nee! Ben je gevallen? Nee, toch? Ja, we houden elkaar vast. Ik koos de verkeerde kant. Maar is dus gevallen. Nee! Je bent echt gemeen gewoon. Sterf, Levi! Oh, Levi! Nee! Oh! Het wrijft Tesselt er nog even in, hè? Je bent echt zo slecht. Thanks! Oh. Thanks, nice. Tessel. Thanks! Maak een nieuwe Maris. Ja, deze is kapot! Deze doet het niet meer. Oh, Levi! Levi! Sharon, dit was karma. Was bijna... jullie blijven allemaal in leven. Ik ben zeker de enige. Oh nee, Peuring ook. Ik koos de verkeerde kant van het blauwe blok en daardoor haalde ik het niet meer. Zeg maar een beetje hetzelfde geval als dat ik verloor bij Thomas. Oei, oei, oei. Ik koos de verkeerde kant. Beste rij! Wat een chaos dit, Thomas. Wat een chaos. Oh nee! Oh, nee, oh, wie viel eruit? Nee, Adinda, je bent er ook uit. Oh nee. Dit nog een laatste seconde! Nee! Klaar! Ik ben klaar! Ik ben klaar! Nee! Ik vind het niet leuk! Moeten we maar Rocket League gaan spelen? Nee! Ik ga huilen in een hoekje samen met Ilona! Ilona, zit jij er nog steeds in? Rick, zit jij er nog steeds in? Ja! Ja, Rick die moet maar gaan streamen, want wat creatie te doen hier, dat lijkt nergens op. Ja, Rick zit er nog steeds in. Zit Ilona er nog steeds in? Dat kan ik nu even niet zien. Oh, dankjewel, Melissa. Een opkikkertje. Je kan het de volgende ronde. Nou. Oh, Ilona is er nog, ja. En die braadworst die doet het ook goed. Ja, die braadworst die doet het beter dan die appel. Adinda is gewoon weg. Adinda is Adinda is race quit. Die is gewoon klaar ermee. Oh. Dit is echt slecht voor je... Voor je hart. Dit spel. Oké, ik kijk met jou mee, Rick. Ja. Doe maar. En Ilona, kom op. Het zou zo leuk zijn als je dan nog gaat gaan winnen ook gewoon, weet je. Of Rick of zo. Of wie dan ook eigenlijk. Iedereen wint, is al beter dan wat ik aan het prutsen ben allemaal. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb echt een behoorlijk wat te oefenen en te leren, denk ik, met het spel. Ja, het is echt een stressspelletje, Melissa. Zo maar echt. Dat is een goed idee. We gaan gewoon een vibe moment houden. Ja, doe jij even een vibe momentje. Gewoon eventjes om de mood te verbeteren. Even ontspannen. Dansen. Even een frustratie-vibe. Ja, doe dat. Was het vorige week ook zo gefrustrerend? Oh nee! Oh. Wat gebeurt hier? Nee, want vorige week deed Levi niet mee. Maar Levi bennen we gewoon, ja, hè? Levi, arme Levi. Nee, Levi deed het echt supergoed. Oh, Levi. Levi deed het zo goed. Oh, daarom begin ik niet aan deze game, zeg nee, Meert ook al. Nee, hoe kan dit nou? Kijk nou wat ik deed! Oh Rick, kom op. Heb ik hem nu wel gehaald? Nee, oh, zeker. Gaat het niet halen, je bent helemaal niet. Het gaat de verkeerde kant op ook nog. Ik heb dat idee ook. Oh. Maar ik weet ook steeds nooit welke kant ik op moet. Gezondheid. Dank je. Nee jongens, okay. Wacht er voor mij. Ik zet jullie even uit. Ja, is goed. Tot zo. Pipe ze. Ja, je bent helemaal in je eentje hier. Jij gaat niet halen hoor. 7. Ik ga even naar Ilona. 8. Is Ilona... Ilona! Nee, doe ik het weer. Oké, Ilona! Ilona gaat het halen! Ilona! Ik geef het op. Ilona! Lekker! Go, Ilona, go! Ik was twee keer gewoon bij het laatste punt. En toen twee keer spring ik gewoon tegen de rand aan. Oh, nee. Nou, we zijn nu voor Ilona. Ilona heeft het gehaald. Aline zegt ook, ik ga wel gewoon kijken, want ik kom er toch niet in. Wel je best doen met Maris? Ja, echt mijn best hoor. Het is niet dat ik niet mijn best doe, ik ben gewoon echt slecht.
Lekker bezig, Ilona. Ja, echt, Ilona is echt lekker bezig. Oké, we gaan lekker weer met Ilona meekijken. Ik dacht ook dat ik eruit lag, hoor. Ik sprong er ook 2 keer af, zei Ilona. Ja, het is zo moeilijk, hè? Toch, als je het andere mensen ziet spelen, dan ziet het er zo makkelijk uit. En dan ga je het zelf spelen en dan is het echt niet zo heel makkelijk, het spel. En best wel frustrerend allemaal. Ja, vorige week ging hij ook best wel goed. No pressure verder, zegt Ilona. Nee, we gaan even allemaal massaal met jou meekijken. You can do it. Dat is onze steun, hè, voor je. Het is niet om je heel veel druk te geven. Het is alleen maar om je te steunen. Je kan dit, Ilona. Riva Diva, Focus Maze, Levi weer. Hey, Levi. Levi zit er weer in. Ilona, daar gaat ze. Ilona gaat. Oh, Ilona valt. Oh nee, Ilona, wat doe je nu? Nee, zit je beste. You can do it. Doe maar lekker. Kom op, Ilona. Ja, Ilona is lekker bezig, hoor. Ilona die zegt, doe maar wat. Maar Ilona weet heel goed wat ze aan het doen is. Aan het winnen. Beuken nu vooral. Kom op, beuk jezelf erheen. Het is oké. Okay. Je mag best rollend. Laat je maar gewoon lekker beuken. Het is allemaal oké. Ja. Okay. Ja, je moet wel naar de stream kijken. En niet alleen luisteren naar wat ik allemaal zeg. Want dan is het heel raar. Een beukstream. Ja. Oh, deze heb ik wel een keertje gedaan. Deze hebben we vroeger ook vaak gehad. Nee! Set. Set. Ilona is eruit. Aww. Oh, zegt ze zelf ook. Ah, oh, set. Nou, er zijn er nu nog 9 over. Ah. Oh. Weet iemand hoe je op de Switch moet inloggen bij Fall Guys? Nee, ik heb geen idee. Ja, ging zo goed, hè? Je bent wel ver gekomen, hoor. Applausje, Ilona. Lekker. Ik wil ook beter kunnen spelen, Maris. Ja, same, same. Ik denk dat je dan toch echt wel wat meer moet oefenen. Dat je die parcours ook wat beter uit je hoofd kent. Ik denk dat dat al heel veel scheelt. Ik weet ook niet waar ik heen moet of wat er komt. Maar kom, het komt wel kom goed. We gaan het zo gewoon nog een keer proberen. En dan word ik vast weer boos. Goed gedaan, Ilona. Mega goed, zegt ze ook in de chat. Ja, absoluut. Ik ben het helemaal mee eens. Oké, we hebben nu een winterlevel. Ik kijk met Achcantonio mee. Kom op, Achcantonio. You can do it. Rennen, rennen, rennen. Ga maar even winnen. Doe het maar voor mij. Wat is dit nou weer voor level? Allemaal fruit en sneeuw en... Oh. Parcours 2.0 is dit. Echt bizar. Adinda staat lekker te dansen. Adinda staat even dus lekker te dansen. Mag ik zo meedoen? Ik heb dat nog niet meegedaan. Natuurlijk mag je meedoen, maar je moet wel proberen er op tijd in te komen. Want de lobby zit natuurlijk met 60 al vol. Dus als je snel erbij bent en je kan erbij zijn voordat we... Wow! Voordat die vol zit, dan mag je meedoen. Ik heb nog nooit meegedaan. Nee, hij zit heel snel vol, hè? Nou, ik heb wel meegedaan en ik ben super slecht. Dat wil bij jou nog niet echt lukken, hè? Ach, Cantonio. Oh, I feel you. Kan je er niet omheen? Via de zijkant. Oh, het is je geluk. Netjes. Gedaan. Ga even kijken. We hebben hier... Oh, bam. Nou, dat was het. Dat was leuk. Ik dacht, ik ga even toen ons meekijken, maar daar hebben we het al gehaald. Dat ging snel. Ik ben aan het oppassen. Ze hebben hier Fall Guys. Zal ik meedoen? Ik heb dit nog nooit gedaan. Nou, voor mij mag je hoor, Fee. Doe maar lekker mee. Ik heb het ook vandaag dat ik het een van de eerste keren weer speel sinds de vorige 10 potjes die ik heb gedaan. En dat was het. Dus, je zal vast niet minder slecht zijn dan dat ik ben. Doe maar. Ik heb meegedaan. Toen ging mijn Switch leeg. Nee, Sil, wat sneu. Oh, wat erg. Laten we gaan voor het Among Us poppetje, zegt Nicky. Oké, ik ga die zo meteen even opzoeken. Je kan het toch ook op de iPad doen? Ik weet het niet, Shira. Volgens mij niet. Volgens mij niet. Ik ga even kijken. Het Among Us poppetje. Oh, daar, wat leuk. Die Among Us skin is echt heel leuk. Oké. Ik kijk met het Among Us pop mee. Kate is dit. Kom op, Kate. Dit is de finale ronde, toch? Dit is de finale. Ik had niet gekeken. Dit is de finale ronde, toch? Kom op. Even winnen, jongens. Iemand. Maakt niet uit. Dan gaan we het nog een keer proberen. Oh nee, je kan het niet op de iPad of op de tablet of op de telefoon spelen. Nee, lijkt me ook heel moeilijk spelen overigens. Ik denk ook niet dat je dan wint.
Oh, op een iPad is het een andere game, dan heet het Run Guys. Oké, okay, dus je kan wel iets wat soortgelijks erop spelen, maar dan is het dus een ander spel. Maar niet dit spel dus. Ik ga ze ook meedoen voor de derde keer. Nee, niet voor de derde keer. Zelf meegedaan zometeen. Dan gun je iemand anders een plekje. Ik kom net terug van de boot. Heb ik veel gemist? Nou, ja. Al meer 2,5 uur van de stream. We zijn al 2,5 uur bezig. Oh, wat erg. Dat gaat snel. Het is al 10 uur. Oh jeetje. Ja, tijd vliegt. Het is Fall Guys. Nou, zeker bij mij is het sowieso Fall Guys. Oh nee, Kate. Oh, Kate is afgevallen. Levi zit er nog in. Levi zit er niet meer in. Adinda zal blij zijn. Sorry, Levi. We hebben een winnaar. Focus Mees. Lekker gedaan. Goed gedaan, Mees. Nice. Oh. Ik moet ook winnen, jongens. Ik wil zo graag winnen. Echt, als ik ga winnen, ga ik hier echt gewoon dikke vet muziek aanzetten. En dan gaan we lekker een muziekje luisteren met z'n allen. En feest vieren en lekker eten en drinken. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ik wil het zo graag. Oké, jij mag weer een nieuwe aan gaan maken. En dan gaan we die wel weer joinen met z'n allen. Het weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor mensen die er nu net pas bij komen. Let even op wat ik dus nu doe. Dit kan je hetzelfde doen. Hier kan je zo meteen de code invoeren. Ik ga hem zo meteen ook invoeren. Dan kunnen jullie hem ook invoeren. Wees snel. Want 60 mensen is zo vol. Dat is natuurlijk zo gedaan. Het gaat heel snel. Dus zorg dat je er klaar voor staat. Wacht even tot Adinda ook weer klaar is. En dan gaan we er snel weer in. Gaan we nog een potje doen. En dan mag ik het weer proberen. En dan wens ik me heel veel succes. Dat het dit keer wel gaat lukken. En voor de mensen die natuurlijk meedoen ook heel erg veel succes. Ik ben er weer. Hoi Noora, gezellig. Oh, je avatar is zo cute. Nou, ja, apart vind ik het vooral. Maar goed, het was beter dan de noob skin. Ik dacht, dat helpt vast tegen voor de skills. Maar niet echt, zeg maar. Wacht nog even, zegt Meerte. Ja, we wachten ook nog heel even. Ja, hallo, oh, ik ben er. Adinda is er weer. Oké. Okay, ik ben er. We hebben lekker gefight. Oh, wat is dat hard. Heerlijk. Terug. Gaat het weer helemaal goed? Het gaat helemaal top. Ben je ik ben klaar? Niet meer boos. Ben je niet meer boos, gelukkig. Ben je Levi, klaar als je het ziet, het spijt me zeer. Oh, Levi zijn, kan het we zijn hebben. Geen aardsvijanden meer. Ik hou van je. Oh, nou, Leugens. Dat is wel van 0 naar 100 weer. Als je nog één keer je handen op. Ja, nee, niks. Ik trap er niet in. Hey Adinda, als jij klaar bent voor de code, dan zeg het maar. Oh, moment. Er staat namelijk een nieuwe code voor je klaar. Ik durf niet weer om meteen in te voeren, want dan gaat het weer helemaal mee. Join. Ja, en dan. Of is hij al geappt? Oh, ja, hij is al geappt. Dus als je hem gaat invullen, dan roep hem maar op. Dan typ ik met je mee. Oh ja, OB. Nee, maar ze zegt het nu toch? Nee, maar dan hoor jij hoort het via Discord. Oh, oké. Okay. Nou, zeg het nog maar niet dan. Het is. Type maar. En dan typ ik hem daarna. WP5. OWP5L, here we go! OWP5L. Als je die code erin invult... Oh mijn god. Was je erin? Ik was vergeten om op join te drukken. En waar ben ik? Ik zit erin. Zit je erin? Cherie zit erin, Sharon zit erin. Oh. Oh, wat gezellig. Hij gaat weer snel vol, hè? Frantic Panda. Dankjewel, Daisy. Oh, maar nu lukt het je vast al. Ik hoop het zo. Adinda, zit jij er zelf ook in? Ja, Adinda zit er ook in. Ja, ik zie je inderdaad. Nou, tijd om te beginnen. Eén moment. Nog één. Ik moet nog één. Ja, Levi zit er weer in. Levi mag er wel voor uit. Ja. Drinkteen zit er ook weer in. Als je al hebt meegedaan, gun iemand anders ook even meespelen vanavond. Ja, precies. Als ik laat Rick even Levi en even Ringteen eruit gooien. Ja, denk aan je medefan. Denk aan de medemens die ook mee willen spelen. Dus er komen zo meteen weer twee plekjes vrij. Dus mocht je nog mee willen doen, zorg dat je klaar staat. OWP5L. Hier, wacht ervoor. Ik heb, als het goed is... Even 5 memberships cadeau gedaan. Of niet? Maar waarom doet hij het nou nog steeds niet? Nee, hij komt niet in beeld. Maar wel weer 5 memberships cadeau gedaan. Jongen, Rick, je geeft allemaal geld uit. Maar wel weer 5 nieuwe members. Welkom bij de Creative Crew. Nou, wat... Oké, ik ga even mensen eruit knippen. Sorry, hij deed hoor. Het wel, maar niet in beeld. Succes, Rick. Probeer niet te crashen. Ik doe mijn best. Ja. Niet crashen, alsjeblieft. Niet crashen. Oké. Okay.
De code is voor de mensen die er nog bij willen komen. Rick, die gaat nu nog de mensen die er net al de hele tijd mee hebben gedaan even eruit gooien. OWP5L, zorg dat je klaar staat. Dat je nog mee kan doen. Maar ook wel gemeen, ja, ook wel een beetje gemeen. Maar aan de andere kant, weet je, als iedereen dan gewoon een keertje aan de beurt komt, is dat voor iedereen leuk, toch? Toch? Dan kan iedereen meespelen. Zeker. Ik heb geen Levi meer, of ben ik nou schil? Oh, misschien heb Levi zelf wel plek gemaakt. Dat zou lief zijn. Dat zou lief zijn. Nou, dan kunnen we gaan beginnen. Dan kunnen we gaan beginnen met mijn de lamp. Volgende game. En nee, Levi is er zelf uit. Ik ben zo klaar met mijn lamp. Lief van je. Yes. Druk op start. Okay. Ik ga hem volledig resetten. Stomme lamp. Oké. Okay. Ben je er klaar voor, Adinda? Let's go. Ja. Oké, okay, nou, ik ga even weer allemaal moed bij elkaar verzamelen vooral. En sorry buren trouwens, voor al het geschreeuw. Ja, hetzelfde. Oh, ik heb eigenlijk alleen, ik heb maar één buren aan deze kant. Want ik zit zeg maar naast het trappenhuis. Ja, en ik zit op de onderste. Nou, niet naast het trappenhuis, maar dus... we hebben ook maar één buren aan Jij deze zit niet kant. In een flat. Van arme buren. Maar ik heb wel bovenburen. Dus ik hoop dat ze niet al te veel moeite of last van me die, hebben. Gewoon van die eierdozen op het plafond plakken. Ja, eigenlijk wel. Die schuim. Uiteindelijk is dat ook echt wel het plan. Dat we dit zo soundproof mogelijk kunnen maken. Oké. Wat moeten we doen? Het gaat vast heen en weer. Oké. I can do this. I got this. Ik geef het op. Stomme lamp. Oh nee! Wens me succes! Lamp had dan alles doen. Succes! Nou, mijn lamp komt disco-modus, maar nu doet hij het niet meer. Here we go. Oh ja, altijd leuk die ledlampen. Here we go. Dat krijg je als je ze koopt van Amazon. Here we go. Ah. Dit gaat goed. Oh. Dit begint relaxed. Dit begint gewoon ja, prima. Gaat dit gaat super. Ik ben zeer content. Dit. Ja, dit gaat echt. Ik ben professioneel bezig. Je moet voorop lopen. Dat is de key. Achterop lopen, slecht idee. Voorop lopen, beter idee. Ja, precies. Precies. Maar dat is wel met alles. Oh nee. Oh nee, jongens, ook niet. Jongens, dit gaat niet goed. Ja. Jawel, dit gaat wel goed. Dit gaat super. Marisje kunt het. Ja. Oh. Wie houdt mij tegen daar? Wie hield mij daar vast? Wil je dat zelf niet doen? Oké. Dit is... Hey, los! We gaan wel een andere keer... Crap. Andere keer knuffelen, oké? Okay? Maar niet nu. Precies! Nee! Ik dacht, ik haal dat wel. Nope. Oh, nee, dit is nu wel echt zuur. Nee, en dan gaat meteen alles... Kijk, nu zit ik in de kudde. Oh, nee. Nou, nu gaat het natuurlijk helemaal de mist in. Dit gaat helemaal verkeerd. Nee! I got it! Nee, ik was helemaal vooraan. Ik probeerde iets wat ik niet op... Eén foutje. Wat is dit? Waarom staan die dingen zo stijl? Ga recht. Ik ga hier even... Wacht dan. Ga recht. Hoi. Oh. Hoe moet ik? Kom ik aan de overkant? Ja, je moet even geduld hebben. Ik heb geen geduld. Tot de neuter voorbij is. Geen geduld. Rennen. Ik wil zo andere graag. Kant, Linda, andere kant. Ik wil zo graag winnen. Ja, netjes. Yes. Ik had geduld. Heel goed. Naar het midden lopen, naar het midden. Ja, andere kant. Ja, heel goed. Ja, pak hem. Go. Je bent er. Netjes hoor. Goed gedaan. Was even een vervelend stukje. En we gingen heel goed. Totdat ik in de meute kwam. Dat was echt een ellende. Ja, bij deze game moeilijk. Moet je inderdaad niet in een drukke groep, want dan is het echt zo. Dan is het echt een ellende. De helft valt af gewoon. Ben jij door? Ik ben door. Ik ben ook door. Jij ook, Rick? Ik was vrij... Lekker. Sherry, zit je er nog Rick in? Rick is een pro. Ja, volgens mij zit Sherry er ook nog in. Sharon zit er nog in. Nee, Sharon net niet. Vlak voor de finish. Oh, nee. Oh, sad. Sherry zit er nog in. Nee, echt net niet gehaald. Op 1 seconde. Oh, Sharon, wat zuur. Oké, wat moeten we hier doen? Gewoon parcouren. En dan moet je zo tussen die blokken door, volgens mij, zag ik dat net. Sabi, ga niet voor mijn beeld staan. Nee. Ik zie alleen maar niet het moment. Niet het dat moment. Is cute. Ik was heel ver weg, zit je er nog in?
Jazeker, ik zit er nog steeds in. Nee, nog steeds. Het was pas de eerste ronde. Kan je misschien als laatste potje een potje doen met alleen kijkers? Dat is wel een leuk idee. Laten we gewoon apart allebei een potje doen met alleen maar kijkers. Oh, zo ja. Ik wou zeggen, doen we het al? Oh, deze dingen bewegen. Moet je hier gewoon tussendoor lopen of zo? Ja, Sabi, ga weg. Oh, je moet ze duwen. Laat me door. Ik wil er ook door. Ik wil ook. Sabi, je zit op mijn knopjes te drukken. Ga weg. Oh, wat vervelend. Oei. Ik zit serieus op mijn toetsenbord te drukken. Oei, jongens, oei. Deze cd'tjes zijn echt from hell. Au! Let's go. Ik kom ook nergens! Let's op deze go. Manier! Oh, ja. Kan ik in? Nee. Ja. Au! Oh, deze muur. Dit is zo irritant! Dit is the worst! Oh! Nice! Opstaan jij. Ah, oké. Okay. Dat is echt moeilijk als je... Oh, je moet twee rondjes lopen. Blurry zit. Nee! Oh, wat erg dit. Wat erg. Dit hele spel. Gomer is, je kan het. Ja, ik doe zo mijn best. Ik wil het zo graag halen, hè. Ik doe zo mijn best. Dan ziet het er misschien niet zo uit. Oh nee, dit heb ik helemaal verkeerd. Deze muziek. Komt ook zo nauw. Als je ook maar één keer een foutje maakt, dan gaat alles meteen helemaal verkeerd. Zoals dit. En dan kan je ook niet meer opstaan. Laat me eroverheen. Ja, lekker. Lekker maar eens. Lekker. Da-da-da-da-da, like a professional. Here I go. Oké, okay, je moet echt weg. Loop. Ja, het gaat op zich nog best oké, of niet? Ga ik goed? Ik weet het niet. Laat me los, Kate. Ja! Loop. Kate! Ze ging mij vasthouden voor de finish, zodat ik er niet over kon. Het is me wel gelukt. Ik heb het gehaald. Ik ook. Lekker. Ik zit erin. Ik zit er ook in. Zit Kate er nog in dan? Oh, waarschijnlijk wel. Ik hou je in de gaten. Zit je er niet meer in, Cherie? Oh, man. Nou, het gaat dan wel goed. Zit jij er nog in, Cherie? Ja, zeker. Ik zit er ook nog in. Oké, volgende ronde. Ronde 3. Nou, zover ben ik nog niet gekomen volgens mij vandaag. Ga ik steeds af bij ronde 2. Het is moeilijk, hè? Ja, het is heel moeilijk. Het is echt moeilijk. Echt een moeilijk. Kies iets. Kies. Hij blijft maar doorgaan. Dan lukt het er niet. Hij loopt vast. Hij heeft iets gekozen. Slijm. Iets met slijm. Stressspel. Ja, maar echt. Mega stressspel. Oké. Deze. Die heb ik Ilona net zien spelen. Of niet? Nee, was de andere. Oh ja, met slijm naar boven. Go. Ja, oké. Deze kunnen we. Dit kunnen we. Oh, ik was afgeleid. Ja, dat is niet erg. Gaat het goed? Waarom sta ik helemaal achteraan? Ik sta naast Kate. Ga weg, Kate. Ik sta voorop. In het midden. Here we go. Ik word gepakt door de lolly. Is niet erg. Professional. Oké, met de meute mee. Professional. Nu moet ik wel met de meute mee. Laat me los, Kate! Kate, echt waar, ik duw je de afgrond in als je me nog één keer vastpakt. Laat me door! Je mag wel knuffelen op een meet and greet, maar niet in deze game. Kate, laat me los! Kan iemand Kate de afgrond in duwen, alsjeblieft? Want Kate houdt me de hele tijd vast. Dat is niet leuk. Kate, als je me nog één keer vastpakt. Ben ik de eerste? Nee, natuurlijk niet. Thomas, laat me de laatste. Ik ben de vijfde, oké. Als je gebeukt, dan ga je helemaal terug. Nee! Ik heb het gehaald! Dit is Kater's schuld! Ik heb het niet gehaald! Oh no, Seth. Maar je ging helemaal terug naar beneden, hè? Ja, ik werd gebeukt. En toen... Rustig, Romanus! Ga ik niet een klein stukje terug, maar helemaal terug naar het begin. En toen was ik klaar. Toen was het afgelopen. Nee. Nou, dat gaat hem niet worden, mensen, vanavond. Ik ga dit niet winnen. Ik ga het niet winnen. Yes! Niet nice. Leuk.
Don't like this game. Lekker. Deze is gewoon lekker. Als ik dit ooit win, dan wordt het gewoon echt een heel feest gewoon hier. Dat wel, dat wel. Heb jij het al een keer gewonnen? Nee, hè? Ik denk één keer. Volgens mij geeft aan dat ik het één keer heb gewonnen, maar dat was echt lang geleden. Ja, niet upstream, zeg maar. Dat was in mijn tijd dat ik hier een pro in was. Ja, ik zie je wel. Je hebt een verleden. Ik kom als newbie, kom ik dit even doen. Doink! Nee! Lekker. Wie doet dit? Ik kijk met Adinda mee. Ik ga Rick opzoeken. Waar is Rick? Hier is Rick. Doing. Oh, jullie gaan lekker. Jullie zijn lekker bezig. Wee! Wat een stress. Oh, Ilona, ik heb ook ooit één keertje gewonnen. En niet boos worden, het is maar een spelletje. Oeh, nou, het is maar een spelletje. Maar ja. Een spelletje. Maar een spelletje. Hoi, hey, yo. Nee, kom op, liefje, wat doe je? Go. Lekker. Woe. Oh, dat ging lekker smooth. Ik raak ze altijd allemaal daar. Wie gaat dat daar bij Ja. Oei, ik beukte tegen iemand aan. Nee, dit gaat goed. Dat moet niet. Ik win ook als ik in mijn uppie speel, kant. Ja. Aan de kant. Ja, dit is echt moeilijk. En de kijkers zijn ook goed. Oh. Aan de kant. Jullie zijn ook echt goed. Oh, ik ging ook zo lekker. Okay. Aan de kant. Je gaat lekker, Rick. Oh. Dit gaat heel lekker. Ik zit in de hamer. Sneak okay, routes, Rick. Ai. Hoe kom je daar zo hoog? Hoe dan? Oh. Ik ga dit oefenen, jongens, in mijn vrije tijd. Yes! Ik ga dit oefenen. Derde! Lekker, Adinda! Lekker, Rick! Lekker! Jullie zijn goed bezig! Dank u! Heel erg lekker bezig. Kom op, Blue Finger! Nee, helaas. Voorbij. Wie zijn er door? Wie liggen eruit? Adinda zit er ook nog in. Jullie zijn goed bezig. Ja. Adinda was derde. Heel erg lekker. Heel nice. Misschien kom ik wel in de finale. Laten we het hopen. Ja, Adinda tegen Rick. Dat zou wel dan leuk zijn. Dan ga ik met Rick meekijken. Dan kunnen ze alles bekijken. Maar als Rick dan weer wint, dat is sneu. Je hebt vorige keer al gewonnen in Adinda de stream. Dan moet je Adinda laten winnen. Nooit! Ik ga niemand laten winnen. Oh, hier moet je gewoon niet afvallen. En daar ben ik echt slecht in. Deze. Wat gebeurt ik er hier? Ik ben ook heel slecht in gewoon afvallen. Oh, waaiers, daar wil je ook niet in staan, denk ik. Nee. Die moet je vermijden. Die moet je vermijden. Die gaat zo ten alle draaien. Kosten. Maar anders dan waait hij je zo de afgrond in. Dus het is eigenlijk heen en weer parcours. Klopt dat? Wee! Oei. Oei, Rick. Nee! Rick is eruit. Godverdorie. En weet je, dus je maakt ook één klein glippertje. Je hoeft er maar vier af te vallen, hè? Ik wil zeggen, je maakt één klein glippertje en het is voorbij. Wow. Kijk, er is Adinda mee. Oh, Adinda. Oh, wat een mazzel. Oh, zit oh. Dat was zo close. Dat was lucky. Zo close. Oh, wow, yo. Ja, ik ben er zo ver gekomen. Ik baal hier wel van. Dit was echt heel slecht. Dat was echt zo close. Oké, Adinda, je moet dit winnen. Doe het. Je bent zo ver. Doe mijn best. Oh, nee. deze had ik zeker je lievelingslevel. wat is dit voor... Jullie jinxen me. Ja, ik? Je Levi. Moet het winnen, dan komt precies dit level. Wacht, Levi. Doe Levi mee. Nee. Arme Levi. dankjewel dat je weer 2 maanden lid bent, Kelly. Leuk. Dus ik ga mijn best doen, maar in de chat, go Adinda! We kijken een beetje mee, hoor. No pressure. Oh, leuk. Geen druk verder. No pressure at all. Oh, ja. Maar hoe kom je daar dan ook op? Ja, zo. Even een stapje terug. Oh, Adinda. What you doing? Wat doe je? Oh ja. Ik ben bezig. Nee! Ik krijg je gewoon klimmen. Ja, er staat er helemaal voor me. Loopt al voor me. Gewoon. Oh, wat erg dit.
Die loopt zo ver achter om je even te steunen. Ik snap niet hoe je hier overheen gaat. Ja, bouncy, bouncy. Waarom kom je er niet op? Ik druk op de verkeerde knopjes. Oh ja hoor, twee it. Zijn er al binnen. Er zijn er al twee binnen. Oh nee, ik ga even kijken voorop. Ja, wie er nu... Oh, daar komt... Oh, yo-yo killer is er overheen. Ja, je hebt verloren. Zo snel. Ze waren hoe echt snel. Hoe doen jullie dit? Ja, ik weet het ook niet. Oh, arme Adinda. Arme Adinda. En om nog even in te trappen, zegt Sharon ook nog... Adinda, wat doe je het slecht? Nou. Arme Adinda. Sharon, wat doe je nou? Springen en duiken, dat doe ik. Oh. Dit level haat me. Ja, ik ben ook niet goed in die bouncy bouncies. Het ligt aan het level, niet aan mij. Ik ben niet het probleem hier. Nee. En die anderen hadden gewoon mazzel. Ja. Ah, sorry Adinda, zegt Sharon. Is oké, okay, Sharon. Is okay. Welterusten, Daniel. Slaap lekker. Slaap lekker, Daniel. Ik ben wel lekker ver gekomen. Is ik ben het niet Daniel? Daniel. Wacht, zei ik geen Daniel? Nee, ze Daniel. Maar Daniel is wel... Daniel, Daniel. Ja, Daniel, slaap lekker. Eén daarvan is goed. Ja, één daarvan is goed. Dan of Daan. Ik kijk met King Ilias mee. Ik zit te kijken. Oh ja, dit is weer die schuif. Dit zijn die blokken weer die je moet verschuiven. Maar niemand wil dat doen. Want iedereen is egoïstisch. Iedereen wil zelf winnen. Oh, King Ilias. Dat was wel nice. Dat was gelukt. Hoe doe je dat? Hoe blijf je zo hangen? Chrissy, wake up! What? I don't like this. Chrissy, wake up! Gotta wake up. Please wake up, Chrissy. I don't like this. Chrissy, wake up. Ping! Ding! Die komt er helemaal op het einde. Ping! I don't like this. Chrissy, wake up! I don't like this. Chrissy, wake up! In de chat, Chrissy, wake up! Dankjewel, Pain. Jullie kunnen het, succes voor mij, dankjewel. Nou, wij kunnen het niet, maar de mensen die nu nog aan het spelen zijn, die kunnen het zeker. Ik kijk met King Elias nog steeds mee, maar Brambo, of Brambo, die gaat hem aan hoor. Kijk maar, Brambo is over, King Elias nu. Oh, boom. Laatste, oh! Ja, King Elias was de laatste. Bye, set. Nog drie. Finale ronde, of niet? Ik hoop het. I don't like this. Chrissy, wake up. And if only could, I make a deal with God. And I got him to swap places. We're running up that road. Be running up that hill. Be running up that building. Ja, running up that building? Ja, dat is de tekst. Ja, dat zingt ze. Ja. Oké. Kate die zegt, sorry, ik zal het niet meer doen. En een donatie om het goed te maken. Ah, nee, geeft niks. Oké, okay. Dankjewel voor je donatie. Ziek mooi gezang, maar mijn oren doen nu wel pijn. Hey. Het was ook heel moeilijk liedje van ja, Kate. Ja, gedaan. Dus. Dat is net als de... High in the Nightland. Oh nee, stop, alsjeblieft. Dat is ook zo'n vreselijk lied, die moedering. Flashback naar mijn jeugd, dat lied, zegt mijn moeder. Oh ja, maar echt. Ja, en mooi hè, dat lied nu gewoon weer zo hoog in de top nummer staat. Gewoon nummer 1 volgens mij ook. Oh, dat andere nummer gaat nu ook heel hard. Melissa was op de zang en het vijven. Welk andere nummer? Met ja, dat die, metal nummer van het, met die coole scène. Ja, oh, dat zal wel. Ja, gitaar, dat zal wel inderdaad. Met die gitaar. Ja, van Eddie. Wat vond jij van Eddie? Ja. Eddie, wake up! Geen spoilers! Eddie, wake up! Hey, I don't like this! Eddie, wake up! Ik begon er niet mee.
Geen spoilers verder. Melissa past bij aflevering 1, dus geen spoilers. Eddie. Ik zei... Geen spoilers. Maar wat Melissa, luister. Gewoon... Deze spoiler. Iedereen sterft. Ja, iedereen gaat dood. Heel Hawkins gaat eraan. Alles. Alles. Alles gaat iedereen... dood. Ja. Maar gewoon als zonder het eind. Wat en helemaal aan Eddie? Het einde staat iedereen op uit de dood. En dan doen ze de nee. Een dansje. Ja. Inderdaad. En de Hema Garena dansen ze ook. Ja. En daarom staat dat nummer nu op nummer 5. En dan gaan ze opnieuw 100. Dood. Ja, ik zit wel een beetje te wachten tot 2024 is hoor. Het duurt wel lang dit. Ik wil de volgende afleveringen zien. Ik ook. Netflix was gewoon gecrashed, hè? Toen dat die volume 2 online kwam. Omdat zoveel mensen tegelijk, binnen 5 minuten waren zoveel mensen die volume 2 aan het kijken dat het gewoon gecrashed was. Doe de Macarena maar eens. Applaus voor de Macarena. TikTok zit vol met spoilers. Ja, echt hoor. En Instagram ook. Ja, ik heb ook al je moet ook gewoon meteen alles kijken. Netflix laten crashen. Gewoon, je moet gewoon kijken. Je moet het niet uitstellen. Niet uitstellen. Oh, hebben we een winnaar? Ja hoor. Bramboo. Oh, nice. Bramboo. Let's lekker. Lekker. Gefeliciteerd, Bramboo. Echt heel goed gedaan. Ik wou dat ik jouw skills had. Super goed. Applaus voor Bramboo. Nice. Wat gaan we nou doen? Wat was het plan? Ja, gaan we nu gewoon apart portjes opstarten. En dan eigen server. Zeggen we vaarwel tegen elkaar. Ah, oké. Okay. Was gezellig. Dankjewel weer voor de gezellige avond en de leuke muziekjes. Ja, en zo. Bedankt. Het was weer leuk. Ja, dan was gaan heel we leuk. Nu allebei apart. Okay. Lekker met onze kijkers spelletje doen. Nog even een pointje. Let's go. Ik doe wel nog maar één, want ik trek bijna niet meer. Ja, ik ook. Oké. Dus dat nog. Wacht, voordat je gaat. Wist je trouwens dat je gewoon zelf kan kiezen wat je gaat spelen? Wat? Je kunt zelf, zeg maar, een show samenstellen. Als host. Oh, dan kan je alleen maar de nice games erin doen. Ja. Komt hij nu mee? Ja, sorry. Show selector. voor de volgende keer. Wat? Ja, hey, mijn hele chat zegt nog bye Kitta. Doei Kitta. Doei bye, chat. Agenda. Doei chat van Kriacik. Bye bye. Hey, doei. Slaap lekker alvast. Doei. Slaap lekker. Fijn weekend. Doei. Hetzelfde. Oké, we gaan nog één potje doen met de kijkers. Wil jij wel meedoen trouwens? Oké, wacht, want dan doe ik hem niet op mute. Dan zet ik echt mijn Discord uitpaint of Adina nog in de Discord. Ik ga ook eventjes... Oh. Ja, oh, hi, hallo, deze weer. Doei. Gezellig, doei. Ja, kijk, Adina is zelf gedeffend. Dat is handiger, denk ik. Want dan kan ik Rick nog wel gewoon horen. Oké, we gaan nog even een potje maken. Ik hoef nu niet te wachten met de code. De code wordt ook niet gedeeld met die van Adina. Dus je kan nu sowieso gewoon meedoen. Ik ga een potje hosten. Nee, je maak jij je maar. Nee, je kan gewoon hetzelfde code. Zelfde? Ja, want er zit nu niemand in. Oh, maar ik weet niet meer wat die was. Wacht, moet ik het even opzoeken? Wacht. Oké, ik ga weer joinen. En de code was... Is dat nou een O of een 0? Ja, een O. OWP5L. OWP5L. En dan kan je er weer bij komen. Dan speel je nog tegen Rick en mij. OWP5L. Ja. Kijk, dat gaat wel een heel stuk beter. Nu heb je er veel meer kans om erbij te komen. En hij is bijna vol. Ja hoor, hij zit vol. Nou, dat ging weer lekker snel. Zitten jullie erin? Zijn jullie er klaar voor? Zullen we nog even kijken wie er allemaal meedoen? We hebben Twan de Leeuw, Gamergirl, Kiki, Jennifer zit er weer bij, Koekjestrommel. Nou, Luna de Gekste, Riva Diva, Sterremail. Hij skipt heel zet bij mij weer terug naar boven. Nou, succes allemaal. Als je nog wil meedoen, dan kun je nog met Adina meedoen. Die heeft nu, die zit nu bijna vol. Oh, oké. Die zit nu ook vol. Nee. Dat is AW7XK. Ah, dan kan je nog bij Adina meedoen. We gaan hier beginnen. Wens me succes. En voor iedereen die ook meedoet, succes.
Oh, ik hoop zo dat het nu goed gaat. Ik ga echt mijn best doen. Maar ik kan niet beloven dat het goed gaat. Is dit het laatste potje? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat daarna mijn brein het echt opgeeft. Oké, deze heb ik net ook gehad. Dus wil je nog een potje meedoen met Adinda mee? AW7XK. Ze heeft nog een paar plekjes. Nog oh, oké. 10. Gaat nu hard. Oké, nice. Nou, wij gaan hem hier nu beginnen. Succes! Yes, succes. Let's go! Daar gaan we! Oh, ik wil dit zo graag goed doen. Ik wil dit zo graag goed doen. Dit gaat goed. Go far. Go. Oké. Ondanks de chaos van alle pompjes en de drukte en al die namen die ik ook nog aan heb staan. Gaat goed! Dit gaat goed! Dit hebben we erger gehad vanavond. Nee! Kak! Had niks moeten zeggen. Maar oké, het is oké. Eén foutje kan ik hebben. Eén foutje. Wacht, ik heb geduld. Nee, ik was te laat. Oh, wat slecht. Ik wacht, ik heb geduld. Oh, wat slecht. Dit gaat goed. Dat goed. Dit gaat goed. Oh, hij werd tegengehouden door iemand. Dat is chill. Dit gaat geweldig! Nee, laat me er langs. Lekker! Lekker! Ik was 12e. Oh, netjes. Dit is me gewoon gelukt. Dit is gewoon lekker. I believe I can fly, zegt Sharon. Oeh, lekker is. Dankjewel, Sina. Dat ging inderdaad echt goed. Ik heb het ook gehaald, hoor. Oei. Lekker bezig, Rick. Ik zat mee te kijken. Irisje, kom op. Ella. Oeh, Ella. Ilona is er door. Ilona, lekker bezig. Zo goed bezig. Oké, we gaan hem nu halen, ja. We gaan nu gewoon even lekker finaletjes knallen. We kunnen dit. Moet te doen zijn. Team Crea Braadworst. 42 zitten er nog in. Jammer, net te laat. Ah, sad. Oké. 42. Oké, let's go. Wat krijgen we nu? Ja, goede vraag. Geen idee. Ik heb niet gekozen. Nee, ik... Oh, krijg je nee! Met die bubbeltjes. Nou, sterkte. Ik ga mijn best doen. Kan iemand mij vertellen of dit laatste potje is? Ja, ik weet het nog niet. Het ligt eraan hoe ver we nu komen en hoeveel energie ik hierna nog heb. Maar het is inmiddels ook alweer 10:50. Ik ga niet dood. Ik ga... Oh, dit? Deze heb ik nog niet gedaan. Die heb ik net wel meegekeken, maar ik heb hem niet gedaan. Hier moet je die bubbeltjes pakken, hè? Yep. Oké, pop de bubbels. Let's go. Zoeken naar de bubbels. Waar zijn de bubbels? Oh, de bubbels zijn al weg. Ik heb zo'n nul. Hoezo nul? Hoezo heb ik er nog maar nul? Nee. Dit gaat helemaal niet goed. Daar. Ik vind met die bubbels ook niet leuk. Oh ja, lekker. Ik heb er maar een paar. Ik heb er 5 tot dusver. Geef me bubbels. Geef me bubbels. Oh nee, ik heb er pas 5. 6. Ik ga nu even een andere kant op. Maar blijkbaar was ik niet de enige die dat dacht. 6, 7, 8, 9. Oh nee. Even mijn bubbels. Oh nee, dit is echt moeilijk. Dit is echt lastig. Het is ook zo moeilijk inschatten. Heb jij dat ook? Och, ik heb het gehaald. Ik moet er echt nog 2. Ik was echt even geconcentreerd. 2, ja, ik ook. Ja! Goed gedaan. Het is moeilijk inschatten. Als je met zo'n fan bijvoorbeeld omhoog gaat, of je nou die bubbel ook pakt. Ja, die vind ik ook vervelend. Heel moeilijk vind ik maar dit. Maar ik ging daarna ook naar een ander plekje waar doei, ze opspannen. Doei, Crea-Rosie. Oh. Wat voor video komt er volgende week dinsdag, vraagt Anne. Dat is een hele leuke video. Ik heb geschilderd samen met iemand. En ik heb jullie gevraagd op Instagram om te raden met wie ik was gaan schilderen. En er zaten er toen 2 tussen die het hadden geraden. Van alle 10.000 mensen of zo die meededen met het raden. Dus niet veel hadden het goed geraden. Dus ik ben heel benieuwd.
Wie denken jullie met dat ik heb uitgenodigd voor mijn video voor aanstaande dinsdag? In Let's Go is Rick door. Ben jij door? Ja, zeker. Ja, hè? Kom op, Bullet. Je hoeft er nog maar eentje. Goed zo. Met Thomas. Ja, oh, dat zou ook wel leuk zijn. Dat dachten echt heel veel mensen. Maar nee, het is niet Thomas. Nee. Maar ik ga hem wel een keertje uitnodigen. Dat vind ik wel leuk. Ik ben wel heel benieuwd of hij kan schilderen, überhaupt. Maar je moet niet te veel verklappen wie het allemaal niet zijn. Want dan, Nee. Maar dat werd heel veel ingevuld. Het laat gewoon Thomas. Maar ik zeg net al, het stond maar twee keer tussen. En zo knol, ja. Nou, regelen jullie dat eventjes? Ik had hem wel gewhatsappt, maar nee. Ja. Net als Ariana Grande, die had ik ook gewhatsappt. Die waren het ook niet. En Bob Ross zelf ook niet. Die reageerde niet. Ik weet ook niet waarom. Ik heb ook al meerdere berichtjes gestuurd. Ik heb het goede antwoord trouwens nu net hier in de chat voorbij zien komen. Dus het goede antwoord zit ertussen. Met wie ik heb geschilderd. De rest verklap ik niet. Zie je aanstaande dinsdag op Kreet. Nou, maar het wordt een hele leuke video. Een hele leuke video wordt. Denk ik. We moeten hem nog in elkaar zetten, maar volgens mij wordt hij heel leuk. Jij hebt het gefilmd. Ja, hartstikke leuk. Het was in ieder geval gezellig. Het was hartstikke gezellig. Het was heel gezellig. Hé, nog 3 mensen kunnen door, hè? Kom op met die bubbeltjes. Ik zit met Just Kiertje. Ik denk Kiertje mee te kijken. Die moeten nog 4. Nog 4 bubbeltjes. Er liggen er boven een heleboel. Pak ze. Nee, het is hem niet gelukt hoor. Helaas. Is het een jongen of een meisje? Ja, nee, zien jullie aanstaande dinsdag. Ik ga meer niet klappen. Oké. Okay. Ja, Ilona is weer door hoor. Ilona die doet maar wat, maar ze doet het wel goed. Lekker hoor. Oké. Next. Ik ben bij Kitta geraakt. Ik kan toch nog 1 keer meespelen. Ik ben echt blij. Oh, leuk Aline. Nou, fijn dat dat is gelukt. Ik kan niet wachten tot dinsdag. Oh, dat... Oeh, dit was een pittige. Oké, dit is weer die race. Die deed ik 1 keer vanavond supergoed. Die keer daarna ging het echt belabberd slecht. Ik snap, ik moet hem dus gewoon spelen zonder mijn verstand te gebruiken. Toen ging het goed. Toen was ik heel erg afgeleid. En toen ging het super. Toen ik geconcentreerd bezig was, echt een ellende. Dus ik ga nu gewoon wat doen. Net als Ilona. Ilona's motto, die doet maar wat. Dat is hem gewoon. Je doet maar gewoon wat. En kijk, hoppa. Er is helemaal geen... hoppa. Oh nee! Nee! Wat je doet, loopt niet over die vlakken. Oké, nog een keer. Oh nee. Ja, slecht. Gaat het niet goed? Nee. Erik. Oh nee. Oh, ik word de hele tijd op die vlakken opzij gebeukt. Heb jij dat ook? Nee. Oh, heb je dat? Wel, nu wel. Dit was echt helemaal dom. Ik loop nu gewoon tegen het midden van het wiel aan. Ik zei nee en toen was het klaar. En toen werd je meteen... Ja. Oh nee, waarom word ik nou gebeukt? Ik word de hele tijd nu in 1 keer gewoon gebeukt tegen het... Oké, geconcentreerd. Even geconcentreerd. Ik ben er doorheen. Maakt me niet uit hoe. Ik ben er doorheen. Het is oké. Oh, wat een vervelende gele dingen. Deze gele dingen. Waar ben ik? Nee, dit is nog maar 2 plekjes. Ik ga het niet halen. Ik moet nog vet veel punten. Ik kom echt achter jou aan, hè, liefje? Ja. Nee, maar nog maar 2 plek, 1 plekje. Verdorie. Oh, ik heb het gehaald. Niet. Ik heb het gehaald. De laatste was voor mij. Nee, je liegt. Ja. Nee, ik lieg niet. Kijk maar. Kijk maar, de braadworst staat er nog. Nee, ik ben er weer uit, jongens. Hoe kan ik deze de eerste keer zo makkelijk hebben gehaald op plek 3 en daarna lukt het me helemaal niet meer? Ilona, heb jij het gehaald? Oh, Ilona moest ook nog 1 punt, zie ik. Oh, nee. Nou, ik moest echt nog 5 punten of zo. Ik was echt super slecht. Ik beukte er heel tegen die gele dingen aan. En ik bleef maar daar in klem zitten en ik kwam er niet meer uit. En dat bleef maar heen en weer gaan. Dat was echt een ellende. Beginnersgeluk, denk ik. Ja, dat denk ik ook, Margot. Het lukt me nu echt niet meer. Ik snapte ook in het begin niet waarom iedereen deze zo moeilijk vond. Ik vond hem heel makkelijk, maar... Hij lukt me niet meer. Oké, nou, ik ben weer voor jullie allemaal. Want ik ben er weer uit. Super, super slecht. Echt, wat een... Rick, ik wil een functioneringsgesprek aanvragen.
Oh, wat erg. Oké, ik kijk met jou mee, Rick. We gaan allemaal met jou meekijken. Doe het. Als je voorop loopt, hier over het midden, is deze prima hier naar het te doen. Midden. Kijk, want dan val ik je niet af. Ja. Nu, zo snel mogelijk naar de hoogkant. Ja, zo denk ik. Maar als je maar gewoon die meute voorop legt, gaat het goed. Oh, hou hem maar vast. Je kijkt ook weer het midden. Die is midden. Makkelijk, kijk, zeggen ze bij mij. Ja, die net goed bij mij deze. Lekker, Rick. Kijk, deze wordt lastig, want nu gaan ze met z'n allen hier springen. Kijk hier. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Ik wacht wel. Nee, je had het wel moeten doen. Nou, nu kan het wel. Ja, je had het wel moeten doen. Nee, kijk, want nu... Durf niet. Nee, dat gaat goed. Jullie zijn niet met zo'n mega veel mensen, dus dan is het wel te doen. Oeh, lekker. Die hebben we net gehad. Daardoor ging ik dood straks. Oh, Noompie. Lekker, lekker liefje. Oké, oh. Nee, kom naar beneden. Ooit word ik goed in het spel. Ooit ga ik dit winnen, ja? En dan gaan jullie met me meemaken dat dit ooit een keer gaat gebeuren. Oei. Rick, je gaat het halen. Snel. Nee. Nee, ik heb het net niet gehaald. Nee. Ik drukte op de verkeerde knop. Je was zo dichtbij. Zo slecht. Je was jammer. Zo dichtbij. Goed gedaan jullie allemaal, joh. Jeetje. Helaas, voor ons. Wij hebben echt geen overwinningen vandaag. Jullie zijn zoveel beter dan wij. Oké, nou, de volgende ronde. Wat gaan we doen? Of nou ja, beun niks. Oh, dit is weer. Oh, dit is de finale, hé? Nou, zullen we hierna nog eentje doen dan? Ja, is goed. Dan wel. Doen we hierna nog eentje, oké? Zijn we nog met veel? Doen we hierna nog één potje? En als je er dan niet in komt, dan stop ik daarna wel. Dan is het helaas. Dan probeer je het volgende keer gewoon nog een keer, oké? Hey, kleine tip voor Rick. Maak een sticker met Set in het lettertype van Q. Set! Die is leuk. Ja, die viel zo leuk inderdaad. Ja, ik weet niet of we meer stickers kunnen toevoegen. Nou, ik denk het wel. Je hebt zoveel members toegevoegd. Dan moeten we wel weer wat stickertjes kunnen maken. Ik hoop dat ik er dan in kom, zegt Aline. Ja, dat hoop ik ook. Bij Kitten was gewoon de tweede ronde iedereen dood. Oh, echt? Oh, bizar. Dus ze gaat nu weer opnieuw beginnen. Nou, wij zitten wel bij de finale. Ik kijk mee met Kane. Ik ga even kijken bij Evie. Kijk, Wailing Hornet. Ik heb een goed gevoel bij jou. Jij gaat winnen. Voel het. Doe het. Laat maar eens even zien hoe je dit wint. Laat maar eens even zien wat ik niet kan doen. Wat jij wel kan. Ja, het was echt bizar, zeg maar, Liesje. En gewoon ronde 2 iedereen eruit. Zo, wat voor ronde was dat dan, joh? Maak wel even een nieuwe code aan, Maris. Ja, is goed. Ik laat Rick wel een code aanmaken. Wailing Hornet, dit gaat lekker. You're doing great. Jullie gaan allemaal wel. Als je nog mee wilt doen met Adinda, ze heeft nog een paar plekjes. Nog 6. Ah. AW7XK. Zeg maar druk op de mensen, Maris. Sorry, Melissa. Je hebt ook gelijk. Oh, Wailing Hornet. Nee, wat doe je? Dit gaat nog goed. Pas op voor die ballen. Pas op voor die ballen. Ja, ze gaan nu massaal jou natuurlijk aanvallen. En dat snap je. Snap ik. Zou ik ook doen. Maar toch, je overleeft het. Je kan dit. You can do it. Kijk. Iedereen laat Wailing Hornet gewoon lekker met rust. En hij loopt er gewoon lekker chill. Maar hij dacht er gewoon een bal. Nee. Liep jezelf bijna de afgrond in. Nee, kijk. Oh, nee, Wailing Hornet. Nee. Oh, maar die Kane, die staat daar gewoon chillen, hè. Op dat blok daar. Kijk, want die denkt, ja, gaan jullie allemaal die Wailing Hornet maar aanvallen. Ik sta hier gewoon lekker chill. Om lekker die ballen af en toe gewoon weg te smijten. Niemand komt hem ook lastigvallen daar, zie je dat? Die Twan en die NPO, die zijn helemaal met elkaar bezig. En die Kane, die komt er gewoon makkelijk van. Oh, nee, ik kom hier halen, Kane. Het spijt me. Ik die hier nog steeds Doritos zit te eten. Lekker, Crea Girl. Oh, Kitta is vol trouwens, zegt Felicia. Ja. Oeh, die blies zichzelf op de kerstman. Ja, nee, maar hij leeft nog. Ja, ik heb dat ook spannend. Een paar keer er zijn bijna geen blokken meer. Ook wacht bij Kane. Bij Kane blijven al zijn blokken gewoon staan. Oh, hij gaat duwen. Oh, Kane. Oh, lefgozer. Gaat gewoon duwen. Kan je naar de overkant springen? Zou je dat nog kunnen halen?
Dat zou ik dan weer proberen. Dan ga ik meteen dood, weet je wel. Oeh. Oh. Ja, het is tussen de Kane en Kerstman. Candy Cane Kerstman. Of Kerstman. Kom op. Wie denken jullie dat gaat winnen? De Kerstman of Kane? Kane gaat duwen. Ik voel het. Kane gaat duwen. Duw hem eraf. Kane gaat duwen. Nee, Kane! Oh, ze vielen allebei! Ja, maar de Kerstman viel later. Oh, de Kerstman. Netjes gedaan, hoor. Lekker. Nice. NPO, goed gedaan. Oh, dat was wel echt lucky win ook gewoon. Want eigenlijk, dat was net zoals dat Adinda won. Die viel ook al. Yep. Oh, netjes. Oké, we maken nog één keer een lobby aan. Ja, ik laat Rick even ik ga een nieuwe code aanmaken. Ja, ik laat Rick even een code aanmaken. Ik zal hem hier in te typen en dan... Wat? Ik laat Rick een code aanmaken en dan wacht ik even. Oh, oké. Okay. Nou, de code is, jongens. Hou je vast. Hou je vast. Zijn jullie er klaar voor? Oh, wacht, zegt Aline. Oké, okay, ik wacht heel eventjes. Ik zit er klaar voor. Zetten jullie het klaar? Wacht, wacht, zegt Aline. Aline, ik wacht op jou nu, hè. Ik wacht op jou nu. Aline, geeft het start zijn als ze er klaar voor is. Ja, zegt ze. Oké, okay. Zijn jullie klaar voor? OWP5L. Huppa, gewoon weer dezelfde. Let's go. Kom er maar bij. OWP5L. OWP5L. Kijk, dat gaat lekker. 21, 24, 28, 30. OWP5L. Is het je gelukt, Aline? Zit je erbij? Ik ga kijken. Is het er gelukt? Hoe heet je in de game? Oh ja, ze zit erbij. Ah, het is je gelukt. Ik zit erin. Goed zo. En Dint is erbij. We hebben nog één plekje. Vol, jongens. Vol is vol. Het is tijd om te beginnen. Voor iedereen die erin zit. Leuk dat jullie nog meedoen. Het allerlaatste potje van deze avond. Daarna gaan we stoppen. Rick, druk maar op start. Ja, ik heb al op start gedrukt. Ik heb mijn vinger uit mijn hoedje. We hebben er super veel zin in. Als je deze stream leuk vond, geef natuurlijk even een like. En niet te abonneren. Join the creative crew. Mijn brein is moe. Slecht. Zodat mijn armen zijn moe. Waarom zijn mijn armen moe? Van de controle wil het zo omhoog halen. Nee, ik denk dat ik echt gewoon... Yeah, yo, yeah. De hele tijd zitten. Ik heb helemaal moeie armen. Dislike? Nee, niet dislike. Ik vroeg niet of jullie wilden liken als jullie vonden dat ik goed was. Gewoon omdat jullie het leuk vonden, ja? En niet dat ik goed was. Ik weet dat ik slecht ben. Ook niet voor te disliken. Ik was slecht. I know. En Laura vond het stom. Nee. Het was gezellig. Oh my god, ik zit er gewoon echt in. Ik was echt snel. Ja, Aline, als je er nu niet in was gekomen, dan ging er echt niet goed. Oeh, wat is dit, hè? Wat is dit? Bumping over the water. Slide. Frogs. Deze hebben we net ook gedaan. Deze die was heb ik wel leuk. Niet eerder gedaan, hoor. Jawel. Niet? Maar dan was jij misschien toen net niet mee aan het doen. Oh, oké. Okay. Want volgens mij heb ik deze net gedaan, toch? Nou, ik niet. Nou, succes iedereen. Ik ga meteen de moeilijke kant op, hoor. Oh, ik ben alweer in de afgrond. Het gaat alweer echt super goed. Ronde 1 en het gaat al mis. Oh, nee. Oh, ik ben nu aan de onderkant. Dit voelt zo raar. Het klinkt ook raar qua geluid. Ook helemaal alsof je onder water zit. Wat serieus, deze palen. Wie heeft dit bedacht? Nee! Waarom doe je dit maar aan? Wat is dit? Dit is echt horror. Oh, het is ook zo druk. Het lijkt wel Koningsdag. Nee! Stupid frog. Oké. Nijlpaardjes. Pas op voor de nijlpaardjes. Hier ben ik niet eerder geweest. Hoe kom ik hier weg? Via de vet? Ik heb het gehaald. Oh, lekker bezig. Nou, ik nog niet hoor. Ik zit in een slide. Oh, laat het me alsjeblieft halen. Laat het me alsjeblieft halen. Slide. Ja! Heb je het gehaald? Ja, ik heb het gehaald. Ja. Ik ben bezig. Ik heb het gehaald. Oh.
Ja hoor, dit was het. Dit was ronde 1. Wie is er door? Wie is er niet door? Ja, ik heb gehaald. Dit is mijn eerste keer dit level. Lekker! Goed bezig voor iedereen die het heeft gehaald. Linker trigger. Wat is de linker trigger? Deze. Oh, dan staat het ook daar de namen. Ja, dan staan daar de namen. Oh, leuk. Kun je dat zien? Ah, oké. Okay. Het is een nijlpaard. Het is een neushoorn. Oh, sorry. Ik ben geconcentreerd, dus dan denk ik niet na over wat voor dingen ik zeg. Oh, Sharon. Weer precies voor de finish eruit. Nee. Sherry is er ook uit. Dit spel haat mij, zegt Sharon. Ach, dit spel haat mij ook. Het is echt een frustrerend spel. Oh, weer deze. Night Fever, oké. Okay. Weer met al die medieval... Oké, okay, kom op. Dit kunnen we. Deze ging net op zich wel redelijk oké. Okay. Deze hebben we net ook gehad, vorige ronde. We kunnen dit. Yes. Oké. Okay. Here we go. Succes. Oh nee, mijn hele computer crasht weer. Niet. Ja, het is al de derde keer vandaag. Mijn hele audio valt dan uit. Mijn microfoon valt uit. Mijn koptelefoon valt uit. Mijn stream krijgt ook een error. Het is al de derde keer. Maar hij doet het nu over een tijdje wel weer. Maar dat duurt wel even. Oh nee, ik heb het niet gehaald. Oké, okay, daar ben ik weer, jongens. Mijn hele computer die was weer even gecrashed. Oeh. Dit heb ik echt heel erg net aangehaald. Duiken. Dat probeerde ik net ook. Toen haalde ik het alsnog niet. Gewoon rennen. Gewoon gaan. Gewoon gaan. Oh nee. Oh nee. Nee. Oké, je moet dus niet de eerste keer dat je springt duiken. Je moet pas duiken als je... Oh, mijn computer crasht weer, liefje. Oh nee, alles gaat kapot. Mijn hele audio crasht. Alles crasht. Sorry jongens voor alle errors. Mijn computer heeft het heel zwaar met Fall Guys. Waarom weet ik niet. Ik heb echt net een nieuwe videokaart gekocht al. Maar het trekt echt heel slecht vandaag. Oh nee! Nee, 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 nee! Mijn stream doet het nog? Oké, okay, gelukkig. Maar mij valt echt mijn hele audio uit. Alles valt uit. Niks doet het dan. Ik hoor dan ook niks meer. Maar goed. Dit gaat echt super slecht. Maar het helpt ook niet mee dat mijn computer uitvalt. Echt niet nice. Help, help, help! Wat erg! Help! Ah, nee. Oké, okay, dit is 1. Ben ik voorbij. Nu hier achterlangs. Duik. Ja, ik ga dit niet meer redden, denk ik. Ik ga dit niet meer redden, denk ik. Ja, misschien als iemand een foutje maakt. Ja, ja, ja. Je gaat het nog redden, hoor. Je gaat het nog redden. Wat een mazzel. Je had echt mazzel. Ik had zo... Mijn computer die crasht echt 3 keer tussendoor. Alles viel uit. Daarom viel ik de hele tijd van dat ding af. Mijn geluid viel uit. Alles viel uit. En dan in één keer doet hij het weer. Mijn toetsenbord, alles valt uit. Gelukkig heeft ze op de stream geen last van, maar dat ik het alsnog heb gehaald. Yeah! Echt een wonder. Yeah! Oké, okay, nu gaat het goed. Hopelijk trekt mijn computer nu ook. Wat er is, weet ik niet, maar maakt niet uit. Ik heb het gehaald. Echt, inderdaad. Dat is echt net... Nee, ik ben er net voor de finish uit. Ik zat achter je. Oh, sorry, P. Maar je bent er wel bij. Ik ben wel ver gekomen dan voor de eerste keer. Echt dikke mazzel, zegt Sharon. Jammer, echt. Er stond namelijk iemand voor die klapbrug te wachten. Toen ik zei van, nou, je gaat het niet halen. En die kon niet omhoog, die viel terug naar beneden. Oh, en daardoor heb ik het gehaald. Jij pakte die goede kant. Oh. Kijk, zie. Je computer gaat dood. Nee, ik heb net allemaal nieuwe onderdelen, dus dat zou niet moeten. Maar wat er aan de hand is, weet ik. Maar wil Rick pas straks naar kijken. Naar... Oké, okay, wat moeten we hier doen? Stomping ground. Avoid the charging rhinos and stay inside the arenas. Oké, okay, dus we moeten niet afvallen. Dan heb ik een probleem, denk ik. Dan is het gewoon einde van de avond meteen. Heb ik dat goed? Ja. Dus ik blijf erop. Maar kom niet onder zo'n nijlpaard. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik ben heel geconcentreerd, lieverd. Ik wil echt... Laat me los! Waarom houden jullie mij vast? Ik weet niet eens hoe je iemand vasthoudt. Met de R. Trigger. Met de R. Oei! Ik ben eraf. Oh nee, ik ben er nog. Aline! Ik zie je! Kom hier, Aline! Blijf bij mij! Aline, beschermen! Ah! Help, 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 help! Help! Ik ben er nog! Ik ben er nog! I'm still alive! Deze. Oei! Ik ben wel... Auw! Ja, dat nee. Was ook zo. Oh, ik ben er nog! Stil hier! Echt luck is on my side deze laatste ronde. Ja, bij mij niet hoor. Ik werd er gewoon tussendoor gebeukt.
Nee! Laatste 6 seconden! Nee! Oh, zo jammer, hè? Nee! Oh! Het was zo leuk geweest als ik dat had gehaald. Aline is ook dood. Oh, sad. Er zijn er veel dood. Gaan we de laatste 6 seconden. Anne Richter, de opdracht komt niet onder de neushoorn. De neushoorn doet 1 keer een sprint en ik schiet eruit. Oh, god, sad. Ik voel je. Dankjewel voor je donatie. Oh, sad. Ja, nu hadden we die sticker moeten hebben. Echt super sad was dit. Echt heel sad. Oh, hoi Yara. Ja, was wel leuk hè, Aline? Ja, we gaan kijken met de laatste. Zit jij er nog in? Nee, ook niet. Hè? Jij hebt er ook uitgebeukt. Al vrij snel, hè? Ik was er eerder uit dan jij. Mm-hmm. Och, wat erg. Nou, we gaan kijken wie deze avond gaat afsluiten als winnaar. Hij heeft een beetje moeite met laden ervan. Hij heeft nu... Hij zegt waiting for players. Ah, kijk, hij gaat... Oei, jongens. Dit ding ziet er echt zo heftig uit. Die heb ik vanavond nog niet gespeeld, maar ik heb hem wel gezien bij jullie met dat tunnel. Voor iedereen die gaat slapen, wel trusten, slapen lekker. Jeez, Maris, ik was er echt dik een uur niet en je streamt nog steeds. Elina, waar was jij? Je moet hier ook gewoon dik een uur blijven, hè? Ik kan niet meedoen, ik moet eigenlijk ook slapen, maar ik heb natuurlijk geen zin. Oh, ik ken het, Yara, ik ken het helemaal. Oh my god, het was echt superleuk. Kun je het alsjeblieft nog een keertje doen? Ja, ik denk dat we dit nog wel een keertje gaan doen. Vond jij het ook leuk, Rick? Ik vond het wel leuk, ja. Ja, ja, het ging niet heel goed. Nee, ik ging ook echt totaal niet goed. Ik had er meer van verwacht. Dat je het beter zou doen? Ja, ik dacht dat ik het beter zou doen. Ja, je hebt vorige week gewonnen. Ja. Oei, dus... bij Lotus Laura gaat het nu ook niet lekker, hoor. Nou, daar zat ik ook mee te kijken. Oh, Lotus Laura, nee! Ach. Oh, wat zit er tegen dan? Ja, dan is het over. Ja, ik heb ook nog wel wat te oefenen, maar misschien dat het volgende keer beter gaat. We gaan het gewoon nog een keertje doen. En dan doen we het inderdaad gewoon weer lekker met jullie gezellig zo. Ik hoop echt dat je het vaker gaat doen, zegt Yara. Ja, voor de mensen die natuurlijk net hebben meegespeeld. Die kunnen ook met iemand meekijken. Zo, ik heb even de hik in de tussentijd. Super fijn. Ja, het is zo vet, niet normaal. Ik heb de televisie waar je op staat. En ik ben ook op mijn telefoon waar je op staat. Dus ik hoor het gelijk. Oh, super grappig. Ik doe dat ook altijd. Op de televisie dan de stream kijken. En dan in de tussentijd op mijn telefoon dan in de chat. Het is wel een leuk spel, maar ik ga maar oefenen. Want dan kan ik misschien de tweede ronde halen. Nou, Anoushka, ik denk dat ik met je mee moet oefenen. Want het is lastig. Ik denk wel echt serieus dat het beter gaat als je de parcours beter kent. Kijk, Wailing Hornet. Ja, dat helpt wel. Wailing Hornet heeft het gehaald. Oké, kom op, Lotus Laura. Pak hem vast. Pak hem vast. Ja. Hoe pak je dat ding überhaupt vast? Met de rechter trigger. Inhouden. Oh, kijk, zie, ik zou er zo de afgrond in vallen. Lekker. Goed gedaan. Is Fall Guy gratis? Ja, zeker, Isa. Ik begrijp nu wel waarom het spel Fall Guys heet. Ja, maar echt, hè? Het had ook wel Fall Guys kunnen heten. Dat in mijn geval. Wel leuk dat het gratis is. Ja, ik heb toen 2 jaar geleden heb ik het een paar keer gespeeld. Toen kostte het €20, geloof ik nog. Ja, we kregen het toen ook. Op de PlayStation kregen wij het gratis. Of nou ja, gratis. Oh, nou. Zat het bij dat abonnement, zeg maar. Oh, is dat zo? Hebben wij er niet voor betaald? Ik dacht dat wij het hadden. Voor de PlayStation volgens mij niet, maar voor de PC wel. Ja. Kan je dit ook spelen op de Switch? Ja, zeker. Ik heb Fall Guys gekocht 2 maanden voordat het gratis werd. Ah, oh, dat was super. Oh, deze win ik echt nooit. Ik val altijd op een of andere manier helemaal door die gaten en dan helemaal eraf. Mila die had hier een trucje voor. Die zegt, dit speel ik in Roblox ook altijd. Wat zij doet is dat ze altijd een heel groot gat maakt. En dan gaat ze heel snel naar beneden, juist. En dan maakt ze een heel groot gat dat iedereen zo dat gat invalt. En dan blijft zij nog aan de buitenrandjes de hele tijd lopen. En dan heeft ze ze allemaal meteen om naar beneden laten vallen. Ik weet niet of het werkt, ik heb het niet getest in Fall Guys. Wat een baas. Mila zei, dat is mijn tactiek in ieder geval in Roblox. Dat doet zij daar altijd. Lotus Laura, je hebt zoveel mazzel met die verdwijnende blokjes. Je hebt het zo lang volgehouden. Oeh, Lotus Laura valt nu al ver naar beneden. Maak het gat, Lotus Laura. Doe gewoon de Mila. Maak een groot gat in het midden waar iedereen doorheen gaat vallen. En dan blijf jij daar aan die randjes rennen.
Juist. Kijk, zie je ze gaan? Nu zit zijn verdieping lager dan jij zit. Dat is dus Miele de tactiek. Oeh, moet je niet vallen. Oei, niet vallen. Maak een gat in het midden. Laat ze allemaal maar lekker vallen. En jij de buiten. Ja, een buitenrandje. Echt wel slim van Miele. Ja, Miele is heel goed in parkouren. Zij doet het in Roblox ook echt heel vaak. Zij is echt heel goed daarin. Ah, oh, dankjewel Isa. Deze stream is echt leuk. Wat voor cijfer geef jij Fall Guys, Maris? Nou, voor de gezelligheid vind ik het een 8. Want ik vind het wel heel gezellig. Ik wel een 9. Ik vind het een super gezellige avond. Zo lekker bij elkaar spelen. Het spel zelf vind ik moeilijk. Een 7 misschien, want ik vind het op zich ook wel leuk. Nou, misschien als ik er beter in word, dat het een hoger cijfer krijgt. En op sommige momenten vond ik het echt een 3. wat voor cijfer geef jij? Ik een 6,5. Een 6,5? Nee, ik moet zeggen, het is wel verbeterd. Oh. Want ik had altijd heel veel ruzie met de controls. Daar werd ik echt boos van. Ja. En dat is wel echt heel erg veel beter geworden. Ja, dat heb ik nooit echt heel erg gehad. Ik heb altijd alleen maar frustratie gehad van het moeilijke. Nou, het klopte gewoon niet. Ze hebben daar echt wel iets aan veranderd hoor. Want jij was altijd heel boos ervan. Ik word niet gauw boos, maar nee. Wel als het gewoon niet doet wat ik indruk op de knopjes. Oh, Wailing Hornet! No! Hey, we hebben een winnaar! Volgens mij weer Mace. Focus Mace 2 keer deze netjes, avond! Hoor. Lekker! Goed gedaan! Nou, dan gaan we speciaal voor Focus Mace zo eens even een lekker muziekje draaien. Wat vind je daarvan? En vind je er ook niet? En voor alle andere winnaars van vanavond. Oh! Ja, ik heb al de hele tijd dik. Ik kan er niet zoveel aan doen. Ik ga lekker Fall Guys afsluiten en ik ga jullie meenemen naar het grote scherm. Zo, en dan doe ik intussen deze even uit. Momentje hoor. Ja, natuurlijk mag jij nog één ding proberen. Ik zet even mijn game uit. Ik zet even mijn muziek aan. Want, Mace, deze is voor jou. En natuurlijk voor iedereen die vanavond lekker vonden. Ja, sorry voor Mick. Ik kan er niks aan doen. Lekker muziekje. Want het was een supergezellige avond. Hoe hard staat de muziek? Hard? Oh yeah. Here we go. Zijn we nu al klaar? Jazeker, maar we hebben ook echt gewoon 3,5 uur Fall Guys gespeeld, hè? Ja, muziek is hard, hè? Maar ja, is als je een feestje hebt, hè? Voor altijd winnen. Ik heb vandaag mijn neus gebroken. Nee, Esmee. En Rick die geeft ook nog even 5 keer memberships weg. Lekker bezig. En hoop natuurlijk dat het in beeld komt. Voor iedereen die nu nog aan het kijken is, maak kans op een gratis membership. Gefeliciteerd Tessa. Gefeliciteerd Power Videos. Gewoon Elma. Hij kwam weer niet in beeld, hè? Hij doet het gewoon weer niet. Echt een coole Maris. Ja, yeah, coole naam ook. Welkom bij de crew. Maar nee, niet in beeld. Maar alsnog, welkom bij de crew. Aline, in dat laatste potje kon ik toch nog meedoen. Ja, superleuk. Ja. Yeah, ik ben nieuwe member. Oh my god, oh my god. Yeah, supergezellig. Welkom. Zo leuk, waar is Rick? Ja, oh, jullie horen Rick nu natuurlijk niet meer. Rick zit nog wel naast me, maar jullie horen Rick niet meer. Hij komt zo vast wel misschien nog bij zitten. Volgende keer wil ik meedoen. Ja, Melissa, misschien met het laatste potje had je er nog wel bij gekund. Maar probeer het volgende keer gewoon nog een keer. Dan komt hij nog een keer, jongens. Here we go. Ik was vet gefrustreerd omdat het mij niet lukte. Ah, Melissa. Ik was ook vet gefrustreerd omdat het mij niet lukte. Maar niet te joinen. Het was heel gezellig. Ik ga morgen beginnen nog even terugkijken. Leuk, Sina. Yeah, DJ Maris in the house. Nee, dat kan ik niet. Yeah. Doe me denken aan de kermis. Ja, echt. Allemaal van die vijfmuziekjes zo. Nu lijkt je op iemand van de kermis. Ja, je kan nog steeds kans maken op een hele grote knuffel. Koop nu 3 muntjes en wie weet maak jij kans. Doe de horlepiep. Nee. Even screenshots maken. Oh nee, doe maar niet. Heb je ooit al gewonnen?
Nee, ik heb het in begin 2020 heb ik het gespeeld. En toen ben ik echt zo dichtbij gekomen van winnen. Want toen ben ik tweede geworden. En dat was toen echt mijn tweede potje of zo. Dat vond ik toen best wel knap. Vooral omdat Rick er al zo boos van werd. Dat ik dacht van ja, volgens mij is het heel erg moeilijk. Maar toen werd ik toch tweede. Maar ik ben nooit eerste geworden. Dus als ik ooit een keer eerste word hier, dan wordt het echt een feestje. Want dat zou echt wel wat zijn. Superleuk dat ik mee kon doen. Dankjewel. Oh, leuk dat je meedeed, had Lin. Sowieso iedereen die vanavond meedeed. Super gezellig. Heb je ooit al gewonnen? Maar is... je hebt mijn avond afgemaakt. Oh. Superleuke streams zoals altijd. Dankjewel, Aline. Ik heb zweet in mijn bilnaad door de stress. Same, Alicia. En ook van de warmte. Je was zo'n erge prof. Dat was supergoed. Nee, ik ga wel een keertje goed oefenen. Echt een superleuke stream. Dankjewel. Oh. Wat is dat linksbovenin? Wat bedoel je? Linksbovenin? Waar? Wat? Ik weet het niet. Dit? Mijn microfoon. Maar ik weet niet of je dat bedoelde. Maar dat is volgens mij niet eens die linksbovenin. Dit is linksbovenin. Maar ik heb geen idee. Lampjes? Ik ga morgen naar Frankrijk. Fijne vakantie, Nootje. Het was zo leuk. Nu hoefde ik me niet te vervelen. Ah, oh, gezellig, pap. Nou, we doen het volgende keer nog gewoon een keertje. Jullie ook allemaal heel erg bedankt voor de gezellige avond. Ik vond het echt superleuk. Ik ga nog wel even wat meer oefenen. Want dit was gênant. Maar voor een eerste keer viel mee. Ik was wel aan het einde van de avond iets minder gefrustreerd. Het begin van de avond was ik echt boost. Het was echt heel frustrerend. Maar ik ga het gewoon meer oefenen. Binnenkort speel ik dit gewoon echt super chill. En ben ik er heel goed in. Ja, dat is het doel. Jullie hebben trouwens wel echt vet goed gedaan. Jullie hebben echt vet goed gespeeld. Echt super knap. Geen escape room meer. Ja, jawel, die gaan we ook nog afmaken. Nee, één keer in de week streamen is gewoon eigenlijk te weinig. We moeten vaker streamen eigenlijk. Want anders komen we niet door al onze games heen. Slaap lekker, iedereen. Geen boze buren meer. Nee, zijn nooit boos. Vandaag was mijn laatste dag basisschool. Ah, nou heel veel plezier in je vakantie in ieder geval. En dan zo meteen veel succes op de middelbare school. Ik zat wel even te vloeken hoor, toen ik in de game zat. Ja, Noompie, ik weet hoe je je voelt. Vaker streamen? Mag altijd, zegt Sharon. Ah, dat is lief. Nou, zomaar lekker slapen. Slaap lekker alvast iedereen. Slaap lekker, Ilona. Dank jullie wel allemaal voor het meedoen. Abonneer natuurlijk op dit kanaal, mocht je nog niet hebben gedaan. Dan heb ik de Crea credits in beeld laten zien. Kijk, Sharon, je bent gestegen. Ja, lekker. En Sherry volgens mij ook. En dan ga ik hem uitzetten. Ik heb nog een heel leuk liedje voor jullie. Deze hebben jullie ook nog nooit gehoord. Daar ga ik de stream mee afsluiten. Dus luister jullie nog lekker. Dan wens ik jullie voor nu allemaal een hele fijne avond. Rick wil nog wat testen. Je test het de volgende keer maar. Ik ga hem lekker afsluiten. Ik zie jullie allemaal heel snel weer. Fijn weekend. Doei doei. Allemaal wachten voor het geheime moment. En, was het leuk liedje? Was het leuk toch? Ik zei het! Ik wist het! Ik zag ook maar niemand weggaan. Ik zag jullie ook in de chat. Ja, ik wacht hoor tot het geheime moment komt. Altijd hetzelfde, hè? Ja, maar dan moet Rick het wel testen, hè? En ik wilde even weten wat jullie van mijn muziekjes vonden. Ik was er helemaal blij mee. Ik vond het wel leuke nieuwe streammuziekjes. Yeah, exclusieve beelden, ja.
Het is weer het geheime moment. Niemand weet dat we nu nog live zijn. Iedereen denkt dat we nu al lang weg zijn. Maar we zijn er nog steeds. We zijn er nog steeds. Ja, Rick die wilde nog heel eventjes heel even testen. Om te kijken of het nog werkte. Dus toen zei ik, nou, dan kom ik nog even terug. Je zit ook te wachten tot het geheime moment. Lekkere nummertjes wel. Ja, lekker hè, Sharon. Ik had het vandaag in één keer gevonden. En toen dacht ik, nou, ik ga even mijn lijst hebben. Sowieso hoor, want we gingen natuurlijk Fall Guys spelen. En toen had ik zoiets van, ik wil eigenlijk even mijn muziek aanpassen. Ik zal hem wel iets zachter zetten trouwens in de tussentijd, als ik het niet normaal horen. Ik bleef nog vanwege het muziekje, ja. Nou, ik dacht dus, en ik vond het een beetje, ik wilde een beetje een Fall Guys-achtig muziekje. Toen kwam ik dit liedje tegen. En toen dacht ik, nou, ik voelde hem wel. Dus toen heb ik helemaal zo'n playlistje samengesteld. Ik heb wel maar 3 van deze muziekjes die ik goed bij elkaar kan passen. Want toen dacht ik, nou, doen we voor vanavond. Avondje niet in de club, maar gewoon feest op de livestream van Creachick. Ja, welkom bij DJ Maris. Ja, Rick is intussen nog heel hard bezig. Dus, kunnen wij gewoon even lekker nog een geheime Q&A doen? Ik vond het gewoon heel verdacht. Wat vond je verdacht? Maris, ik ben zo moe. Ook van dat Fall Guys spelen. Ja, Vee, ik weet hoe je je voelt. Suzanne vindt het echt een vibe. Ik hou nooit zo van, echt van muziek, maar dit vind ik leuk. Ja, hè? Ik vond het ook heel gezellig. Ik ben pas vanaf 12:40 wakker, maar ik heb nog lekker veel energie, hoor. Ja, dat snap ik, Nina. Nou, ik heb vannacht niet zo heel veel geslapen, want degene met wie ik gisteren aan het schilderen was, die ging pas om 13:45 vannacht naar huis. Want we de hele nacht nog zitten kletsen. Was echt super gezellig. En ja, vanmorgen kwam Mila om 7:30 de slaapkamer binnen. Dat was heel vroeg. Dus heb ik daarna wel heel veel geslapen, maar niet heel lang meer. Dus dat was voor mij een kort nachtje. Hoe is het met je katten? Ja, hartstikke goed. Sabi die komt nu net naar binnen lopen, die rent hier nu voorbij. En Pushy en Poki zijn binnen volgens mij. Ik weet niet waar ze zijn. Ik zag laatst een filmpje van volgens hem, volgens haar. Echt super grappig. Dat is zo oud, Sabrina. Echt zo oud. Oh, Ilona heeft ook kort geslapen. Ja, jij ging ook naar bed, Ilona. Ga slapen. Kom je ook nog voor het geheime moment? Oei, pijnlijk. Drink anders even wat cola. Nee, Nina, nee, want dan kan ik zo meteen niet slapen. Ik ga zo meteen lekker naar bed. Welk cijfer geef je je koekje? Nou, dat was lekker. Ik heb er nog 3. Dus ik had voor iedereen 1. Dus kijk, zitten er nog 3 in. Want Miele die kwam meteen, ja, ik wil toch wel een koekje. En toen zei ik, nou, neem nou mijn popcorn. En toen bleef ze nog heel lang over de koekje. Maar mijn game begon net, dus dat heb ik weggestuurd. Maar nou is de koekje dus niet gegeten wel. Terwijl ze zelf die koekjes wilde. Dus nu voel ik me eigenlijk al een beetje schuldig. Een beetje lullig erover. Maar ik bewaar hem voor de vanmorgen. Er zitten ook marshmallow stukjes in. Hij is echt heel lekker. Hij krijgt een... Nou, toch wel een 9, denk ik. Het was echt een lekker koekje. Echt. Niet gesponsord, maar wel lekker. Kitta is ook gestopt. Ja, ik geef haar groot gelijk. Maar ik wil ook stoppen. Maar Rick moet nog van alles testen. Dus ik wil eigenlijk gewoon in mijn bed gaan liggen. En dan naar jou kijken. Maar dat gaat niet, omdat ik nog aan het oppassen ben. Dus ik moet zo ook nog naar huis. Help. Oh, Fee. Je kan dat. Wat? Waar zit marshmallows in? In mijn koeken, Marisje. Rick zegt, yes, ik heb hem. Dus als het goed is... Ja, altijd Rick zijn schuld. Ja, sowieso. Altijd Rick zijn schuld. Zondagmiddag nog een live? Nou, dat weet ik niet hoor, Cherie. Maar misschien. Misschien zondagavond. Dan zijn de kinderen ook weer op tijd naar bed. Misschien kunnen we zondagavond die... Ik beloof niks. Maar misschien kunnen we zondagavond die escape room verder uitspelen. Willen jullie dan escape room of nog een keertje Fall Guys? Wat wil je dan doen? Escape room? Misschien hoor, misschien, oké? Okay? Ik laat het nog wel weten. Oké, okay, kijk, ja, ja, hij werkt! Let op. Rick geeft 5. Hij blijft hangen. Nee, hij bleef hangen. Oh, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Nog een keer. Rick geeft 5 memberships cadeau. Ja hoor. Ja hoor, ja, hij lukt. Nee, het zijn wel dezelfde memberships als net. Dat is van de test. Maar hij kwam nu in beeld. Jullie hebben het nu gezien. Oh, we praten over koekjes in de secret stream. Ik ga stuk. Ja, maar het is wel gelukt. Ja, yeah, proficiat Rick. Ja, hij deed het. Ja, leuk hè. Dat heeft Rick leuk gemaakt, toch? Dat was hij dus... Doe hem nog een keer. Laten we hem nog een keer zien. Laten we hem nog een keer zien. Hij werkt. Kijk, als iemand dus een membership cadeau doet, dan komt het er voortaan zo uit te zien. En dan krijg je zo, en dan staat er dus aan wie die cadeau is gedaan, dan staat het dus eventjes in beeld. En dan staat het natuurlijk ook in de chats.
Maar dat is dus voortaan hoe het werkt. Ook als jullie het zelf cadeau doen, staat er ook bij wie het cadeau heeft gegeven. Lekker bezig, Rick. Ben je alsnog de winnaar van de avond? Yeah! Woehoe, zegt Rick. Ja, goed gedaan, hè. De aanhouder wint, zegt Kim. Absoluut waar. Er komen meer mensen bij. Oh! Hey, onze geheime livestream. Wat is dit nou? Applaus voor Rick. Applausje voor Rick. Heel veel applausjes. Wat Rick allemaal kan, joh. Zo gaaf, zegt Amber. Ja, maar wel, hè. Rick is wel getalenteerd, hoor. Rick is heel getalenteerd. Hij kan heel veel dingen maken. Hij programmeert het allemaal zelf, hè. We zijn nu ook de enige YouTubers die dit hebben. Sowieso ook de Crea-credits en zo. Dat is niet iets dat op YouTube is. Dat heb ik alleen. Dat is toch tof? Omdat Rick dat voor me heeft gemaakt. Nou, dat vind ik wel echt heel leuk. Dus daarom mijn levensles van deze trouw met een nerd. Maakt niet uit. Trouw met een nerd. Altijd een goed idee. En of het nou een beetje raar is, weet je, raar is oké. Toch? Wat was nou het motto van Team Raar? Ik weet niet. Maar nou, het is me gelukt. Yeah, lekker bezig. De hele week mee bezig geweest. Go Braadworst! De beste nerd. Nou mensen, ga ik nu echt afsluiten. Ik hoef jullie ook niet meer te wachten. Ik kom niet meer terug. Ik ga jullie een hele fijne avond wensen. Bye bye! Doei! Doei.